Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Ook de gasten op de tribune en ook als u meekijkt, meeluistert, van harte welkom en ik hoop dat u de vergadering allemaal goed kunt meemaken. Vooraf, ik heb afmeldingen ontvangen van de heer Stolten, mevrouw Bramer en de heer Smelt komt later. Ik kijk nog de raad rond en ik ga ervan uit dat u allemaal de presentielijst heeft getekend. En er gaat niemand staan, dus dat gaat heel erg goed. Als u niet getekend heeft, krijgt u nu de gelegenheid om te tekenen. Dan ga ik naar de vaststelling van de agenda. Kunnen we de agenda conform het voorstel vaststellen of wil iemand het woord? Niet, dan stellen we de agenda conform vast. Dit is het enige agendapunt voor deze avond. Dat zijn de jaarstukken 2017 van de gemeente Twenterand. En ik geef als eerste het woord aan de heer Elsega, die wederom gekozen is tot voorzitter van de auditcommissie. De heer Elsega, ik geef u graag het woord. En dank u ook voor uw voorzitterschap. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Nu mijn knopje. Vorige week op 27 juni hebben we vrij intensief gesproken met de auditcommissie over de jaarstukken. Dat blijkt ook wel in de verklaring die wij zo meteen afgeven in het advies. Vorig jaar hadden wij dat trouwens ook al gedaan en de uitwerking daarvan, dat zie je ook weer terug in het accountantsverslag. Het gaat over de geleverde zorgprestatie waar wij nadrukkelijk om gevraagd hebben, de aandacht daarvoor. We hebben gisteren nog een board letter ontvangen en daar gaat deze verklaring niet over. Dat gaat ook geen elk jaar daarover, maar daar gaat de auditcommissie in september nog verder over spreken. En dan zou er nog alsnog een advies uit kunnen volgen. Dan een verklaring van de auditcommissie gemeente Twenterand over de jaarstukken 2017. We hebben geconstateerd dat met betrekking tot de rechtmatigheid er sprake is van een controleverklaring met beperking door afwijkingen ten aanzien van het sociaal domein €564.000. Begrotingsrechtmatigheid, overschrijdingen in programma 4, €417.000. Het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels, €240.000. De jaarrekening sluit met een negatief saldo van €374.464. Het weerstandsvermogen is iets toegenomen met €1,18 miljoen. De grondexploitaties zijn geactualiseerd en door een wijziging waarderingsgrondslag grondexploitaties, de zogenoemde POC-methode, leidt dit tot een winst van €1,5 miljoen. De financiële situatie van de gemeente Twenterand is iets verbeterd. De auditcommissie van de gemeente Twenterand adviseert de gemeenteraad in te stemmen met het besluit zoals voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Uitzondering is echter beslispunt 2. De commissie heeft namelijk grote zorgen over de zekerheid van geleverde zorgprestaties in het sociale domein, zoals vermeld in het accountantsverslag. Het gaat hierbij om een bedrag van afgerond €2,8 miljoen. Het slechts voor kennisgeving aannemen van het accountantsverslag 2017 en het rapport Rechtmatigheid 2017 vindt de auditcommissie geen recht doen aan de conclusies en aanbevelingen van de accountants. We gaan er dan ook vanuit dat het college de aanbevelingen overneemt. We vernemen de reactie en ten uitvoer brengt en in eerste instantie van zaken rapporteert in het najaar van 2018 aan de gemeenteraad.
Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitgaard, voor het verslag van de auditcommissie. Ik kijk de gemeenteraad rond en ik ga ervan uit dat iedereen, elke fractie, het woord wil voeren. En zo niet, dan zegt u maar dat het niet hoeft. En ik ga van grote fractie naar de kleine fractie. En ik geef als eerste het woord aan de heer Elzinga. Mag u weer naar het spreekgestoel te gaan? En ik zal proberen erop te letten dat iedereen steeds het kaartje meeneemt. Anders moeten we steeds twee keer lopen. Dat is ook heel vervelend. Meneer Elzinga, ik krijg nu het woord als fractievoorzitter van GBT. Aan u het woord. Ja, voorzitter, inderdaad. En dan nu namens gemeente Belangen Twente-Rand. Gemeente Belangen Twente-Rand zal op hoofdlijnen de jaarstukken 2017 in zijn geheel bezien behandelen. Het heeft namelijk geen zin om vanuit metingtabellen die steeds weer in de jaarrekening opdoemen, vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken. GBT heeft in de afgelopen jaren in deze raadzaal meerdere malen aangegeven, en we doen dat nu nogmaals, dat zonder het vertellende verhaal en zonder kennis te hebben van de gewijzigde opdracht aan organisaties elke nuance ontbreekt. Daardoor hebben de cijfers niet meer waarde dan het getal dat er staat. Eerst wat positieve opmerkingen, voorzitter. Het is goed om te lezen dat de grondexploitaties goed en zorgvuldig onderbouwd zijn, hoewel er altijd risico's zijn. Verder is het goed te lezen dat er wordt gewerkt aan drugs- en GHB-preventie, dat vorige maand gestart is met een werkgroep. Ook de aanpak van de drugscriminaliteit vinden we een goede zaak. Wij vinden het echter tijd voor naming en shaming, maar ik heb begrepen intern dat u daar niet zo graag aan wilt. Nou goed, dat is uw keuze. Wat ons nog wel opvalt is het behoorlijke aantal criminele activiteiten. Het waren er een stuk of 20. Ik moet zeggen, daar schrokken wij als fractie wel van in zo'n plattelandsgemeente als Twente-Rand. Het ging om 11 geplande controles en daarnaast nog een stuk of 9 op ad hoc basis. Vragen nu is... Is dit zorgelijk? Dan, voorzitter, was dit het verhaal even kort over de jaarrekening wat ons opviel. En voor wat betreft het boekwerk hier, de jaarrekening, zo'n 140 pagina's, wil ik persoonlijk niet wijzen op de mooiste pagina. En dat is 53, zo doen. Het accountantsverslag verdient een groot compliment en die willen uitdelen aan accountant BDO. Het is niet gebruikelijk dit te doen. Maar de wijze waarop zij het verslag hebben opgesteld is helder en goed onderbouwd. Het zogenaamde dashboard op pagina 4 is een perfecte samenvatting van het totale verslag. Vorig jaar heeft de auditcommissie BDO gevraagd nadrukkelijk de aandacht te vestigen op de geleverde zorg aan onze inwoners en de wijze waarop dit door zorgorganisaties en in het huis wordt verwerkt. En dit levert een niet zo fijn beeld op. Allereerst het sociale domein. Van de zorgorganisaties waar geen controleverklaring van is ontvangen, is onderzocht welke werkzaamheden de gemeente zelf heeft gedaan om de onzekerheden te beperken. Het totale bedrag waar het hier om gaat is 2,5 miljoen. En op basis van de beoordeling van meerdere factoren, zoals keukentafelgesprekken met zorgontvangers en betalingen en ontvangst van eigen bijdrage, is de accountant tot de conclusie gekomen dat 15% als zeker aangemerkt kan worden en 85% als onzeker. Dit betekent dus een onzekerheid van 2,1 miljoen euro. Tellen we daar de PGB's bij op, dan komen we uit op 2,8 miljoen euro. Navraag levert op dat de beschikkingen niet tijdig of niet zijn aangepast. Maar zonder deze soms aangepaste beschikkingen toch bedragen worden uitgekeerd. En dat moet in onze ogen niet kunnen. Graag uw reactie. Zorgorganisaties die zorg leveren tot 125.000 euro hoeven geen accountantsverklaring in te leveren. GBT zou dit bedrag graag verlaagd zien naar 50.000 euro. Kan dit in samenveerdieverband worden aangekaart of is dit niet eens mogelijk? Graag uw reactie ook daarop. We hebben begrepen dat zorgorganisaties vanaf 2015 nog 5 jaar facturen kunnen sturen voor geleverde zorg. Lijkt ons moeilijk controleerbaar na al die jaren. Kan hier door de voorwaarden van de aanbesteding aan te scherpen een einde aan worden gemaakt? De accountant dringt aan om nader te onderzoeken in hoeverre de stijgingen een structureel effect hebben en hoe en op welke manier de tekorten in het sociale domein teruggedrongen kunnen worden.
Dit is iets wat wij uiteraard allemaal delen. Het signaal dat de VNG vorige week heeft afgegeven is goed, maar we zijn er nog niet. De coalitiepartijen GBT en ChristenUnie hebben in het akkoord afgesproken, en dit is unaniem ondersteund door deze raad, dat zoals we nu doen alles bij hetzelfde blijft. Er zal meer aan de voorkant moeten gebeuren. En inmiddels halverwege het uitgereikte boek van de heer Reuske naar mij, de nieuwe route, en er staan echt zeer goede tips in. Er zal meer gefilterd moeten worden bij de huisarts, de assistenten en de consulenten in dit huis. Voor sommige hulpvragers zijn we eigenlijk al een stap te ver. We moeten nog stappen terug in het proces. Beter de vraag verhelderen en meer gebruik maken van de talloos, gratis of reeds gesubsidieerde voorzieningen die onze gemeente al telt. Op pagina 25 van het accountantsverslag is te lezen dat het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels voor een bedrag van bijna een kwart miljoen is gedaan. Het gaat om inhuur van een IT-bedrijf en een loonbedrijf. Om welke bedrijven gaat dit? Graag een reactie daarop. Dan het niet voorleggen van begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad. Een collegelid kan in deze raadzaal in de problemen komen als raadsbesluiten niet worden uitgevoerd of de raad onjuist of niet volledig wordt geïnformeerd. Met terugwerkende kracht kunnen we vaststellen dat laatst het geval is. Een aantal overschrijdingen die voorzienbaar waren, hadden de aangewezen portefeuille destijds aan de gemeenteraad moeten melden. Het gaat om behoorlijke bedragen bij elkaar opgeteld, 417.000 euro. Voorzitter, dit alles bij elkaar levert een controleverklaring met beperking op. Verstrekt ten aanzien van de rechtmatigheid. Kortom, het moet beter. We moeten proberen de interne bedrijfsvoering maximaler in controle te hebben. Er staat het nieuwe college nog heel wat te wachten. Ook als het gaat om het activiteitencentrum Het Punt. Na de grote zorgen uitgesproken door de accountant van Het Punt zelf, maakt de accountant van de gemeente zich nu ook grote zorgen. Het is niet nieuw, maar veelzeggend. We weten, gezien de eerdere discussie vorig jaar, dat het resultaat niet beter zal zijn dan het jaar daarvoor. Toen een negatief resultaat van zo'n 80.000 euro werd voorspeld. College, kunt u aangeven of deze voorspelling is uitgekomen via de jaarcijfers van Het Punt. Bovendien zijn we bezorgd over het besturen van Het Punt. Directeuren en bestuursleden komen en gaan, zo horen we. Dit kan geen toeval zijn. Of juist wel. We horen het graag. Wij krijgen namelijk het gevoel dat het bestuurlijk rommelt. Kunt u ons wellicht hierover meer vertellen? En hoe staat het met de unaniem ingediende motie over Het Punt? Die is vorig jaar ingediend, voorzitter. Tot slot, de financiële situatie is ondanks het verlies van bijna 4 ton wel iets verbeterd. Hierbij wordt verwezen naar het weerstandsvermogen. Maar we mogen en kunnen nog lang niet juichen. Want als we de extra uitkering van koolgas en de miljoenenopbrengst van de verkoop van aandelen Vitens niet hadden ontvangen, hadden we hier heel anders gestaan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Kerkdijk van het CDA. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het jaarverslag 2017. Een heel belangrijk document. Het is een onderdeel van wat in dit huis heet de planning- en controlcyclus. En hoort in het rijtje kadernota, begroting en jaarverslag. En eigenlijk zijn dat feestjes voor ons als raad. En de CDA-fractie wil die feestjes dan ook graag als zodanig vieren. En ik ben zelf helemaal van een feestje, dus ik doe daar heel graag aan mee. Vooraf, het CDA is zich ervan bewust dat ze mede verantwoordelijk is voor de bestuurlijke uitvoering van wat in dit jaarverslag is weergegeven. 2017 was het laatste jaar van de vorige coalitie en dat brengt het geheel toch ook wel binnen, zou kunnen zeggen, onze verantwoordelijkheid, deels binnen onze verantwoordelijkheid. Overigens is het natuurlijk een verantwoordelijkheid van de raad om uiteindelijk al dan geen akkoord te geven op het jaarverslag, de jaarstukken. Op voorhand ook complimenten voor de financiële medewerkers van de gemeente, maar vooral ook voor onze huisaccountant BDO. De heer Reuske heeft het zo even al aangegeven. Het is een prima rapportage, goede en kritische analyses. En ik denk dat we hier goed mee uit de voeten kunnen, ook in het komende jaar. Maar het geeft ook weer aan dat zo'n jaarverslag eigenlijk niet zonder een goede politieke behandeling in deze raad voorbij kan gaan. Daarom enkele opmerkingen, zonder in detail, te ver in detail te treden. En ik denk dat een aantal punten de Helsinga ook al heeft aangegeven, maar ik wil toch nog daar wat dun over in. Allereerst het sociaal domein. Het sociaal domein is kritisch in beeld gebracht door de accountant. En eigenlijk is het ook het meest risicovolle deel van onze financiële huishouding.
huishouding. Er gaat zo'n 50% van de geldstroom doorheen die de Rijksoverheid Twente dan toe doet komen, ongeveer zo'n kleine 30 miljoen, en dat is nogal wat. Wij vinden dan ook dat de behandeling in het jaarverslag, en dan praat je over 15 van de 143 pagina's, dat het maar uitermate mager is. Als je dan ook nog meeneemt het commentaar wat de accountant heeft vastgesteld in zijn rapport, de dossiers zijn niet op orde, de controle in de jeugdzorg is onvoldoende uitgevoerd. En eigenlijk zegt hij grosso modo, we scoren onvoldoende op de processen en administraties rond WMO en jeugdhulp. Dan vinden wij dat maar mager terugkomen in het jaarverslag. Want een stuk zelfkritiek was daar dan ook op zijn plaats geweest. Maar of het moet bij het samenstellen van het jaarverslag niet het beeld zijn geweest. En later heeft de accountant de vinger op een zere plek gelegd. De opmerking die de accountant plaatst, dus het is niet goed, maar het is onder handen voor 2017 en er wordt gericht op ingezet op verbetering, vinden wij mager. En we zouden ook graag een reactie van het college willen hebben, niet alleen op deze zinsnede, maar ook op de opmerking die de heer Elzinga als voorzitter van de auditcommissie bij de start van deze behandeling gegeven heeft. Grondexploitatie is als tweede punt. Goed onderbouwd, zegt de accountant, en intern vastgelegd in zorgvuldige processen. Dat schept voor het CDA toch het gevoel dat we sinds 2014, 2015, toen dit onderwerp heel dominant op de raadsagenda stond, dat we wat dat betreft goede dingen gedaan hebben en dat schept ook wat dat betreft een goed gevoel. Dan de omgang met begrotingswijzigingen. De accountant constateert dat het college eerder met een begrotingswijziging naar de raad moet komen, kenbaar moet maken. Ik wil er een voorbeeld van noemen. Dat is de winstneming in het grondbedrijf, in ongeveer 1,5 miljoen. Deze is zonder een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Uiteindelijk vastgelegd zodanig dat er zo ongeveer 7,5 ton wordt toegevoegd aan de reserve en 550.000 euro aan de exploitatie. En nogmaals, de raad was daar niet bij betrokken. Twee conclusies op dit punt. Als je die 550.000 euro optelt bij het negatieve saldo van 375.000, kom je op een uiteindelijk tekort van ruim 9 ton. Ik weet dat dat creatief rekenen is, maar het is dus niet 375.000 euro tekort op de rekening, maar eigenlijk ruim 9 ton. En het tweede, als je als raad het budgetrecht had gehad over dit bedrag, hadden we ook anders kunnen beslissen. Je had bijvoorbeeld voor die 5,5 ton ongeveer 5 jaar een extra wethouder kunnen bekostigen, of een kleine 4 jaar hondenbelasting, om maar met meerderheid van deze raad te spreken. Dat was een mogelijkheid geweest. Het is dus niet gebeurd, wat volgens ons wel nodig is. En op dit punt ook een vraag aan het college, hoe u daar voor de toekomst tegen aankijkt. Want als we op deze manier doorgaan, zou het ook wel eens een OZB-verhoging van minimaal 7% op kunnen leveren. Dat is anderzijds met die 5,5 ton, want dat was ook een optie geweest. Dan als laatste de board letter. Eigenlijk is dit het verslag van bevindingen en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Je zou kunnen zeggen, het spoorboekje voor onze collega's van de GBT, als het gaat om het uitvoeren van een aangekondigde actie onder het motto de bezem door het gemeentehuis. Met de veegwagen van de firma Leemans, die diverse malen tegengekomen in het dorp. We hebben nu gekregen van het ambtelijk apparaat een samenvatting van de boordletter, maar niet de boordletter zelf. Ik zou graag wat dat betreft een toezegging willen hebben dat we voor de behandeling in september ook de boordletter krijgen, om die als zodanig te gebruiken voor de verdere controle op ons werk als auditcommissie. Wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Tot zover mijn inbreng, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van ChristenUnie niet. Ja, ik zit dan kijken naar u, meneer Jonker. Ja, ik zit heel lastig in de zon te kijken, dus ik moet even heel goed kijken dat ik de goede volgorde hanteer. Aan u het woord, meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. De raad heeft de stukken, zij het soms wat laat, binnengekregen, maar we hebben de accountantsverklaring en de stukken beoordeeld en we hebben daar ook een goed zicht op gekregen. En het ziet er ook allemaal keurig uit. Die opmerkingen zijn ook al herhaald, daar hoef ik niet zoveel aan toe te voegen. Wel een onderstrepen van de melding die ook in de auditcommissie is geweest. En dat het verslag is net geweest door de heer Elzinga. Dat het college ook klip en klaar de bevindingen en de aanbevelingen van de accountant dus ook overneemt. Dat kun je dus niet alleen maar met kennisgeving afdoen. Dus daar willen we graag een bevestiging van. Voorzitter, met deze jaarrekening wordt de begrotingscyclus voor het jaar 2017 afgesloten. Maar we kunnen in een situatie zitten die we niet zomaar achter ons kunnen laten. Wij zitten dus wel in de situatie zoals die nu is, financieel. We kunnen nou de jaarrekening afsluiten, maar we moeten toch verder. En het is een hele uitdaging om ook de juiste keuzes te maken. En het college is daarmee ook aan zet om bij de voorliggende begroting, die straks gepresenteerd zal worden in het najaar, om dat aan ons te presenteren.
Zoals gezegd zal de SGP-fractie akkoord gaan met de jaarrekening van 2017. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld. Voor wat betreft de rechtmatigheid van de begroting is er sprake van een controleverklaring met beperking. Een beperking ten aanzien van het sociaal domein, begrotingsrechtmatigheid en het niet naleven van de aanbestedingsregels. De SGP-fractie wil graag opheldering van het college als het gaat om het overnemen van de conclusies van de accountant. Want ik zie een verschil hoe het college dit benoemt in het raadsvoorstel en wat de interne controle in haar rapport voor bijzondere interne controle 2017 schrijft. Ik citeer het raadsvoorstel, kanttekening 2.1, daar staat: met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid is de accountant van mening een bedrag van ruim 4 ton mee te moeten nemen in zijn rechtmatigheidsoordeel. Deze opvatting delen wij niet, omdat er sprake is van uitgaven die passen binnen het door de raad vastgestelde beleid. Einde citaat. Daar tegenover staat wat de interne controle schrijft in haar rapportage, ik citeer: uit de bevindingen van de gecontroleerde processen blijkt dat deze in het algemeen juist en volledig zijn uitgevoerd. In sommige gevallen is sprake van onvolkomenheden in de uitvoering van processen. Echter, in de processen uitvoering jeugdwet en Europese aanbesteding zijn fouten in de rechtmatigheid geconstateerd ten bedrage van 870.000 euro, respectievelijk 239.000 euro. Einde citaat. Ook op een andere plek schrijft de interne controle als het gaat om de jeugdzorg dat 57% van de gevallen geen beschikking aanwezig was. En dan zou je dus, als je dat extrapoleert, op een bedrag van 870.000 euro terechtkomen. Duidelijke taal dus. Het gaat hier niet om beuzelingen, maar het zijn serieuze zaken. Welke lijn volgt het college nu als het gaat om de rechtmatigheid? Ik mag toch hopen dat zij niet wegduikt voor de bevindingen van de accountant en interne controle. Graag uw reactie daarop. De SGP-fractie heeft niet de behoefte om te gaan zwarte pieten en de ambtelijke organisatie te frustreren, omdat zij ook liever hadden gezien om voornamelijk ten aanzien van de resultaten in het sociale domein een beter resultaat neer te zetten en daarmee een beter oordeel te krijgen. De SGP-fractie gaat ervan uit dat de ambtelijke organisatie oprecht en getrouw haar werk doet. Daarom moeten wij ook voorzichtig zijn in ons oordeel, omdat er toch ook redenen zijn die aan deze afgifte van de beperking ten aanzien van de rechtmatigheid en grondslag liggen. Zoals bijvoorbeeld wat gezegd is, aanwezigheid van kennis in de organisatie op het gebied van jeugdzorg, het computersysteem wat niet brengt waarop gehoopt was, het verloop onder het personeel. Grote uitdaging dus ook voor de komende tijd. Daarom moeten wij onze ogen niet sluiten voor deze problemen die op de exploitatie een negatief effect hebben gehad. Ook vanuit het Rijk worden niet de middelen toegekend aan de gemeenten die nodig zijn om onze exploitatie zeker op het gebied van het sociaal domein op orde te krijgen. Hoe ziet het college de vooruitzichten ten aanzien van eventueel extra middelen vanuit de Rijksoverheid? Verder moeten wij onze ogen niet sluiten voor de enorme uitdaging die er was en is in onze gemeente Twenterand, een plattelandsgemeente met grootstedelijke problematiek. Denk aan GHB-gebruik, drugs, alcohol, jeugdzorg. De heer Elsinga wees er net ook al naar. Wel wil de SGP-fractie, het college en daarmee ook de ambtelijke organisatie uitdagen om op een aantal zaken een verbeterslag te maken. Ik zal ze straks zo benoemen. Het is ook nodig, want als we kijken naar het resultaat, dan zien we een tekort van 374.000 euro ruim. We moeten wel onder ogen zien dat dit tekort eigenlijk groter is. Door een wettelijke verplichting moest de gemeente toekomstige winst op het grondbedrijf nu nemen. Een winst die nu ingeboekt moest worden van 1,33 miljoen euro. Hiervan is 596.000 naar het resultaat gegaan. Hadden we dit niet, dan was het tekort opgelopen tot 970.000 euro. Hier had de raad eerder over geïnformeerd moeten worden. Vindt het college dat ook? Graag uw reactie op dit punt. Daarnaast moeten we ons bedenken dat Twenterand wat tafelzilver heeft verkocht. Namelijk de aandelen van Vitens zijn verkocht met een opbrengst van 3,4 miljoen euro. Ik vraag me wel af wat de boekwaarde van deze aandelen waren. Die kon ik nergens afleiden uit de jaarrekening, maar dit is een technische vraag voor nu en mag wat mij betreft ook schriftelijk beantwoord worden. Van dit bedrag is ruim 2,3 miljoen naar het algemeen risicoreserve gegaan. Daarmee kwam deze reserve boven het gestelde maximum dat de gemeenteraad heeft gesteld, namelijk de algemeen risicoreserve met een max van 4,25 miljoen euro. Daarmee zijn we dus in de gelukkige omstandigheid dat er een fors bedrag overgeheveld kan worden naar de reserve sociaal domein. Dit zijn de hoofdredenen geweest waarmee de financiële positie iets verbetert.
verbeterd is van Twenterand, maar een goed verstaande ziet dat we helaas financieel interen. Daarom zijn er ook duidelijke keuzes en beleidsregels nodig om in de toekomst de uitdagingen financieel het hoofd te bieden en wat belangrijker is, de burger achter de cijfers waar we het voor doen met elkaar en de zorg te kunnen blijven geven die nodig is. Over de vraag wat dan nodig is, discussiëren we vandaag niet. Maar daar liggen volgens de SP-fractie wel kansen. Voorzitter, dan nu de belangrijkste aandachtspunten die in de komende periode naar oordeel van de SP-fractie aantoonbaar beter moeten. En daarmee ook gelijk de vraag aan het college hoe zij daar invulling aan wenst te geven. Ten eerste, na 3 jaar mag er wel volgens de SGP-fractie wel een protocol zijn waaraan en hoe de financiële middelen, met name in het sociale domein, besteed worden. Hoe gaat het college de raad hierover informeren, zodat we de volgende keer een positieve beeld zien te krijgen? Ten tweede, hoe gaat het college ervoor zorgen dat de rechtmatigheid van de besteden gelden, met name in het sociale domein, verantwoord CQ vastgesteld kunnen worden? Het derde punt, hoe gaat het college zorg dragen dat de onzekerheid over de prestaties van de zorgleveringen verantwoord CQ vastgesteld kunnen worden? En het vierde, is het college bereid om de raad eerder te informeren over grote budgetoverschrijdingen, dan wel de afwijkingen te verminderen door realistisch te begroten? Als we kijken naar de hoge frequentie van afwijkingen, als we dan terugkijken naar de laatste BRAP, die op 0 uitkwam, dan als je alle plussen en minnen optelt, dan kwam je het positieve van ruim 1 miljoen en ten negatieve in totaliteit van 1,4 miljoen bijna. Voorzitter, de SGP realiseert zich dat dit een grote uitdaging is. Maar we zijn het aan onszelf en aan de burger verplicht hoe we met ons geld omgaan en dat ook aan de juiste zaken uit te geven en dat het besteden geld ook daadwerkelijk heeft bijgedragen tot verbetering. De SGP daagt het college uit om te kijken wat de ambtelijke organisatie nodig heeft om haar taken ook goed te kunnen uitvoeren. Ook de nodige en gewenste deskundigheid speelt hierbij een rol. En daarom ook te waken voor een te grote interne regeldruk. Want het deed ons goed om te horen dat de zorgverlening de laatste jaren wel voorop heeft gestaan. Voorzitter, we hebben slechts enkele punten genoemd vanuit de jaarrekening. Er zou veel meer over kunnen zeggen, maar dat doen we nu niet. Het nadruk ligt helaas veelal op wat verkeerd gaat, maar we moeten ook bedenken dat er ook heel veel goed gaat. En daar zijn we ook dankbaar voor. Ik dank u wel. Dank u wel. En dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zo lang nodig als de vorige spreker. Ik moet zeggen dat wij ons met name kunnen scharen achter de woorden van de heer Elsinga. Dus ik ga niet herhalen wat al gezegd is, want dan vallen nog meer mensen in slaap. Met de jaarrekening heb ik altijd, dat is zo saai, dan val je uiteindelijk ga je een beetje dommelen. Het is natuurlijk een hele rare situatie dat je hier nu in een college zit wat eigenlijk niet gaat over de jaarrekening van 2017. Maar goed, het zijn zo. Ik moet ook zeggen dat ik het jaarverslag erg prettig te lezen vond. Veel beter dan in de provincie. Dus wat dat betreft complimenten aan BDO. Maar goed, dat mag ook wel voor dat geld. En er is al het nodige gezegd, dus ik ga het niet herhalen. Vanavond, maar ook in de auditcommissie vorige week, wat ook een goede vergadering was, vond ik. En wat ons betreft ligt de bal nu bij dit nieuwe college. En er zijn wel een paar lessen te trekken uit de jaarrekening van 2017. En daar willen we ons eigenlijk toe beperken. Wij zouden graag zien dat dit nieuwe college zich ten doel stelt om de volgende jaarrekening zwarte cijfers te scoren. En de vraag is in hoeverre dit college dit ook als doel stelt. Ik neem aan dat ze het ook als doel stellen, maar is het ook reëel? Is het een reëel streven om 2018 zwarte cijfers te scoren? En kom dan alsjeblieft niet aan met het verhogen van de OZB, want volgens een onlangs verschenen rapport van de Rabobank hebben gezinnen al 40 jaar lang geen groei meer gezien van besteedbaar inkomen. En wij zijn een partij die vinden, ja, als je die meer weet, dan ga je de belastingen verhogen. We vinden dat heel erg makkelijk, te makkelijk. En wij zien dan liever dat je gaat snijden in je eigen vlees. En dan met name in eerste instantie bij de onderwerpen, bij de voorzieningen die fraudegevoelig zijn, zoals de PGB en de bijstand. Graag uw reactie. Gaat u daar nauwgezetter naar kijken of daar sprake is van fraude? Les 2 is dat wij verwachten dat dit nieuwe college meer grip krijgt op het sociale domein.
zonder dat de mensen op de werkvloer onnodig belast worden met administratieve rompslomp. En aan de andere kant snappen wij ook wel, wil je tot een goede kostenbeheersing komen, dan zul je iets met die administratie moeten doen. Want dat was een beetje het manco van de afgelopen periode. Dat de mensen die zorg verlenen niet altijd tijd hebben om de administratie goed op orde te krijgen. En dat moet je ook niet willen. Hoe ziet het nieuwe college dat verhaal? Hoe gaat men nu met de administratie om? En wat ons natuurlijk ook verbaasde, en onze partij niet alleen, dat het natuurlijk heel raar is dat er facturen binnenkomen met verleende zorg, terwijl eigenlijk niet met zekerheid vastgesteld kan worden of die zorg ook daadwerkelijk verleend is. Daarmee kun je, het gaat om veel geld, gemeenschapsgeld, en daarmee kun je eigenlijk niet de burger onder ogen komen. Hoe gaat het nieuwe college dit oplossen? Want wij kunnen namelijk niet verdedigen dat we geld uitgeven aan zorginstellingen zonder dat we garanties hebben dat er voor dit geld ook een tegenprestatie is geleverd. En we zouden graag zien dat dit nieuwe college in het najaar van dit kalenderjaar met een voorstel komt om met name op dit punt orde op zaken te stellen. Graag uw antwoord. We hebben ook vernomen tijdens de vergadering met de oude commissie dat er nogal wat personele wisselingen zijn geweest binnen de organisatie met alle gevolgen van dien. En dat wordt natuurlijk ook veroorzaakt door het gedrocht van de PvdA, de wet werk en zekerheid, waardoor mensen op een gegeven moment, ook goede mensen, de laan uitgeschopt worden omdat we de zoveelste keer een verlenging van het contract hebben. Onze vraag aan het nieuwe college is, hoe zorgen we ervoor dat goede mensen die goed functioneren langdurig binnen deze organisatie kunnen blijven werken? Worden er nu meer vaste contracten aangeboden, nu de economie ook wat toeneemt? En als we kijken naar die aanbestedingen, Europese aanbestedingen, ja, dat is ons eigenlijk worst. Je ziet dat door de EU dat je steeds meer soevereiniteit opgeeft en dat je eigenlijk niks meer te vertellen hebt over een deel van je eigen beleid. Wat ons betreft gaan de aanbestedingen naar lokale of regionale bedrijven. Maar goed, je hebt een deel van de macht heb je afgegeven aan het gedrocht Brussel. Ja, en daar sta je dan. Onze vraag is dus, staan hier boetes op? Op het moment dat je die Europese aanbestedingsregels negeert, wat ons betreft mag dat. Maar goed, als die boetes te hoog zijn, dan snap ik ook wel dat je kiest voor het systeem zoals het nu is geregeld. Ten slotte, voorzitter, het bleek dat het ICT-verhaal niet echt op orde was, waardoor BDO veel meer tijd kwijt was om de jaarrekening op te stellen, dus veel meer kosten in rekening moet brengen aan de gemeente. En onze vraag aan de nieuwe colleges, op welke manier gaan we dat veranderen? Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Kobus van de VVD. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook namens de VVD een compliment aan de accountant voor dit duidelijke en ook vooral leesbare verslag. De VVD heeft deze stukken bestudeerd en ook in de auditcommissie hebben we er al uitgebreid over gesproken. Daar hebben we ook naar tevredenheid al vele antwoorden gehad van de accountant. Het was erg duidelijk. Wij onderschrijven dan ook volledig de verklaring van de auditcommissie. En wel maken wij ons zorgen om de financiën in het sociale domein. Er is al uitvoerig over gepraat hier en er zijn al wat voorbeelden gegeven. Maar de problemen spitsen zich eigenlijk tweeledig toe. Allereerst omdat de kosten in het sociale domein nog lang niet worden gedekt en dat is natuurlijk nog een hele uitdaging voor om daar de komende tijd mee aan de gang te gaan. Aan de andere kant zijn bepaalde posten gewoon niet goed controleerbaar volgens de accountant en daardoor dus ook niet als juist te classificeren. Dit heeft met allerlei administratieve redenen te maken. Daar is ook al uitvoerig over gepraat net, maar daar zal toch wel een slag moeten worden geslagen. Even kijken. Tevens hebben wij ook de boordletter gemist, die toch aan ons zou moeten zijn toegestuurd, maar ik heb begrepen dat die nog komt. Daar gaan we ons nog wel over beraden. En zojuist hebben wij gezien dat voorafgaand aan de vergadering alsnog die beperking door de accountant is weggenomen. Dat zullen we nog nader gaan bekijken, maar dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Verder willen we het laten bij de verklaring van de auditcommissie en zien wij graag de voorstellen van het college tegemoet hoe die financiën onder controle te krijgen, zoals al door meerdere fracties is gevraagd.
Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Reusken namens de Partij van de Arbeid, GroenLinks. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Als je als laatste aan de beurt bent, dan zijn al vele vragen gesteld. Dus die zal ik in die zin ook niet gaan herhalen. Ik wil me wel aansluiten bij de complimenten die gegeven zijn aan de accountant voor het verslag wat gemaakt was, wat inderdaad zeer leesbaar was. Ten aanzien van het sociale domein zou ik graag het volgende willen opmerken. Vele partijen hebben daar ook al wat over opgemerkt. En dan gaat het vooral over de rechtmatigheid en de controle op de rechtmatigheid. Maar ik zou zeker ook willen zeggen, daar moet je ook op sturen. Daar moeten we ook op controleren. Maar tegelijk lijkt, laten we alsjeblieft niet de boel gaan bureaucratiseren. Meer gaan controleren en nog meer gaan vragen van onze uitvoerders in het veld. Want in het sociale domein is juist de opgave om met elkaar die mensen die ondersteuning te geven die ze nodig hebben. En daarvoor moeten we vooral niet gaan zorgen voor nog meer controle en nog meer bureaucratie. En misschien moeten we wel kijken naar andere manieren van controleren. En bijvoorbeeld veel meer gaan kijken hoe tevreden zijn die inwoners die onze ondersteuning hebben gehad. En laat die daarover aan het woord. Want dat zou ook een manier van controleren kunnen zijn. Dus ik zou ook willen kijken naar andere manieren van controleren en sturen op resultaten dan dat nu gebeurt. Dat brengt me ook op het andere punt. Het CDA sprak al daarover. Eigenlijk zou dit, en dat is het eigenlijk ook wel, jaarstukken zijn een feest. En toen ik de jaarstukken las, dacht ik bij mezelf, god, er staan wel heel erg veel cijfers in. En je ziet een weergave van de financiën. Maar achter de financiën zit natuurlijk ook een verhaal. En daar gaat het eigenlijk over. En dan is ook de vraag, hebben wij met elkaar onze doelen bereikt? En hebben we de effecten bereikt met de middelen die we daarvoor in hebben gezet? En dan moet ik toch zeggen, en dan wil ik even een voorbeeld van erbij pakken. Dan zie ik daar weinig van terug. Als je bijvoorbeeld kijkt bij sport, daar hebben we een prachtige doel staan dat we 25% van de mensen in Twenterand aan het sporten willen hebben. En dan vervolgens, wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan? Dan zie ik een opsomming vooral van zaken wat we gedaan hebben. Dat zou toch mooi zijn als we met elkaar ook hier neer kunnen zetten van wat de effecten van die inzet zijn. Want dan hebben we het ook over wat is het resultaat van de middelen die we ingezet hebben. Noem het een soort, volgens mij in de Tweede Kamer hebben we dat ook, een soort verantwoordingsdag, waarbij we niet alleen maar kijken naar de euro's, maar wat is het resultaat en het effect van die euro's. Ik zou graag een reactie willen van de wethouder of we dat nog een verdiepingsslag kunnen geven, waardoor we het ook echt hebben over de effecten. Voorzitter, daar wil ik het bij laten op dit moment. Dat vond ik mijn belangrijkste terugkomen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar het college of u wilt antwoorden of eerst een schorsing wilt. Wethouder, ja, het is aan u. U weet, ik volg zowel de raad als het college hier in deze. Wethouder Koster zal reageren namens het college. Aan u het woord. Dat klopt. Ja, voorzitter, dank u wel. En dank u wel ook voor de inleidingen en de beschouwingen op de jaarstukken. En ja, meneer Rusken slaat eigenlijk de spijker wel op de kop. De jaarstukken zijn eigenlijk het sluitstuk van de PNC-cyclus. We hebben de kadernota, de begroting en nu de jaarstukken. Wat waren onze doelen? Wat hebben we gedaan? Wat wilden we bereiken? En wat heeft het gekost? Wat waren de effecten? En als ik dan terugkijk op de jaarstukken van 2017, die betrekking hadden op de vorige raadsperiode, de heer Kerkdijk zei het net al, dan denk ik dat we in Twenterand veel hebben bereikt met weinig geld. En daar gaat in het jaarverslag, de jaarstukken, gaan we daar ook dieper op in. Er zijn mooie resultaten geboekt op het gebied van veiligheid, ruimte, aantrekkelijkheid, economie, toerisme en ook duurzaamheid. En dat is alles met weinig geld. Maar als portefeuillehouder financiën maak ik me zorgen over het financiële aspect. U hebt kennis kunnen nemen van de jaarrekening als onderdeel van de jaarstukken 2017. En de boodschap is eigenlijk ook tweeledig. De begroting 2017, maar ook 2018,
was zeer scherp geraamd en bevatte heel weinig ruimte. Dit werd ook bevestigd door de financiële scan die door de provincie is uitgevoerd en die ook aan uw raad is aangeboren. Dat betekent dat er op de onderscheidende posten maar iets hoefde tegen te zitten of er was sprake van overschrijdingen bij de jaarrekening. Ten tweede, en dat is al meermalen door eigenlijk alle fracties genoemd, het sociale domein. En dat is gewoon een lastig dossier. We werden geconfronteerd in 2017 met grote tekorten die een structurele doorwerking hebben ook naar 2018. Als ik dieper inga op het eerste punt van zorg, dan zien we dus dat het tekort inderdaad, het is al opgemerkt, feitelijk 970.000 euro was. En door de scherpe begroting hoefde er ook maar iets te gebeuren of er waren overschrijdingen het gevolg. Dat scherpe begroting, dat is eigenlijk uit noodzaak geboren door het toenmalige college om die gemeentebegroting in evenwicht te krijgen. En voorbeelden die hebben geleid tot tekort zijn onder andere terugontvangen procedurekosten in zaken bestemmingsplannen, aanschaf en onderhoud van software en opbrengst van de leesjesbouwvergunningen. Daarnaast zijn er tegenvallers die weliswaar passen binnen het gemeentebeleid, maar die ook geleid hebben tot dit tekort. In de auditcommissie is dit ook besproken. Een aantal zaken hadden eerder aan de raad gemeld kunnen worden en moeten worden op basis van die actieve informatieplicht aan de raad. En dan doel ik met name op de overschrijdingen op salarissen en sociale lasten, die weliswaar gedeeltelijk bij de BRAP 2017 zijn gemeld. Voor wat betreft het genomen gedeelte winst van de grondexploitatie, ja, dat had het college niet kunnen melden vanwege het feit dat dat pas in maart bekend is geworden van dit jaar. En iets wat in maart bekend wordt, kun je met terugwerkende kracht niet melden. Tot slot is een tegenval niet beïnvloedbaar als gevolg van een tegenval op de algemene uitkering van afgerond maar liefst 2 ton. Ik geloof dat de heer Kerkdijk is. Met uw betoog en de voorzitter gaat erover. De heer Kerkdijk, u mag een vraag stellen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan de wethouder over die correctie waar u in maart 2018 van op de hoogte werd gesteld, of waar het college van op de hoogte werd gesteld. Volgens mij is het zo dat wijzigingen in de jaarrekening tot, pakken bij technisch, tot de derde week van januari kunnen worden doorgevoerd en daarna niet meer. Want dan is de jaarrekening afgesloten, is het voorgaande boekjaar afgesloten. Ja, en moet je dus inderdaad 950.000 euro tekort melden. Nou, je kan achterbij aantekenen, maar we gaan dat aanvullen met 550.000 euro die we overhouden in het grondbedrijf. Maar wat dus nu gebeurt, en goed, ik heb al gezegd, daar zijn meerdere mensen verantwoordelijk voor geweest, is dat er in maat een correctie werd doorgevoerd die eigenlijk technisch gezien niet meer kunnen worden doorgevoerd. Hoe kijkt u er tegenaan? Wethouder, aan u het woord. Ja, het gaat niet zozeer om hoe ik er tegenaan kijk. Het is een wettelijke verplichting. Door een verandering, door een wijziging in het BBV. Kerkdijk heeft een aanvullende vraag. Heer Kerkdijk, aan de aanvullende vraag is, ja, de wettelijke verplichting vanuit het BBV, maar het is ook een wettelijke verplichting om uw boeken af te sluiten in de derde week van januari. Of vierde week, als u dat anders afspreekt. En daarna kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Dus die wettelijke verplichting, ja, klopt. Maar die moet verwerkt worden in het boekjaar 2018 en niet in de jaarrekening 2017. Wethouder, aan u het woord. Ja, ik denk dat het een beetje heen en weer gepraat wordt nu natuurlijk. De accountant heeft dit al zodanig meegenomen, dus ik ga ervan uit dat het wettelijk gezien volledig volgens de regels is gebeurd. Heer Veldmeijer heeft een vraag. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel. Ja, ik ben een beetje verbaasd, want u praat over de periode dat u in de coalitie zit, toch? Dus waarom valt u dan deze wethouder erover aan? Dat snap ik dan niet. Dat is niet een vraag aan de wethouder, dus ik geef de heer Kerkdijk het woord. Hij krijgt een vraag en ik probeer dit dan ook af te ronden. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, correcte opmerking, maar je mag ook wel kritisch naar jezelf zijn. Ook wij zien pas in juli 2018 wat er in 2017 gebeurd is. En dan kun je zeggen, daar praten we niet over, want daar zijn we zelf verantwoordelijk voor geweest. Nee, het gaat erom dat we beter worden, dat het proces verbeterd wordt. En nogmaals, ja, dan mag je als CDA ook wel kritisch naar jezelf kijken, er is niks mis mee.
Wacht even. Nee, gaat allemaal via de voorzitter en niks verder. Ik geef de wethouder het woord. Vervolg uw betoog. Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals gezegd al, die winst die genomen diende te worden met betrekking tot het grondbedrijf, dat hebben we gedaan volgens de aanbevelingen van de accountant. En dat heeft tot gevolg gehad dat wij het vlies konden terugbrengen naar die ruim 3 ton. Even daarop terugkomen, denk ik dat die winst van 1,3 miljoen binnen het grondbedrijf, dat het een prachtig resultaat is. Nou, volgens het vastgestelde beleid binnen deze raad hebben we 730.000 euro daarvan in de reserve gestort van het grondbedrijf. En die zit daarmee weer op het maximum van 1 miljoen. En het overschot hebben we ten gunste van de jaarrekening laten komen, het resultaat daarvan. En daardoor komt het tekort op 370.000 euro. Nou, u hebt al gezegd, de aandeel van Vitens, daar was geen boekwaarde van opgenomen, even ingaand op de vraag die gesteld werd. Daarvan is de opbrengst gestort in de AER en daarmee kwam de algemene risicoreserve op het totale maximum van 4,25 miljoen. Het meerdere daarvan, en dan praat ik over ruim 500.000, is in de reserve sociaal domein gestort, volgens voorstel van ons college. Ja, en dan kom ik automatisch op dat sociaal domein. Daar is dus inderdaad een tekort van afgerond 3,8 miljoen euro. En dat is een gigantisch bedrag voor een gemeente als Twenterand. Wij zijn daar niet uniek in. Van de 12 Twentse gemeenten is bekend dat zij ook rode cijfers schrijven op het sociaal domein. In 2016 was dat beeld nog iets gunstiger. Niet zozeer voor ons, maar in Twente. Toen waren er nog een groot aantal gemeenten die schreven nog zwarte cijfers, maar inmiddels is in 2017 gebleken dat eigenlijk iedere gemeente in Twente rode cijfers schrijft en degenen die in 2016 rood schreven, inmiddels donkerrood. Helaas is de gemeente Twenterand een van die gemeenten die donkerrode cijfers schrijft. Dat spitst zich met name toe die tekorten op het onderdeel jeugd en het feit dat de toegang tot de zorg door ons als gemeente voor een groot deel niet direct beïnvloedbaar is. En dat heeft alles te maken met de verwijzingen, bijvoorbeeld door de huisartsen, maar ook bijvoorbeeld door de rechterlijke macht. Om daar nader op in te zoomen, zou ik straks ook graag het woord willen geven aan mijn collega Paters, die het sociaal domein in zijn portefeuille heeft. Ja, het tekort van 2017 kent wel een structureel karakter en zal absoluut terugkomen in de BRAP 2018 en ook in de meerjarenbegroting. Dat is ook een van de redenen waarom door mij de eerder genoemde 540.000 euro toegevoegd wordt aan de reserve sociaal domein. Dat zullen we nog hard nodig hebben. In de tussentijd werken we gemeentebreed keihard aan maatregelen om de zoekrichtingen te halen die de tekorten beperken. En daar komen we in de komende BRAP ook mee terug. Nou, zoals gezegd, de jaarstuk een onderdeel van de PNC-cyclus. Eigenlijk het sluitstuk. En inderdaad, het zou een feestje moeten zijn. Ik denk dat het in die zin een feestje is. 2017 was niet een geweldig jaar. Maar als ik kijk wat we met het beschikbare geld hebben weten te bereiken, dan denk ik dat het toch wel een klein feestje is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Paters. Aan u het woord. En ik denk dat wethouder Van Appema geen vraag heeft gehad. Nou, de Huimers ook niet. En ik heb nog wel een aantal vragen gehad. Dus dan neemt de Nestor, die neemt het over voor mij. Wethouder Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. En dank aan de verschillende fracties voor de vinger die zij leggen bij de tekorten in het sociaal domein. En ik proef daaruit de zorg die wij met z'n allen hebben, hoe dit verder gaat. En het is, het wordt niet door mij gezegd, maar het is ook door mijn voorganger al een aantal keren gezegd, dit blijft een hoofdpijndossier. Dan kun je tegen een hoofdpijn een paracetamolletje nemen, maar bij het tekort in het sociaal domein werkt dat helaas niet zo. Terecht legt uw raad een aantal punten aan mij voor, aan ons voor, waar het beter kan en waar het ook beter moet. De beschikkingen waar GBT naar vraagt en ook anderen hebben daar de vinger bij gelegd, die niet of niet tijdig zijn aangepast. Ja, dat klopt. Je probeert dat zo goed mogelijk te doen en daar
komt eigenlijk een tweetal punten naar voren ter verbetering. In de aanbesteding in vers verband, daar is een nieuw administratieprotocol voorhanden om ook daar in vers verband op in te grijpen. Maar ook hier intern hebben we gezien dat het niet helemaal soepel loopt. Ook naar aanleiding van eerdere bevindingen. De keus, en dat is een keus waar ik volledig achter sta, is dat wij altijd kiezen voor het verlenen van de zorg. En ik neem aan, ik kan mij niet voorstellen dat er iemand is in deze raad die dat niet met ons eens is. En dat betekent dat je soms achteraf voor situaties komt waarvan je zegt, van, joh, dat is niet helemaal zoals we het willen. Maar de zorg die de mensen nodig hebben, die stond voorop en die staat voorop. En die zal ook voorop blijven staan, nu en in de toekomst. Wat hebben we wel gedaan, is dat we een intern controleplan hebben opgesteld. En dat is er reeds in werking om de administratieve leemtes ook te kunnen vullen. Dus we nemen nu maandelijks de dossiers door, die worden gecontroleerd. Zodat we hopelijk ook richting 2018 een beter en een completer beeld hebben voor wat betreft de leemtes zoals die er nu zijn in de administratie. Dan was er een hele concrete vraag van GBT voor wat betreft de zorgorganisaties die zorg leveren tot 125.000 euro. En of ik bereid ben om daar in samen 14 verband nog eens aandacht voor te vragen of dat niet naar 50.000 euro kan. Er is in het verleden al regelmatig daarover gesproken. En het is altijd een afweging in relatie tot kosten en lasten. Dat is niet alles. Er wordt in lokaal overleg met onze accountant voor de overige instellingen een steekproef gedaan met eigen onderzoek. En uit dat eigen onderzoek komt toch een ander beeld naar voren. Maar dat totaal moet wel een representatief beeld opleveren. Uiteraard ben ik op uw verzoek gaande bereid om in het volgende OZJT-overleg hier nog eens aandacht voor te vragen. Maar weet dat er al een aantal keren aandacht voor gevraagd is en dat het tot op heden niet geleid heeft tot een verlaging van het bedrag van 125.000 euro. Dan over de facturen, daar stelt u ook een vraag. Vijf jaar later, ja dat kan inderdaad nog. En daar word je als gemeente, welke gemeente dan ook, natuurlijk niet vrolijk van, omdat blijkt. En dit is nou zo'n typisch zo'n ding waar je geen invloed op hebt. Die facturen blijven komen en uiteindelijk moet je gewoon de knip trekken, hoe vervelend dat ook is. En dat betekent dat we daar nog wel iets langer mee geconfronteerd zullen gaan worden. Er wordt steeds strakker gestuurd, maar we zitten er steeds dichter bovenop om dat zo goed mogelijk in beeld te hebben en te houden. En ook te kijken van, is dit rechtmatig? Wordt deze factuur terecht ingediend, ja of nee? Maar ter illustratie, voorzitter, voor uw raad, 1 miljoen euro aan jeugdzorgkosten die zijn verwerkt in de jaarrekening 2017, betreft feitelijk kosten van de jaren 2015 en 2016. Dus om maar aan te geven hoe beperkt de grip is die je hier voor een deel op hebt. Ik zeg voor een deel, want we zijn natuurlijk ook bezig, en dat ziet u ook in de tussentijdse rapportage die er komen, om daar waar mogelijk zaken te stroomlijnen, om zaken om er dichter nog bovenop te zitten. Maar inderdaad, met de mensen die we hebben, die fantastisch werk leveren, maar moeten we wel proberen om het zo goed mogelijk te blijven doen. Nog een aantal andere vragen. De vooruitzichten, extra middelen vanuit de Rijksoverheid, vraagt de SGP. Ja, ik zou willen dat ik klip en klaar kon antwoorden dat die vooruitzichten er zijn. U weet ongetwijfeld dat er een stroompot is waarin 200 miljoen euro zit. 100 miljoen uit ons eigen gemeentefonds en 100 miljoen vanuit het Rijk. En Twenterand kan een beroep doen en gaat ook een beroep doen daarop. Wat de hoogte van dat bedrag is, dat is op dit moment nog niet bekend. De hoogte van het bedrag dat Twenterand uit die stroompot vraagt, maar dat is het enige wat er extra aan zit te komen. Voor degenen die hem nog niet hebben, hebben we de motie zoals die tijdens het VNG-congres is aangenomen nog even mee laten sturen. Omdat daarmee wel blijkt dat, nou volgens mij was het 99,51% van alle 380 gemeenten die die motie gesteund hebben. Ik denk dat er één gemeente even een wegtrekker had en niet op tijd met het stemkastje was. Maar anders was het ongetwijfeld 100% geweest. Dat zegt iets en dat zegt ook iets over de problematiek niet alleen in Twente, niet alleen in Twenterand, maar in heel Nederland. En we kunnen alleen maar hopen dat Den Haag wakker wordt. En mocht dat niet zo zijn, dan ben ik nog steeds bereid om met de camper of de platte kar richting Den Haag te gaan om daar aandacht voor te vragen. Daar mag u van overtuigd zijn.
Dan protocol, daar heb ik al iets over gezegd. En ik ben blij dat u ook constateert dat de zorgverlening voorop heeft gestaan en die zal ook altijd voorop blijven staan, zoals ik eerder al zei. Meer grip op het sociaal domein. Meneer Veldmeijer zegt daar wat over. Ja, wij doen alles wat we kunnen, niet alleen in Twenterand, maar ook in Twentsverband, om meer grip te krijgen. Het probleem is alleen dat daarom verwees ik net al even naar die 1 miljoen, dat er een aantal zaken zijn waar je geen invloed op hebt. De rekeningen die nog blijven komen uit voorgaande jaren. Maar ook gewoon heel simpel, als iemand in Twenterand woont en jeugdzorg nodig heeft, dan krijgen wij domweg de rekening. En daar kun je van alles van vinden. Het zou mij niet verbazen, en ik hoop het niet, maar dat er een soort van jeugdzorgtoerisme op gang gaat komen. En dat moeten we toch met z'n allen wel zien te voorkomen. En dan denk ik, voorzitter, dat ik het bijna gehad heb, maar ik kijk nog even naar de PvdA. Zaken niet bureaucratiseren. Dat is mij uit het hart gegrepen, want uiteindelijk hebben we onze mensen veel meer nodig op de werkvloer dan achter het bureau om allerlei protocollen uit te voeren die niet zinvol zijn. Dus ook daar zullen we proberen, daar waar mogelijk, overbodige regels zeker te schrappen. Dat gebeurt in Den Haag en als dat in Twente en in Twenterand kan, zullen we dat niet nalaten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ja, wethouder Paters, dan geef ik de leiding over aan de Nestor en dan ga ik zelf naar het spreekgestoel om een aantal vragen van het gemeentebelang in Twenterand te beantwoorden. Mevrouw de burgemeester, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Elzegaar die vroeg aan mij, er zijn nogal wat criminele activiteiten hebben er plaatsgevonden en hij vroeg of het zorgelijk is. Elke activiteit die crimineel is, vind ik zorgelijk. En u gaf daarbij aan van ja, het zou toch niet plaats moeten vinden in een plattelandsgemeente zoals Twenterand. Waar ik ook burgemeester ben, ik zeg alles gebeurt overal. We mogen niet onze ogen sluiten en zeggen wij zijn een plattelandsgemeente en dus... Nee, het gebeurt hier ook en ik vind het zorgelijk. En ik wil ook heel nadrukkelijk aangeven dat wij met alle partijen goed werk verrichten. Ook met politie, met het RIEK, met allemaal die nodig zijn om het aan te pakken daar waar we kunnen. Maar het blijft natuurlijk steeds, het gebeurt en we pakken het aan. Vervolgens gaf u aan dat ik niet ben van het shamen door ook wanneer er ergens iets gebeurt... om met huisnummer en straatnaam om dat te publiceren. Laat ik heel duidelijk zijn, ik werk heel goed samen met mijn collega uit Almelo, maar dit doe ik niet. Want ik vind dat ik de privacy van burgers, wie dan ook maar, heb te waarborgen. En ik vind dat mijn verantwoordelijkheid en ik ben er ook heel duidelijk in. We hebben een strategie wanneer het gaat om, zeg maar, ergens een hempplantage, dan waarschuwen we, vervolgens gaat het pand een aantal maanden dicht voor een tweede keer. Dat zijn stappen en we zijn natuurlijk ook bezig om nog verder na te denken, ook samen met Almelo, van wat kunnen we nog meer. He, op een bepaald moment heb je ook zoiets van, ja, is dit nu wel de strategie die we met z'n allen willen? Dus ik ben er heel duidelijk in. En we doen het niet met iemand die heel veel inbreekt, bijvoorbeeld, gaan we ook niet zeggen, die woont daar en daar. Dat gaan we ook niet doen. Dus ik ben het ook niet van plan om het hier te doen, vanwege de zorgvuldigheid vanuit onze kant. Voorzitter, dat waren een aantal opmerkingen die richting vragen die mij gesteld zijn. Meneer Veldmeijer, ik zie dat u een interruptie heeft. Aan u het woord. Klopt, dank u wel. Ik heb één vraag voor de burgemeester. Dat snap ik voor wat betreft die privacyregels. Maar bestaat er dan ook een soort van interne lijst binnen de Twentse gemeentes? Stel dat iemand betrapt wordt met een hennepplantage, dat wel bekend wordt bij de andere gemeenten, zodat iemand niet zich kan verplaatsen naar een andere gemeente en precies hetzelfde verhaaltje gaat doen. Dank u wel voor deze vraag ook. Sorry, voorzitter, dank u wel voor deze vraag ook. Excuus. Uiteraard werken wij heel goed samen met de gemeente en ik heb ook net aangegeven dat ik samen ook met de burgemeester van Almelo bezig ben om te kijken hoe wij ook dit kunnen voorkomen en hoe we daar iets aan kunnen doen. Maar het zijn natuurlijk wel hele lastige, want als het gaat om sluiten van een pand, is op dit moment het zo, het gaat om het pand waar het plaatsgevonden heeft. En je kunt dat verder niet tegenhouden als iemand het ergens anders, dat er hier een waarschuwing komt en in een andere gemeente dat je dan het pand sluit, als het dezelfde degene is die een hemp
plantage heeft. Dat kan dus niet, maar we zijn wel samen bezig om te kijken van hoe kunnen we nog meer grip hierop kunnen krijgen, zodat het niet meer plaatsvindt hier, maar ook niet het waterbedeffect ergens anders. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de burgemeester, voor uw beantwoording. Ik zie niet dat er andere vragen zijn, dan sluiten we hier bij het agendapunt. En dan geef ik graag de hamer weer over aan u. Dank u wel voor dit waarnemen. Ik kijk voor een tweede ronde. Ik begin bij de heer Elzegaar van gemeentebelangen Twenterand. Aan u het woord indien u dat wenst. Of u wilt schorsen, mag natuurlijk ook altijd. Nee, ik ga direct aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Liefst niet schorsen, want het was alleen maar tijd. Wat dat betreft is dit al aardig opgeschoren dat we nu niet geschorst hebben. Ik wil in ieder geval iedereen even bedanken voor de antwoorden. Ik heb links en rechts even wat opmerkingen wel gemaakt. Eigenlijk, als we de beide wethouders horen, dan is het qua sociaal domein een beetje dweilen met de kraan open. We moeten eerst maar zorgen dat we het gaan stabiliseren, dat we die kraan dichtdraaien en daarna verder gaan. Dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van het verhaal. En dat is natuurlijk best wel zorgelijk, want de reserves die zijn ook niet oneindig. En we kunnen zeggen dat je de zorg staat voorop. En dat is een hele goede keus en ook een moedige keus, maar op een gegeven moment is ook het geld op. En ik hoop niet dat het ooit zover kan komen. Ik denk nog wel eens terug aan de provincie Overijssel, die ook bureau jeugdzorg had. En die stopte gewoon met de zorg. En hadden ze 14, 15 miljoen, ik lees de stukken nog in de krant. En dan gingen ze naar Den Haag kijken, jullie komen maar en anders doen wij helemaal niets. Maar dat was ook al een uiterste poging. En ik hoop echt niet, voorzitter, dat het zover komt. En ik hoop ook dat de VNG en met de lobby, dat we in ieder geval nog een heel eind komen. Maar dat is altijd afwachten. Even een vraag die ik nog niet beantwoord had gekregen, maar misschien heeft daar een reden om welke bedrijven het ging over die aanbesteding. Maar wat mij betreft ook per mail, als het lastig is dat het openbaar is, dat kan. Maar toch ben ik daar en namens de fractie wel nieuwsgierig naar dat IT-bedrijf en het loonbedrijf. Ik zou dat toch willen weten. En de raad heeft daar natuurlijk ook recht op, dus dat mag wat mij betreft naar de hele raad. En even over de activiteitencentrum met punt. Ik noem dat niet omdat het activiteitencentrum met punt is. Maar het is best wel opmerkelijk dat de accountant van de gemeente dit nu noemt. Want normaal gebeurt dat nooit. Er wordt eigenlijk nooit een instelling bij naam genoemd waar zorgen over zijn. Nu wordt het wel genoemd. En wij maken ons daar echt hele grote zorgen over. Naast de zorgen die er al zijn van de accountant van het punt, maar ook hiervan. En ik zou willen vragen aan de wethouder, zijn er gesprekken gepland? Is er al iets bekend? Komt het binnenkort in de raad? Hoe zit het met de motie die toen is ingediend door het CDA en door iedereen ondersteund? Hoe ver staat het daarmee? Dat zouden we toch wel heel erg graag willen weten. Want we houden niet van nare verrassingen. De naming en shaming. Ik begrijp, dat zei ik net ook, ik begrijp uw besluit. Maar ik begrijp die van allemaal ook. De mensen die drugs dealen, dat zijn mensen die dit willens en wetens doen. En vaak, kijk, als er kinderen bij komen kijken, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar vaak zijn de inwonenden ook op de hoogte. Want dat zie je gewoon wat er gebeurt. Ze kiezen ervoor om het leven van een ander kapot te maken. Of de kinderen van een ander. Gezinnen gaan er dan onderdoor. En dat is meer de gedachte waar wij van zeggen. Ze komen er wel heel erg makkelijk mee weg. En daarom zeggen wij zoiets. Misschien wordt het gewoon eens een keer tijd voor naming en shaming. Het is een suggestie. En het is wel vernietigend waar deze mensen mee bezig zijn. En dat is eigenlijk de gedachte achter dit verhaal, voorzitter. Dan had ik nog heel kort over de boordletter. Ik begrijp nu dat een aantal raadsleden het niet hebben ontvangen. En ik heb het gisteren ontvangen. Ik heb nog even nagekeken om 16:45 naar alle raadsleden. Ik heb ook een aantal om me heen gevraagd ook, maar een aantal toch niet. Dus ik weet even niet hoe het zit. Maar goed, we hoeven het hier niet over te hebben, maar ik heb hem in ieder geval wel ontvangen. Dus misschien is er iets in de mail fout gegaan, dus als er nog even nagekeken kan worden. Maar het komt in september, zoals de heer Kerdijk ook al zei, uiteraard toch aan bod in de laatste week van september in de auditcommissie. En dan kan daar alsnog een advies uit volgen. Dus daar is de auditcommissie vrij in en het is aan het college en de raad wat ze ermee willen doen. Een compliment van de heer Veldmeijer ook aan de accountant, en dat mag voor dat bedrag.
Ja, dat mag ook voor dat bedrag. Maar we moeten niet vergeten dat wij als raad ook zelf extra controle op die zorgprestaties hebben geleverd. Waardoor dit allemaal wel naar boven is gekomen. En misschien levert dat op den duur wel geld op. Dus wat dat betreft is dat ook een bewuste keuze geweest van de raad om dat zo te doen. Omdat wij daar gewoon de vinger eens achter wilden hebben. We waren allemaal eigenlijk een beetje aan het raden. Hoe zit dat nou? En je hoort links en rechts wel eens wat. Dus wat dat betreft zijn we heel erg blij dat het nu echt boven tafel is gekomen. Dat dit soort dingen niet gebeurd zijn. Ja, en aanbesteden. We hebben een aanbestedingscommissie. Er zitten nu nog maar twee in. De mensen die er eerder uit zaten, was de heer Tinsboer en de heer Walraven, die zijn eruit. De heer Smelt en ik zitten er nog in. En ik denk dat er binnenkort toch gewoon een keer weer tijd is. Ik denk nog vlak voor of na de zomervakantie. Is een keer over dit soort dingen te praten. Dus heer Veldmeijer, als u daar onderdeel van uit wilt maken, kunt u dat aangeven. En dan kunt u dat soort vragen stellen. Maar dat is aan u. En dan ziet u ook hoe lastig het is, hoe graag wij ook allemaal willen om het aan lokale en regionale partijen opdrachten weg te geven. Dat gaat echt niet zomaar. Daar komt wel wat bekijken en er wordt in het huis echt wel creatief mee omgegaan. Dat we het in delen kunnen knippen, voor zover mogelijk, want dat mag ook niet overal. Dat we het over meerdere jaren kunnen uitsmeren. Echt alles wordt in het werk gesteld om dat te doen. En daar zitten wij bovenop als aanbestedingscommissie ook steeds weer. En dus wat dat betreft is dat echt wel in goede handen. Maar u kunt er zelf deelgenoot van uitmaken en het is aan u. Ja, de heer Reuske noemt nog even die effecten. Dat is nou net wat wij als GBT bedoelen met die tabelletjes, die getalletjes. Die zeggen natuurlijk niks zonder het vertellende verhaal. En als je dat echt wil weten, dan moet je echt de organisaties opzoeken en daarmee in gesprek gaan en die stukken opvragen. Dat is ongelooflijk veel materiaal. Je leest je drie slagen in de ronde, maar je weet wel ongeveer wat er gebeurt en wat de effecten zijn. Alleen is het natuurlijk onmogelijk, dat snappen wij ook wel, als je dit allemaal in de jaarrekening wilt zetten. Want dan wordt het bijna 300-400 pagina's en is het dan nog wel lonen. Het is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van de raadsfractie zelf om de burgers, als volksvertegenwoordiger en de organisaties op te zoeken. Dus als je echt wat wil weten, kun je echt heel veel informatie wel inwinnen. De heer Reusken, aan u het woord. Ja, gratis, sorry. Een boetepotje, ja. Nee, we zijn hier om elkaar te ondersteunen. Dus, heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met de heer Elsinga eens als het gaat om de taak ook van raadsleden om zich te laten informeren door het bezoeken van maatschappelijke organisaties die met middelen van de lokale overheid actief zijn. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook een controlerende taak. En dan mag je toch van het college vragen om in de jaarstukken aan te geven, daar waar middelen worden ingezet, wat het effect van die middelen is. En dat ook te rapporteren aan de raad. En dat is het enige wat ik gevraagd heb. Bent u dat met mij eens? Meneer Elsinga, wie het woord. Ja, voorzitter, uiteraard ben ik dat met de heer Reusken van PvdA GroenLinks eens. Het is net wat ik in het begin zei en de afgelopen jaren wel eens vaker heb gezegd. Alleen je moet ook kijken van, we zeggen ook, het moet een beetje leesbaar en overzichtelijk blijven, een jaarrekening, een begroting. Dus misschien moeten er wel andere keuzes worden gemaakt daarin. Dat je bepaalde informatie gewoon weglaat en het andere wel. Misschien is dat iets. Maar we hebben het al eens aangegeven en we blijven het aangeven. Dus we hopen dat het de volgende keer, dat vertellende verhaal, dat moet er gewoon bij. Want anders dan kun je niet zoveel met die cijfers. Duitsk heeft al een aanvullende vraag in het woord. Niet zozeer een aanvullende vraag. Misschien dat straks daar de wethouder een antwoord op kan geven, een reactie op kan geven. Goed, dat komt in tweede termijn. Heer Elsinga, u volgt uw betoog. Voorzitter, ik was er klaar mee. Dank u wel. Dat kan. Dan heer Kerkdijk, aan u het woord. En ik zie vanzelf wel als iemand zegt, ik hoef niet het woord. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nog een paar opmerkingen. Richting de heer Paters. Hij geeft aan, als het nodig mocht zijn, met de camper naar Den Haag te moeten. Nou, ik kan hem inmiddels vertellen dat het nodig is. Wij hebben de mijncirculaire, die inmiddels ook binnen is, en die zult u ook doorgerekend hebben, bekeken. En ja, de aankondiging in het coalitieakkoord van wij verwachten dat daar ruimte uit ontstaat, die moeten we helaas negatief benaderen, want er ontstaat geen ruimte. Ik heb het volgende aanbod voor u. Wij waren van plan na deze zomervakantie de caravan te verkopen. Ik hou hem en u mag hem lenen. Dus. Dan ten aanzien van de boordletter en ook richting de Elsinga. Ik denk dat het goed is vast te stellen dat wij een uittreksel van de boordletter hebben gekregen. En niet de gehele boordletter.
En ik denk dat het voor de Raad als opdrachtgever van de accountant, het is ons budget, het is onze accountant, dat wij aanspraak kunnen maken op de volledige boardletter. En ook richting de heer Koster dus wel nogmaals de vraag, ik heb er ook in eerste termijn gesteld, wij zouden graag de volledige boardletter krijgen en graag een toezegging op dit punt. Misschien kan ik even wat verheldering geven. Ik word even wat gesouffleerd door de G4. De samenvatting van de managementletter is de boardletter. En u heeft de samenvatting van de managementletter gehad en dat is de boardletter. Dus dat is hetzelfde. Dus even voor de duidelijkheid, want anders blijft dat hier steeds rondhangen. Dus het is gewoon de boardletter wat hij gisteren heeft gehad, waardoor de G4 naar alle raadsleden is gestuurd. Dat is de boardletter. Dus even voor de duidelijkheid, anders blijft dat steeds weer hangen hier. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Maar ik denk dat het goed is even te kijken naar de set van vorig jaar. Want toen was het de samenvatting en was het de boardletter. Dus twee aparte documenten en ook dat is in de toelichting in de ordencommissie al zodanig genoemd. Nou, we zullen het nog bekijken. Okay. Ja, lijkt me goed, dan, maar dan krijgt u daar geen antwoord straks op. Dan wordt het later bekeken. Ja, op een later moment. Dan voor wat betreft de begrotingswijziging. Ja, je blijft met die 550.000 euro zitten en de heer Veldmeijer stelde net een terechte vraag. Het had natuurlijk ook anders gekund. U had kunnen zeggen, we gaan het tekort verhogen naar 950.000 euro en daarmee hebben we 550.000 euro. Dan gaan we 5 jaar een extra wethouder mee betalen of ruim 4 jaar de hondenbelasting. Mag ik van de wethouder weten waarom u daar niet voor gekozen heeft? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt of wie ook het woord wil. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Mogen we concluderen dat het college de aanbevelingen en de conclusies van de accountant klip en klaar overneemt, zodat ook als reactie op het auditverslag en opmerkingen richting de wethouder van Financiën. Scherp begroten is naar ons inziens ook realistisch begroten. Dus niet rijk rekenen als er iets misgaat, dan dat er ook gigantisch misgaat en bij een jaarrekening zoals nu kijk je terug en dan ben je alweer zoveel tijd verder. Dan beter tijdig ingrijpen, naar de raad informeren en scherpe keuzes maken. Dank u wel. Dank u wel. Dan krijg je aan de heer Veldmeijer of die nog het woord wil. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan dit college over. We hoorden tijdens de auditcommissie dat er nogal wat personele wisselingen zijn geweest. En dat het ook eigenlijk finesse is voor bepaalde procedures binnen dit huis. En onze vraag is of dat kwam doordat inderdaad contracten niet meer konden worden verlengd door die wetwerk en zekerheid. En dat er nu een ander beleid gaat volgen. Want op het moment dat het weer een doorganghuis wordt van personeel, dan blijven we met dit soort problemen kampen. Dus graag uw mening hierover. En ten aanzien van het grip krijgen op het sociale domein, voorzitter, gaan we ervan uit dat dat wel goed komt met dit college, gezien de kritiek die GBT had op de vorige coalitie op dat gebied. Dus wat dat betreft geven wij dit college het voordeel van de twijfel. Dank u wel. En dan de heer Kobus, de VVD niet. De heer Reusken ook niet. Dan kijk ik naar de wethouder, aan u het woord. Wethouder Koster. Ik val in de raad. Voorzitter, dank u wel. Ik realiseerde me inderdaad dat ik een aantal vragen van de GBT-fractie niet heb beantwoord. Met name de vraag met betrekking tot de aanbesteding, Europese aanbesteding, die niet gevolgd was voor 2 bedrijven. Als u mij toeslaat, kom ik daar schriftelijk op terug en zal ik u raad daar schriftelijk over informeren. Ik weet namelijk op dit moment niet welke 2 bedrijven dat waren. Als het gaat over uw vraag met betrekking tot het punt, de jaarcijfers 2017, dat de verwachting was dat daar een tekort van 70.000 tot 80.000 euro in 2017 zich zou voordoen. Die verwachting is inderdaad uitgekomen. En als u dan verder praat over het punt, dan kunt u zich voorstellen, het voorgaande gezegd hebbende, dat ik op dit moment druk bezig ben met gesprekken bij betrokkenen van het punt, om mij breed te laten informeren over de situatie al daar. Uiteraard betrek ik de motie van uw raad daarin ook in dit verhaal. En ik hoop na de zomer bij u terug te komen, in eerste instantie wel eens met een raadsbrief,
maar daarna ook met een raadsvoorstel om te kijken hoe we daar verder mee gaan. Nou, de boordletter waar de heer Kerkdijk het over had, daar heeft de voorzitter, mevrouw van der Kolk, al antwoord op gegeven. De boordletter is een samenvatting inderdaad van de managementletter die meer voor intern gebruik en voor het college is. De Kerkdijk, aan u het woord. U heeft een vraag aan de wethouder. Dank u, voorzitter. Ik heb ook eigenlijk een vraag of er een reactie richting de toelichting die in de vorige termijn gegeven is. Weet u dat er op 20 maart 2018 in het college een boordletter is vastgesteld, letterlijk ook als zodanig geagendeerd, en dat is vastgesteld dat die boordletter doorgezonden zou worden naar de auditcommissie. En dat is geen managementletter, dat is geen samenvatting van de managementletter, dat is een boordletter. En daar gaat het om. Toegezegd zullen wij het nakijken. En wat krijgt u op? Wethouder Koster, aan u het woord. Ja, dan ga ik even verder. Ja, voor wat betreft het onderschrijven van de conclusies en de aanbevelingen, mogen duidelijk zijn dat de beperkende verklaring die nu is afgegeven met betrekking tot de rechtmatigheid, dat onze inzet erop is gericht dat zich over 2018 niet zal voordoen. Dat mogen duidelijk zijn. In die zin onderschrijven wij als college ook de door de accountant in de account of in de auditcommissie gegeven analyse op dat onderdeel. En de aanbeveling wordt ook zeker meegenomen in de bedrijfsvoering. En de heer Paters heeft zojuist al verteld met betrekking tot het sociaal domein welke stappen daarin ondernomen zijn. Dan, ik heb het ook al een beetje neergeschreven. Dat was de SP. Ja, volgens mij ben ik er door, voorzitter. Ik kan door de wirwar van. Dan ik blijf nog even staan, want de heer Reusken heeft nog. Ja, de heer Reusken heeft een woord. Heeft u een kaartje bij u, de heer Reusken? Sorry dat ik het wat later zag, de heer Reuske, mijn excuus daarvoor. Ik zal het volgende keer iets eerder proberen te pakken. De heer Reuske, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ik zal hem in mijn broekzak stoppen, dan vergeet ik hem niet meer. Net bij de interruptie ten aanzien van de heer Elzinga hadden we het over de cijfers en het verhaal achter de cijfers. En was mijn opmerking of mijn vraag van wellicht dat de wethouder kan reageren om in komende jaren misschien ook wat meer te duiden wat dan de effecten zijn geweest door te werken. En dat heb ik al eens eerder genoemd, ook bij begrotingsbehandelingen. Kunnen we niet gaan werken met indicatoren, waardoor we wat meer zicht krijgen. Niet alleen op wat er gedaan is, maar wat het effect ervan is. Ik zou het graag de wethouder mee willen geven, of in ieder geval om een reactie willen vragen of daarnaar gekeken kan worden. Wethouder Koster, aan u het woord. Ja, het is overduidelijk. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de effecten die je bereikt. Tegelijkertijd realiseer ik me, als je daar indicatoren voor gaat ontwikkelen en dat in de volle breedte doet, althans nog breder dan we nu hebben gedaan binnen de programma-onderdelen die we in de jaarstuk hadden staan, de doelenbomen en effecten, om dat nog uitgebreid te gaan doen, dat geeft toch een behoorlijke aanslag op de apparaat. En ik vraag me af of we daar nu de energie op dit moment in moeten steken. Ik denk dat de eerste energie die we nu insteken is in het sociaal domein en te kijken of in ieder geval ook die rechtmatigheid, dat we daar de winst kunnen gaan behalen. En uiteraard, in het achterhoofd heb ik zeker de effecten. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat we voor de burgers in Twenteland iets bereiken. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag. Aanvullende vraag. Dan zou ik willen voorstellen om te beginnen met het sociale domein. Volgens mij, en daar ga ik dan ook zeker voorstellen voor doen, kunnen we indicatoren benoemen binnen het sociale domein op een aantal onderdelen. En als vervolgens die indicatoren verantwoord kunnen worden, hebben we volgens mij een eerste stap gemaakt, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dat is geen vraag aan de wethouder, maar het is een door u gemaakte opmerking. De heer Kerkdijk, u heeft een vraag aan de wethouder. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp uit de toelichting van de wethouder dat hij met deze termijn klaar is. Maar ik heb nog een vraag openstaan.
Dat is de vraag waarom er uiteindelijk besloten is die 550.000 euro uit het grondbedrijf niet te benutten voor de vierde wethouder 5 jaar of voor via hondenbelasting. Maar toch toe te voegen aan exploitatie en daarmee tekort te drukken. Kunt u eens vertellen waarom dat gebeurd is? Houder als u het woord. U bedoelt die 540 hebben toegevoegd, dacht ik, aan de reserve van, zo uit mijn hoofd, van het sociaal domein. En het lijkt me evident dat dat nog een goede keuze is geweest. Nog een aanvullende vraag, de heer Kerkdijk. Ja, verduidelijking, dank u voorzitter. Nee, het gaat om die 546.000 euro uit de opbrengst van eigenlijk de genomen winst van het grondbedrijf. Die is toegevoegd in exploitatie. U hebt het gewoon in exploitatie gestopt. U hebt daar reguliere dingen mee betaald. En mijn vraag is, waarom is dat niet gebruikt om bijvoorbeeld de vierde wethouder 5 jaar af te dekken of de hondenbelasting af te dekken? Dat had ook gekund. Waarom is die keuze niet gemaakt? Wethouder, aan u het woord. Ja, waarom is die keuze niet gemaakt? Kijk, de financiering, de begroting van 2019 is in aantocht en dan gaan we begroten. En dan komen de posten die u nu noemt, komen automatisch aan de orde. Dank u wel. Ja, nee. Het is toch een OZB-verhoging. Ja. Ik stop hier even mee, want ieder gaat over zijn eigen antwoord. U bent niet tevreden, denk ik, maar dat kan ik ook niet anders verwoorden. De heer Jonker, aan u het woord om ook een vraag te stellen. Dank u wel, voorzitter. Zou de wethouder nog in willen gaan op mijn opmerking over realistisch begroten en het eerder naar de raad bij afwijkingen? Wethouder, aan u het woord. Ja, de begroting 2017 is natuurlijk vastgesteld door uw raad. En dat is ook gebeurd in het vorige college. Ik heb ook gezegd om een gebalanceerde begroting te krijgen, kies je ervoor om bepaalde keuzes te maken en er is toen voor gekozen om scherp te begroten. En de vraag is inderdaad of we dat voor 2019 weer moeten gaan doen. Maar goed, laten we even de BEERAP afwachten en de uitgangspuntennotitie om te kunnen bepalen in hoeverre dat we bij de opstelling van de begroting 2019 daar anders mee om zouden moeten gaan. Maar het heeft alles te maken gehad met de keuzes die toen zijn gemaakt om balans te brengen in de begroting. Dank u wel. Dan heeft de heer Veldmeijer een vraag. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik bij deze wethouder het goede adres ben, maar ik had ook vragen gesteld over de personeelsbeleid. Of er nu meer vaste contracten komen voor mensen die goed functioneren, om te zorgen dat die frustraties in bepaalde processen, wat uiteindelijk ook weer geld gaat kosten, of om die op die manier te voorkomen. Is dat het beleid, zeg maar? Nou, voorzitter, volgens mij is op dit moment. Wethouder Koster, aan u het woord, maar het is mijn portefeuille, dus vandaar even dat ik denk van, laat ik zo meteen eventjes daar antwoord op geven, lijkt me wel zo handig. Dat was de laatste vraag, ja. Was u klaar met uw betoog? Dan kijk ik weer naar de heer Smelt, ja. Dan zal ik het vanaf deze plek maar mogen doen. Er zijn in het verleden natuurlijk keuzes gemaakt, hè, om een kleine kern te pakken en die flexibele schil. Nu zijn we op dit moment best wel bezig, samen met de algemene directeur, om te kijken van welke mensen wij voor de langere termijn ook nodig hebben. Maar wij worden ook geconfronteerd met mensen die heel goed zijn, maar die niet in vaste dienst willen komen. Het is gewoon een keuze waar we ook mee geconfronteerd worden. Dus we zijn nu echt heel erg bezig om te kijken van, wat wel, wat niet, wat hebben we nodig, ook voor de langere termijn. Dat is natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid om het op een goede manier te doen. Nou, daar zijn we natuurlijk heel duidelijk en de algemeen secretaris of de algemeen directeur is er natuurlijk heel erg mee bezig ook om dat in goed evenwicht te krijgen. En dat is niet eenvoudig, omdat voor sommige functies er ook een tekort is op de arbeidsmarkt. Daar hebben wij ook natuurlijk mee te maken. Nou, dus dat hele palet, zeg maar, zijn we mee bezig. Maar wel, uiteraard dat wij het werk wat gedaan moet worden, dat het ook gedaan moet worden. Ja, en dat is nog niet zo eenvoudig om het ook financieel helemaal rond te krijgen. Laat ik die boodschap dan ook maar uitstralen. Dus vandaar mijn portefeuille personeel. Ik kijk rond. We hebben 2 termijnen gehad. Ik ga ervan uit dat er geen 3e termijn nodig is. En ik ga ervan uit dat wij over kunnen gaan tot stemming over het voorstel van het college met 5 punten. Ik ga het niet helemaal voorlezen. En ik vraag eerst of iemand een stemverklaring wil geven.
Ja, dat is de heer Veldmeij. Wil u een stemverklaring geven? Ja, voorzitter. Okay. De vraag is, het werd ook aan... U wilt een stemverklaring en de heer Kerkdijk wil een stemverklaring. Ja, aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, we hebben het in de auditcommissie al even over gehad. Het is altijd weer een vraagstuk. Hoe ga je de jaarrekening beoordelen? Ga je hem politiek beoordelen of ga je hem cijfermatig beoordelen? Wij kiezen altijd voor om hem politiek te beoordelen. Omdat veel uitgaven zijn natuurlijk inherent aan de politieke koers die je volgt. Dus wij zullen tegenstemmen. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kerkdijk. Nee, u mag ook wel van uw plaats, maar ook daar. Ga die maar na het spreken stoten. Dan pakken we één lijn daarin. Heer Kerkdijk, aan u het woord voor een stemverklaring. Ja, dank u, voorzitter. Wij kunnen instemmen met de jaarrekening, maar wel onder aanname dat we in bezit worden gesteld van de boordletter, zo die in het college van 20 maart jongstleden is vastgesteld. Uiteraard, zoals toegezegd. Dan ga ik kijken. Dan ga ik vanuit dat er wel over gestemd moet worden, gezien de stemverklaring van de heer Veldmeijer. Dan stel ik voor wie is voor het voorstel zoals het door het college geformuleerd is. Met de 5 punten, wie is daarvoor? Fractie van de gemeente Belangen, Twenterand, PvdA GroenLinks, de VVD, de SGP, het CDA met daarbij de gemaakte opmerking en de ChristenUnie. Wie is tegen dit voorstel? De heer Veldmeijer van de PVV, het voorstel is aangenomen. En dan ben ik nu ook gekomen aan het eind van deze raadsvergadering. En ik stel voor om 5 minuten schorsing voordat we met de raadsdebatten gaan beginnen. Ik sluit deze raadsvergadering. Goed, ik vraag alle raadsleden indien ze dat wensen weer op hun plek plaats te nemen. En ik wacht totdat iedereen zit. Ik heb een paar trouwe raadsleden die al op hun plek zitten. Zal ze wel even naar binnen? Ja, de griffier zal ze naar binnen loodsen. Ja, ik ben geen juf, dus... Goed, volgens mij heeft iedereen zijn plaats weer ingenomen voor zover men aanwezig wil zijn bij de raadsdebatten. Ik open de raadsdebatten voor vanavond. En u weet, alles wat voor 11 uur afgerond kan worden, gaan we mee door. En anders moeten we morgenavond verder. Dus laten wij met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen. Om te kijken of het in één avond allemaal gaat lukken. We hebben nu het agendapunt verklaring van geen bedenkingen. Omgevingsvergunning Beersterhooiweg 1 te Beersterveld. En mevrouw De Ruiter heeft gevraagd om in te spreken. Wil het graag doen. Ik kijk even of mevrouw De Ruiter aanwezig is. Ja, dat is zo. U krijgt van mij 5 minuten spreektijd. En als het goed is moet daar een kaartje liggen. Ja, die komt eraan. Het kaartje komt eraan, zodat u ook kunt inspreken. Ja. Ja. Op 13 februari 2017 is er in dit gemeentehuis raadsdebatten geweest waar een aantal insprekers een visie hebben gegeven op het afgeven van een verklaring van geen bedenking, omgevingsvergunning, Beersterhooiweg 1 te Beersterveld. Op dinsdag 26 september heeft bijna de voltallige gemeenteraad van Twenterand zich uitgesproken om een afwijking van het toenmalige collegevoorstel voor te kiezen te weigeren de verklaring van geen bedenking af te geven. Op 9 januari 2018 is de besluitenlijst van de vergadering van de gemeente Ommen gepubliceerd in de Staatscourant en hierin staat te lezen besluit. Het ontwerpweigeringsbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een zorgenhouderij op het perceel Beersterhooiweg 1 vast te stellen en bijbehorende procedure op te starten. En dit is op 8 januari 2018 gepubliceerd in het gemeentecontact van de gemeente Twenterand. Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. En nu, vandaag 3 juli 2018, sta ik hier weer in te spreken namens FROM en SLB. Het is bijna niet te geloven. Vanavond wordt het voorgestelde raadsvoorstel besproken, gezien het voorstel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand in te stemmen met het geven van een verklaring van geen bedenking voor het afgeven van een omgevingsvergunning Beersterhooiweg 1 te Beersterveld, waarvan uitbreiding op Twenterands grondgebied moet plaatsvinden in een waterwindgebied notabene. 3003 vakzeugen, 432 opvakzeugen en 4 dekberen.
Een college dat nu uit 3 wethouders bestaat van de partij die is gedragen door gemeenschap en groot is geworden door het niet willen realiseren van megastallen binnen de gemeentegrenzen van Twenterand. Volgens de ingebrachte zienswijze van het nieuwe college van burgemeester van wethouders van de gemeente Ommen is er geen enkele belemmering om niet voor te stemmen voor deze VVGB. We worden er allemaal gelukkiger van. Echter, het gaat hier om een locatie die gebruik maakt van de regeling stoppende varkensbedrijven die niet voldoen aan de besluithuisvesting. Op 1 januari 2020 moesten deze kleine varkenshouderijen stoppen, dan met nadruk op kleine. Dat betekent dan ook echt stoppen. Dus nog 1,5 jaar wordt deze locatie gedoogd en de emissie van ammoniak en stikstof, die nu nog op de omliggende Natura 2000 gebieden terechtkomt, stopt dan. Deze berekeningen zijn allemaal meegenomen in de pragmatische aanpak stikstof. Stikstof uit intensieve veerderij is sinds 2015 een sterk stijgende lijn, zoals de database van het CBS op 2 juli, gisteren dus, laat zien. Ondanks de pas neemt de stikstof van de uitstoot toe. De pas die zo onder vuur ligt met een Arius-berekening, waar veel vraagtekens bij worden geplaatst, en ook de pasaanvraag van dit bedrijf ligt nog steeds bij de rechtbank. Omdat er geen duidelijkheid is hoe hiermee verder moet worden gegaan. Een nieuw vestiging op Twenterands grondgebied, terwijl 1 van de 10 voorwaarden van het besluit van 13 november 2013 duidelijk stelt, we willen geen nieuw vestiging. De steeds naar voren komende reconstructiewet in de ingediende zienswijze is al sinds 1 juli 2014 gestopt, dus geen log meer noemen op een plaats waar nooit geen log is geweest. En van alle genoemde punten op pagina 6 van de ingediende zienswijzen die een voordeel moeten leveren, vooral omwonenden, familiebedrijven, natuur, is er geen ene voordeel. Alleen voor de heer Schutters geeft het een voordeel van geldelijk gewin. De omliggende familiebedrijven zijn in directe omgeving klaar met een bedrijfsvoering, want de resterende gebruiksruimte is opgemaakt door de Beers-Rooiweg 1. Die onlangs ook een nieuw zorgbedrijf en gestart is in de kop van Overijssel om zeker te kunnen zijn van meer gewin en niet wil wachten op de procedures aan de Beers-Rooiweg. Namens de heer Schutters wordt er door de voorfarmers een zienswijze gediend. Hoe kan deze zienswijze ontvankelijk zijn als het ambtenarenapparaat van de gemeente Twenterand voor haar eigen bewoners een afstand van 94 meter al voldoende vindt om men niet ontvankelijk te verklaren? De enige ontvankelijkheid voor voorfarmers is dat het een economisch belanghebben is. Met de zienswijze van de indieners 3, zoals het genoemd wordt in het stuk, wordt niet veel gedaan. Beers-Rooiweg 2 is niet van belang voor de gemeente Ommen. Niet qua uitzicht, fijnstofuitstoot, wonen- en leefklimaat, verkeerszender, geluid, afstand, ongedierte. En vooral niet de vergeten geur. Stank die nu bijna bij elke noordoosten of noordelijke wind, iedere vrijdag na 5 uur en gedurende het hele weekend, de omgeving overdekt met een verschrikkelijke geuroverlast, waar niet op wordt gecontroleerd, nog gehandhaafd door de gemeente Ommen. Ook het afgelopen weekend was dat weer het geval. Alle bezwaren worden teniet gedaan en gemeente Twenterand moet hierin meegaan door een VVGB af te geven. Ik hoop dat de partij, die groot is geworden door de inwoners van Twenterand en die nu is vertegenwoordigd in het college, de belofte waarmaakt en erbij blijft om voor haar eigen burgers, familiebedrijven, natuur en gezondheid van de inwoners van de gemeente Twenterand en niet voor het gewin van de heer Schutter te kiezen. En dat de heer Schutter aan de 7 intensieve bedrijven genoeg mag hebben. 7, het bijbelse getal van voltooiing en perfectie. Laat het dan ook hierbij blijven. Over de uitlatingen van wethouder Abbema in de Stentor van 22 juni. Jongsleden moet nog eens diep worden nagedacht, want ook een externe jurist hoeft niet op de stoel van de Raad van State te gaan zitten. Ik sluit af met bijna dezelfde woorden als de vorige keer. Ik hoop dat ik ook na vanavond kan blijven geloven in de betrouwbaarheid en de eerlijkheid van dit college en deze raad. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de raad of iemand een vraag aan u heeft. Ja, de heer Jonker heeft een vraag aan u, mevrouw de Ruiter. Mevrouw de Ruiter, de heer Jonker heeft een vraag aan u. Of u even nog wilt plaatsnemen. Ja, de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank aan mevrouw de Ruiter voor uw inspraak. Ik heb één vraag. Kunt u uitleggen of de heer Schutter te onwettelijk bezig is? Mevrouw de Ruiter, aan u het woord. Wacht even, wil u de microfoon aanzetten? Ja. Nee, dan gewoon, kunt u indrukken. Ja, oké. Het is denk ik niet aan mij om daar antwoord op te geven. Ik ben geen jurist, ik ben ook geen gemeentelijke ambtenaar die dat moet controleren. Ik merk alleen op wat ik zelf merk.
En ik merk om wat er om me heen gebeurt. We worden omgeven door bedrijven van de heer Schuttert. En ik denk dat het langzaam voor de omgeving meer dan genoeg is. En dat het dan de locatie Beerzer-Hooiweg, die bedoeld is om te stoppen, dat die dan ook gebruikt wordt om te stoppen. En niet gebruikt wordt om weer een nieuwe intensivering te laten plaatsvinden. En ik denk dat het onbagatelliseert wat het effect is van een bedrijf op de omgeving. Er wordt gekeken van op papier wat allemaal klopt. En vaak kan dat misschien kloppen, maar de werkelijkheid is gewoon anders. En de controle en de handhaving, dat is denk ik ook binnen deze gemeente een groot gebrek. Jullie hebben het net gehad over personeelstekort, personeelswisselingen. Ik denk dat daar een heel lihaat zit in de handhaving. En ik denk dat we heel zorgvuldig moeten omgaan met beslissingen wat een effect heeft op de omwonenden, de naasten. Want ik denk dat dat ook voor de gemeente Ommen in eerste instantie iets is waar die mee bezig is. En dat het niet allemaal wordt afgedaan zoals in de stukken staat van er is een groenstrook en je bent er 194 meter vanaf. En het was 157 en het valt allemaal wel mee. Want het valt gewoon niet mee. Ik hoop dat ik voldoende heb geantwoord op uw vraag. Dank u wel, dank u wel. Kijk nog even rond, ja. U, meneer Huisjes, ja, ik kan die namen steeds niet lezen, dus ik ben nog steeds aan het oefenen. Ja, de heer Huisjes heeft de vragen nu. Aan u het woord, meneer Huisjes. U hebt heel veel feiten genoemd in een korte tijd. U hebt het over 5 minuten, hè? Stoppersregeling. En volgens mij is die stoppersregeling bedoeld voor de ondernemer en niet voor de locatie. De stoppersneming is bedoeld voor de ondernemer. De ruiter geeft u het woord. Aan u het woord. Ja, drukken of gaat u nog? Ja. De stoppersregeling is bedoeld voor mensen, voor varkensboeren met name, die wel wilden gaan stoppen, die niet meer wilden investeren in een nieuwe huisvesting. En daar werd gedoogd dat die mochten doorgaan. Het termijn van gedogen is al verlengd. Het is nu gesteld op 1 januari 2020. En er mag op sommige plekken mag worden doorgegaan, maar dan moet het een redelijk bedrijf zijn. De Beerzer-Hooiweg is een heel klein bedrijf. En er staat duidelijk vermeld in de stoppersregeling dat voor kleine bedrijven het bedoeld is dat het bedrijf ook stopt. En de uitstoot van het bedrijf, want het is een oud bedrijf met best heel veel uitstoot. En dat geeft dan ook het immense aantal wat mogelijk is met een luchtwasser om dat terug te plaatsen. Dat is opgenomen in de pas en de pas die kookt al over. Er staat een percentage van 60% en een reserve van 40%. Op dit moment is de reserve van 40% wat al aangesproken. Dus ik denk dat we ook heel zuinig moeten zijn op onze natuur. En het is natuurlijk geen zaak voor de gemeente, de pas, dat is provincie. En ik hoop dan ook echt dat de provincie Overijssel een keer helder krijgt wat er allemaal gebeurt in onze mooie provincie. En dat ook kinderen, kleinkinderen en misschien wel achterkleinkinderen ervan kunnen blijven genieten. Want het is iets heel kostbaars en het moet bewaard. En ik denk niet dat het opgeofferd moet worden aan bedrijven waarvan eigenlijk genoeg zijn. Dank u wel. Ik kijk nog in de raad rond. Niet, dank u wel. Dan mag u de microfoon uitdoen en mag u gaan zitten. Ja, dan ga ik verder met de behandeling van dit onderwerp. En ik geef gemeente Belangen Twenterand als eerste het woord. En ik geef de heer Elzega aan u het woord. En ook u heeft maximaal 5 minuten, net zoals de andere sprekers. Want na u komt het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD. Die hebben zich allemaal aangemeld voor dit raadsdebat. De heer Elzega, aan u het woord. Dank u, voorzitter. En bedankt mevrouw De Ruiter voor uw inspraakreactie. Net zoals vorig jaar heeft u dat ook al gedaan. En u zegt aan het begin, het is niet te geloven. En dat zeggen wij ook, het is niet te geloven. U zegt van, er zit nu een partij in het college met 3 wethouders, die doelt uiteraard op GBT, en dat wij waar moeten maken dat we ergens voor staan. Nou, ik denk dat gemeente Belangen Twenterand vanaf het begin aangetoond heeft dit waar te maken. En vanavond zoeken we op de grens op. Alleen het is aan het college om aan te geven waar die grens ligt. Als we kijken naar het verleden, is het cruciale moment november 2013. In november 2013 is naar aanleiding van een logvisie, die door de hele raad is voorgesteld om die gang in te gaan, om intensieve veehouderij tegen te gaan, die is door de Raad van State afgewezen. Toen is door de toenmalige wethouder overtuigd, de raad, behalve GBT, dat we gewoon het oude bestemmingsplan van 2005 gewoon in werking konden laten. GBT zei,
Wij willen een nieuw bestemmingsplan waarin wij veel strakker zaken aangeven. En die stoppersregeling waar u het over had en dat de firma Schudde daarmee bezig was, dat was ons bekend uit die tijd al. Zo lang gaat dit terug. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd, dan gaan wij ook een voorbereidingsbesluit daarin nemen. Want dat kan er ook niet meer uitgebreid worden. Dus niet nieuw IV en niet uitgebreid. En dan hopen in die tussentijd dat de firma Schudde een andere plek zoekt. Of wat dan ook. Maar het heeft niet zo mogen zijn. De RAF heeft in meerderheid beslist dat de bestemmingsplan buitengebied 2005 in werking bleef. En op basis daarvan is de firma Schudde verder gegaan. En na anderhalf jaar kwamen ze al in 2015 bij Ommen met een zo goed als compleet plan. En vroegen, kunnen we medewerking krijgen? En dat kregen ze. Lang verhaal korter te maken, in 2016 kwam het bij het college van de gemeente Twenterand. En die gaf eigenlijk meteen aan van, we gaan medewerking verlenen aan dat plan. Nou, en daar heeft de gemeenteraad bijna unaniem vorig jaar in september van gezegd om met een amendement te komen. Zo van, nee, wij willen dit niet. Het bestemmingsplan was in concept al zover een nieuw bestemmingsplan dat we zeiden van, we willen geen nieuwe intensieve VO3. Dat is echt raadsbreed, is dat ondersteund, behalve de SGP, want het is bekend. En de kern van de weigering was, het is op Twenterands grondgebied, weliswaar voor 0,3 hectare, maar het is wel een nieuw IV-bedrijf op dat deel. Nou, Ommen die zegt eigenlijk, en dat, wordt nu, dat is nu dus ook onderzocht, door diverse mensen, experts, tenminste zo lees ik de stukken zoals we die hebben ontvangen, en die zeggen eigenlijk van nee, het is geen nieuwe IV, en dat was toen ook al een discussie over, het is gewoon een uitbreiding. En dan is het een ruimtelijke ordening verhaal. Dat is het verhaal zoals ik in samenvatting de stukken lees. Nou, onze vraag is natuurlijk als gemeente Belangen Twenterand, maar ik denk dat al die partijen die een amendement hebben ingediend allemaal wel hetzelfde gevoel hebben van, kunnen we echt niets anders? Is nu wat ons voor ligt de grens? Kunnen we niet verder? Is het nu echt zo dat wij over die 0,3 hectare grondgebied van Twenterand, van ons, waar we daar helemaal niets over te zeggen hebben? Het zou eigenlijk te gek voor woorden zijn. Dus dat is ook de vraag die wij stellen aan het college en aan de wethouder. Is er ook bijvoorbeeld puur ruimtelijke ordening zaak gekeken? Of is er gekeken, ook gesproken met de gemeente Ommen en bijvoorbeeld gezegd, laat dat perceel maar een halve slag draaien of een kwartslag en dan kan het misschien wel binnen het perceel van de gemeente Ommen, om als wat te noemen. Is dat bijvoorbeeld gevraagd? Dat weten wij niet, dus dat vragen wij ook bij deze aan het college. Zijn echt alle mogelijkheden onderzocht? Maar de gemeenteraad, daaronder ook GWT, is heel duidelijk geweest, wij willen dit gewoon niet meer. Ook de melkveehouderij heeft er gewoon last van. En we hebben nu gezien wat er de afgelopen jaren is gebeurd in de hele veehouderij. Het is gewoon een drama. Heel veel agrariërs zijn gewoon onzeker. En daarom is de keuze eigenlijk min of meer wat wij doen. We kiezen eigenlijk vooral voor onze melkveehouderijen en de bestaande IV-bedrijven die tot een bepaald hoogte mogen uitbreiden. En het bestemmingsplan buitengebied is niet het enige wat we doen in de toekomst. We hebben nu ook afgesproken in het coalitieakkoord, is ook de hele raad mee akkoord gegaan. Er komt nog een integrale visie over dat buitengebied. Want sommige dingen kun je in een buitengebied niet vastleggen. En daar kun je bijvoorbeeld in vastleggen wat het maximum aantal dieren mag zijn wat een bedrijf mag houden. Dat kun je niet in een bestemmingsplan, maar dat kun je wel in een visie bijvoorbeeld vastleggen. Of je kunt iets vastleggen over, niet alleen dat, maar ook andere invloeden, natuur, dat kun je allemaal nader specificeren in zo'n visie buitengebied. Ook dat kan allemaal niet in een bestemmingsplan. En dat gaat de wethouder, volgens mij is dit in dit geval wethouder Van Appen, maar die gaat dat uitwerken en die moet dan met een voorstel komen. Maar het hoeft niet allemaal een heel erg doorwrocht stuk zijn. 8 of 10 pagina's waarin we tot de kern van het verhaal komen. Dus voorzitter, ik rond nu af inderdaad. Wij vragen dus het college, de wethouder, aan te geven of echt alle juridische mogelijkheden serieus zijn onderzocht. Of is er alleen maar gekeken naar ruimtelijke ordening? Of hoeft daar alleen maar te gekeken te worden? In hoeverre is er nog contact geweest met Ommen of er andere mogelijkheden waren binnen de gemeentegrenzen van Ommen? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar het CDA, de heer Kelder. Aan u het woord namens het CDA. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik sluit me graag aan bij de woorden van de heer Eltinga, maar ik ga de hele historie niet weer herhalen. Maar we hebben in september vorig jaar met z'n allen, behalve de SGP, duidelijk iets afgesproken.
Wij waren tegen deze vestiging. We hebben een aantal jaar, ooit eens een plan van 10 punten afgesproken. En in die 10 punten hebben wij als CDA een aantal dingen toen benoemd. Die wil ik even kort herhalen. Waarom we nog steeds vinden dat dit een legitiem besluit van de Raad was om hier niet in mee te gaan. Maximaal 1,5 hectare. Nu wel, maar we hebben de toekomstige uitbreiding aan de onderzijde niet in hand. Negatief. Geen onevenredige aantasting van waarden en functies, als meer de belangen van gebruikers, eigenaren van nabijgelegen gronden en agrarische bedrijven. Wij noemen de waterwinning Vitens op 200 meter. En het nabijgelegen Natura 2000 gebied. Geen onevenredig afbreuk doen aan woon- en leefklimaat. Dit is wel het geval. Mevrouw de Ruiter is daar heel uitvoerig in gegaan. Uitvoerbaarheid. Waaronder begrepen milieutechnische toelaatbaarheid en landschappelijke intastbaarheid. Inderdaad het punt wat gewoon niet in de 10-puntenplan past. Wat de CDA-fractie betreft blijven we gewoon achter de amendement staan dat we in september hebben besloten. Omdat het voor ons een nieuwe vestiging is. En dat is heel wat anders. Dus wij blijven gewoon bij ons standpunt. En het is aan het college om daar maar iets op te verzinnen. Wij zijn gewoon als raad, denk ik, daar heel duidelijk in. Dank u wel. Dan kijk ik naar de ChristenUnie. De heer Huisjes, aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. Als ChristenUnie hoeven we ook geen oude koeien uit de sloot te halen, of in dit geval varkens. Want deze raad heeft over deze kwestie vorig jaar met een ruime meerderheid een duidelijke mening gegeven. De ChristenUnie hoorde daar ook bij. Nu ligt er een raadsvoorstel om de verklaring van geen bedenken toch af te geven. Want, zo lees ik in de stukken, daar waar de zienswijzen zich richten op de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, is het niet de bevoegdheid van de gemeente van Twenterand deze zienswijzen te beantwoorden, dan wel te beoordelen, maar ligt deze taak bij de gemeente van Ommen. Met andere woorden, Twenterand heeft hier niks in te brengen. De vergunning wordt verleend door Ommen, eventueel bezwaar kan bij Ommen, en als het zover komt, handhaving geschiet wederom door Ommen. Nu vraagt de ChristenUnie zich af wat er gebeurt als onze raad blijft bij de mening die ze vorig jaar had. De wethouder zegt dat het juridische en daarbij ook financiële consequenties heeft. Welke zijn dat dan? Wij hebben als fractie afgesproken dat we blijven bij ons standpunt. Echter zijn we benieuwd of het college met Ommen gesproken heeft over uitruil van gronden. En denken dan bijvoorbeeld aan andere adressen waar ook de scheidingsgrens door de gemeente heen loopt. Om dan wat uit te wisselen. En ik weet dat er in aan de Vosboerweg bijvoorbeeld ook zulke soort situaties zijn. Is dit een begaanbaar pad? Tot zover onze eerste inbreng. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker van de SGP. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het poppetje van de SGP is veranderd, maar het standpunt niet. Wij zijn blij dat het college bereid is om die verklaring wel af te geven. Wel met die vraag van wat is daar nu wel toe de reden? Hè? Welke wettelijke interpretatie of welke wettelijke regel is daartoe, gaf daartoe de doorslag? Voorzitter, we moeten oppassen wat je er ook van vindt van intensieve veehouderij. Dat we die discussie eigenlijk moeten loskoppelen, want het is in feite gewoon, we hebben hier te maken met een ondernemer die gebruik maakt van zijn wettelijke mogelijkheden, van zijn rechten ook. En ja, onze samenleving, ja, u kunt, ja, de kiloknaller die vliegt elke week nog om de oren, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft, ja, begint een beter milieu ook echt bij de burger zelf. Er is blijkbaar nog steeds behoefte aan dat soort bedrijven. Ja goed, intensieve veehouderij, kunnen we ervan vinden wat we ervan vinden willen, maar die discussie vindt naar mijn mening vanavond niet plaats. Maar gewoon de mogelijkheden van de ondernemer. En ik roep het college toe op om ook betrouwbaar te zijn in die zin van dat de wettelijke regels die ervoor zijn, waar een ondernemer ook recht op heeft, die ook gewoon te geven. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Kobus van de VVD, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is een gevalletje, letterlijk, figuurlijk, een grensgeval.
Meneer Elzinga heeft net al de historie mooi uiteengezet hoe dit nu zo gelopen is. En eigenlijk bevinden we ons een beetje in een impasse van hoe komen we hier nou uit. Wij hebben in Twenteland met elkaar afgesproken dat we geen megastallen in onze gemeente willen. En op basis daarvan hebben we ook op 26 september 2017 bijna raadsbeleid geweigerd om een verklaring van geen bedenking af te geven. Dat lijkt ons een duidelijk standpunt. De ingediende zienswijzen zullen daar naar onze mening ook niets aan veranderen. Wij zijn tegen de vestiging van dergelijke grote stallen binnen onze gemeente en willen daar ook niet aan meewerken. De VVD conformeert zich ook aan de uitspraak van onze gemeenteraad. We hebben ook niet de indruk dat die mening na de verkiezingen is gewijzigd. Derhalve vinden wij dat we moeten vasthouden aan de weigering om een dergelijke verklaring af te geven. Wel is de vraag of wij als gemeente Twenteland deze vestiging kunnen gaan tegenhouden. We zitten dus echt een beetje in een impasse. En eigenlijk hinken wij op dezelfde gedachte als waar de ChristenUnie mee kwam. Als om een per se dit bedrijf wil vergunnen, dan zouden ze ook een verzoek tot een grenscorrectie kunnen doen. Er zijn inderdaad nog wel wat grondgebiedjes tussen Ommen en Twenteland waar wat mogelijk zou zijn. Dus onze vraag is dezelfde. Kunnen we daar eens naar kijken of daar een mogelijkheid is? Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar... u heeft de vraag... de heer Jonker heeft de vraag nu, meneer Kobus. Dus ja, je moet wel heel hard lopen weer. Dat is mooi. Als je daar zo vlakbij zit. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter. Ik zat even te luisteren naar de bijdrage van de heer Kobus. Als hij verzoekt, en ook de ChristenUnie-fractie deed daartoe een oproep om te komen tot een grenscorrectie. Ja, wat is dan de fundamentele discussie? Dus dan werpt u het op het bord van een andere gemeente, maar dat kunt u niet zo makkelijk. We hebben hier over een grondgebied van Twenteland, dat gaan we niet zomaar verspillen. Het gaat gewoon om een ondernemer die gewoon zijn wettelijke rechten wil uitvoeren. En daar zou u toch als VVD toch voor in de pres moeten staan. Maar nee. Om het klakkeloos over te geven aan Ommen vind ik te makkelijk. Het is of fundamenteel, u bent tegen intensieve veehouderij en voor een andere platteland of afwijzen naar Ommen. De heer Kobus, aan u het woord. Wij hebben hier in de gemeenteraad met elkaar afgesproken dat we daar tegen zijn. En daar zal de VVD zich dan ook aan houden. Echter, het gaat hier om een heel klein stukje op het grondgebied van Twenteland. En zoals de heer Keulder al zei, Ommen gaat vergunnen, Ommen gaat handhaven, of niet. Maar Ommen is uiteindelijk de beslisser in dit geval. En ik denk dat wij daar niet zo heel veel meer in te brengen hebben. Maar dan zijn wij van mening van laat Ommen dan ook het hele plan bepalen. En geef dan ook dat grondgebied aan Ommen en rol eruit met een ander stuk. Dan zijn we ermee klaar. Dank u wel. Dan kijk naar wethouder Harmsen. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Daar sta je dan, als nieuwe wethouder. En ook in deze coalitie fel tegenstander van intensieve veehouderij. En die mening is nog niet veranderd. Wij zijn nog steeds tegen intensieve veehouderij. En daarom hebben we ook als college gekeken, hoe gaan we dit amendement oppakken? Hoe halen wij het maximale resultaat eruit om nog steeds... hier geen toestemming aan te hoeven verlenen. Want uiteindelijk moeten wij wel toetsen van of iets juridisch rechtmatig is of niet en wat onze mogelijkheden zijn. Dus we hebben echt gekeken hoe kunnen wij het maximale eruit halen. Politiek ligt het heel gevoelig. Het ligt heel gevoelig binnen onze gemeente. Vandaar dat er eerst intern is gekeken. Ik wacht even op de heer Jonker. Ja, misschien is het goed om even de wethouder zijn verhaal af te laten voeren, want anders dan wordt het steeds van interruptie naar interruptie. Dus als u echt niet kunt wachten, mag u dat nu doen. De wethouder is toch al gestopt en dan probeer ik eventjes wat orde in dit verhaal te krijgen. De heer Jonker heeft een vraag aan de wethouder. Heel kort, voorzitter, want de wethouder die gaf aan, we zijn fel tegenstander van de intensieve veehouderij. Dan hoor ik ook graag van de wethouder of college wat ze daar gaan doen. Willen ze al die bedrijven opkopen en daar natuur van maken? Kunt u daar dan ook op ingaan? Laat ik even heel helder zijn als uw voorzitter. Het gaat over verklaring van geen bedenking hierop. De wethouder vervolgt zijn betoog. En dan kan hij zelf kijken of hij daarop ingaat. Maar we beperken ons wel tot dit onderwerp. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan daar straks misschien wel even op terugkomen. Dus wij hebben als college ook maximaal gekeken van hoe kunnen wij hiermee omgaan. Omdat het inderdaad politiek gevoelig ligt.
intern hebben we eerst gekeken van wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen wij hier juridisch mee, hoe kunnen wij eigenlijk zorgen dat wij niet met deze situatie geconfronteerd worden. Uiteindelijk is er ook extern advies ingevraagd, omdat het inderdaad zo politiek gevoelig ligt. En de vraag die we allemaal hebben vanavond is van kunnen wij als gemeente Twenterand, kunnen wij juridisch daar wat aan doen? Kunnen wij dit tegenhouden? Ik kan een heel lang verhaal houden op de juridische mogelijkheden die wij nu hebben, waar wij over gaan, kunnen wij dit niet tegenhouden. Dit gaat puur om ruimtelijke ordening waar wij als gemeente Twenterand wat van kunnen vinden. Hoe graag wij het ook anders zouden willen zien als college. Maar we gaan alleen over de ruimtelijke ordening. En daar kunnen wij op toetsen. Wij hebben geen andere gronden om daarop te toetsen. En als daar geen bezwaar tegen is of geen punt om te maken van wij kunnen het juridisch anders nog oppakken. Ja, dan zijn wij genoodzaakt om jullie te adviseren van geef deze verklaring van geen bedenking af. En dat is wel een lastige, omdat je inderdaad te maken hebt met grond van de gemeente Twenterand. En het voelt wel eens wat anders. Ik denk van ja, gaan wij dan niet meer over onze eigen grond? Dat is inderdaad die vrijheid die ondernemer heeft. En dan werd ook de vraag gesteld van nou, kunt u nog wat met het draaien van het bouwblok? Kan die stal de andere kant op? Maar dat is inderdaad onderzocht. En wat blijkt, als dan het hele bouwblok wordt gedraaid, de stal aan de andere kant op, dan heeft daar een omgeving, de bewoners daaromheen, hebben daar juist meer last van dan in deze situatie. Dus voor de gemeente Ommen is dit, en voor de bewoners daar, is deze situatie de meest wenselijke situatie om zo min mogelijk effect te hebben voor de omgeving. En dat is voor ons een nadeel als gemeente Twenterand, want wij worden geconfronteerd met met intensieve veehouderij. En dan was de vraag nog, is het nieuwe vestiging, is het bestaande vestiging? Het is inderdaad geen nieuwe vestiging. Het is een bestaand bedrijf die wil uitbreiden en daarom kunnen wij alleen juridisch toetsen of het voldoet aan de ruimtelijke ordening. En daarvan is dus gebleken dat wij geen gronden hebben om daar wat van te... We mogen er wat van vinden, maar dan zijn de consequenties van... Wij geven het af aan richting college van BMW in Ommen, dat wij de omgevingsvergunning moeten weigeren, dus als raad, want als raad gaat u erover. Nou, het college van Ommen heeft daar geen beleidsvrijheid, dus dat is wettelijk zo bepaald. En het college van BMW van Ommen kan vervolgens rechtstreeks beroep instellen tegen het geweigerde verklaring van geen bedenking. Dus daarmee worden wij geconfronteerd hoe graag wij ook anders zouden willen zien en het maximale eruit hebben gehaald om te kijken van kunnen wij dit als college op tegenhouden en kunnen wij u daarin adviseren. Even kijken, ik ga even langs de vraag tenzij de heer Kelder nu wil inbreken. Kunnen we niet anders, dus met die grens, dat was ook van de GBT de vraag, hebben we daar niets over te zeggen, heb ik net antwoord op gegeven. De ruimtelijke ordening, daar hebben we inderdaad naar gekeken, gesproken met de gemeente Ommen. Dat was inderdaad van, kunnen we wat met draaien van het blok? Nou, dat heeft alleen maar negatieve effecten voor de omwonenden daar. De CDA die geeft aan van, wij blijven inderdaad achter het amendement staan. Het enige wat ik daarover kan zeggen, weet uiteindelijk wel wat de consequenties kunnen zijn. Juridisch is het heel lastig, want eigenlijk de externe jurist en ook de jurist hier geeft aan van, heel plat gezegd, we hebben eigenlijk geen poten om te staan. We hebben geen mogelijkheden om dit nog anders aan te pakken. Dit is het maximale resultaat wat wij er met elkaar uit kunnen halen. Wij kunnen altijd de verklaring van geen bedenking kunnen we niet afgeven, kunnen we weigeren. Weet wel dat er dan een juridisch proces aan vast zit, dat wij ook schadeclaims kunnen verwachten met de wetenschap die we nu hebben, waar eigenlijk het mogelijk onverantwoord zou kunnen zijn om het niet af te geven. Het is een hele lastige in deze. En u geeft daarna aan van het college moet er iets op verzinnen. Ja, daar hebben we dus die interne worsteling over gehad van wat gaan wij dan verzinnen? Hebben wij nog mogelijkheden? En dat weeg je af, dan kijk je naar van kunnen wij er nog iets mee doen? En nogmaals, hoe graag ik ook zou willen, die mogelijkheid hebben wij niet. Tenzij iemand anders een fantastisch idee heeft, die nu in één keer bij ons komt en zegt van, nou, wij zien nog een escape. Maar met alle mogelijkheden die wij hebben onderzocht, hebben bekeken, hebben wij geen mogelijkheid om dit op een goede manier tegen te houden. Kelder, kan u nu een vraag stellen? Ja hoor. Ja, de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ga ervan uit dat u uitgesproken was. Ja, ik denk ik maak even een pauze. Okay. Dus, kijk, als ik uw reactie kort samenvat, zegt u van, beste raad, prachtig wat u ervan vindt, maar u bent er niet van. Andere woorden, wij krijgen een voorstel voorgelegd waar we eigenlijk helemaal niks over te vertellen hebben. Want waarom hebben we dan überhaupt deze discussie? Het gaat er mee om, en mijn fractie, we hebben dus een
een onderwerp wat heel lang speelt, dat politiek heel gevoelig ligt. We hebben het gemeentehuis hier telkenmaal vol hebben gestaan met mensen die ook vanuit de Vromme... Het gaat er mij om en mij onze fractie om, wat voor signaal kunnen we alsnog afgeven? En dat is de vraag die ik bedoelde met van... ik verzoek het college om in ieder geval een aantal dingen te verzinnen. Welk signaal kunnen we toch als raad afgeven om aan te geven van dit willen wij dus niet. Hè, dat we die kunnen tegenhouden. Dus ik wil om een stukje grenzen verleggen, dan zeg ik ja, dat is gewoon, ja, dan maak je elkaar gewoon het wijs. We zijn er tegen, maar leg je de grens anders, dan zeg je ervoor. Dat vind ik een verkeerde insteek. Wij als raad hebben nou heel veel maanden en jaren discussies gevonden dat we die moeten. U als GPT-fractie, als een van de eerste die daar voorloper op was. Wat kunnen wij nu als raad als toch nog het signaal geven van dit willen wij niet? Ja, ondanks het feit dat misschien juridisch gezien het allemaal niet kan. Maar ik vind wel dat wij, hoe we het ook doen, in ieder geval een signaal af moeten geven. En als dat we dat moeten doen met een brief naar onder toe, zou ook. Maar ik wil daar graag ook de visie van het college over hebben. Wat zouden we nou als raad toch kunnen doen om dit signaal duidelijk te maken aan onder? Wethouder, aan u het woord. Volgens mij zitten er twee of iets meerdere vragen in uw vraag. U geeft eerst aan van, kunnen we nog iets? Of eigenlijk gaan we er als raad niet over, dat was uw eerste stuk. Uiteindelijk als raad gaan wij er wel over, gaat u erover. Maar wij geven wel een advies van, hebben wij mogelijkheden? En als u zegt van, wij weigeren deze, weet dan dat we in dat juridische traject komen, waarvan al wordt geadviseerd van aan de voorkant, eigenlijk moeten wij dit niet willen, want dit gaan wij... De kans is zeer aannemelijk dat wij dit gaan verliezen. En dan kunnen wij dus een schadeclaim mogelijk gaan verwachten. Dat rekt allemaal lopen in de tijd. Die zit met andere bouwkosten, et cetera, die mogelijk gemaakt zijn. En daarvan wordt dus duidelijk door diverse partijen geadviseerd van, dat moeten wij niet willen. Dus u als raad gaat erover. Als u zegt van, wij nemen het risico als raad om toch extra kosten te maken, wetende dat wij eigenlijk zeer zwak staan, dan is een risico wat uiteindelijk de raad neemt. Met alle consequenties ook van dien. Dus dat u zegt van, ja, dat duurt dan langer, ja, dan moeten wij dat risico dragen met elkaar. Maar dat is wel een keuze die u als raad maakt. Dus daar gaat u over, daar gaan we niet over. Wij zijn daarin adviserend en de raad die gaat erover. Dan nogmaals het signaal richting Ommen. Ik heb nu al bijna het idee dat het signaal al redelijk door is gedruppeld daar binnen Ommen. Maar Ommen staat er wat anders in. Die staat er dus tegen dit plan wel positief tegenover. Ze hebben natuurlijk wel ervaren van, hey, dit speelt wat binnen de raad. Dan vraag ik me even af, wat moeten wij daar nog extra aan doen? En voegt het ook wat toe? Kijk, ik kan een briefje sturen, ik kan de telefoon pakken. Maar verandert dat het proces? Of is dat meer dat ik nu een toezegging naar u doe van, ja, ik zeg maar wat. Dus ik ben daar wel even zoekende naar wat u exact van mij verwacht erin. En wat ook echt hout snijdt. Goed, ja? Vervolg uw betoog, wethouder. Ja, dank u wel. Dan was er nog even iets over de uitruil van de gronden. Alleen dat heeft in deze zaak zoals die nu voor ligt, heeft het eigenlijk totaal geen, speelt het totaal niet mee. Het gaat alleen over die verklaring van geen bedenking. En die uitruil van gronden, ja, om daar nu zomaar even een antwoord op te gaan geven, dat vind ik wel heel erg lastig. Want het gaat alleen over die verklaring. En dan heeft dat niks te maken met uitruil van gronden. En het blijft ook nog steeds, dat stuk blijft van de gemeente Twenterand. Dus wij hebben daar nu nog niks mee te maken. Dat is die 0,3 hectare. Dus daar kan ik nu even nog niks mee. Dus, wat is de reden? Oh ja, en de heer Jonk had nog gevraagd van wat is de reden dat we nu wel een verklaring van geen bedenking hebben afgegeven. Of dat we dat nu adviseren. Nou, volgens mij maakt mijn betoog dat wel helder. En zitten we nu dus in een hele lastige situatie waar we eigenlijk praktisch niks over te zeggen hebben. Maar de heer Kobus, u zegt van ja, ook wij willen vasthouden aan de weigering. Ja, dat is aan u. Als u zegt van wij willen daar aan vast blijven houden als raad. Ja, ik heb het net gezegd, dan weet wat de consequenties mogelijk kunnen zijn. Wij zijn adviserend en als raad, als u dat wil, dan hebt u daarin de vrijheid. En u had dezelfde vraag als de heer Huisjes over de uitruil. Daar heb ik net ook wat over genoemd. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. Volgens mij ook. Ik kijk, dank u wel, wethouder. Ik kijk naar een tweede ronde. U wil schorsing. Het is natuurlijk zo dat we vanavond een tweede ronde houden. Dat ik aan het eind een conclusie trek. En ik ga ervan uit dat dit vast niet mijn conclusie zal zijn. Dat dit een hamerstuk in de raad zal worden. Schat ik in. Maar ik weet natuurlijk ook niet, hè. Ik ben. Dus ik schors. Hoe lang had u geschorst willen hebben? Zullen we 10 uur beginnen weer?
We gaan weer verder om 10:00. Ik schors de vergadering. Oh. Okay. Goed. Soms is de schorsing wat langer en soms gaat het wat vlugger. En als het vlugger gaat, is het ook goed dat ik dat meteen oppak. En dat we... Nou, misschien kunnen mensen die ook buiten zijn eventjes, maar de meerderheid is er wel. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik kijk naar de heer Elsega. Aan u het woord in tweede termijn. Dank u, voorzitter. We hebben de beantwoording van de wethouder gehoord. En er is op ruimtelijke ordening en diverse gronden is er gekeken. Er is gesproken met Ommen. Bij alle fractievoorzitters namens de fractie waren nog wel een aantal vragen. En het besluit hoeft vanavond niet genomen te worden. Het is een debat. Dus over 2 weken dan valt het besluit. Alleen we willen daar even wat duidelijkheid over op papier. Bijvoorbeeld die risico-inschatting. Er werd even genoemd door de wethouder. Er kan een schadeclaim komen. De gemeente Ommen die kan een proces beginnen. Maar als Ommen een proces begint, zijn wij slechts verweerder. Dus dan kun je zeggen, nou laten ze maar doen dan. En dan zien we wel hoe ver. Dus we willen eigenlijk even een beeld hebben. Die risico-inschatting van een schadeclaim. En voor wie die dan zou kunnen komen. Want het is gewoon een recht volgens mij als raad om het te kunnen, om daar tegenin te kunnen gaan. Dus wij zien niet zo die schadevergoeding, maar die schadeclaim. En een proces, ja, oké, misschien maken we een kleine kans. Maar toch ook in beeld van wat dan ongeveer dan die kosten, het gaat dus vooral financieel en juridisch, zouden kunnen zijn. En die risico-inschatting dan aan de raad te laten toekomen voor de volgende vergadering, de raadsvergadering. En daar zal dan een besluit moeten vallen. En ook kijken naar het bestuursrechtelijke onderzoek. Want het blijft gewoon, we snappen de antwoord, ook wel ruimtelijk, dat snappen we allemaal. Maar hoe zit het bestuursrechtelijk in elkaar? Wat zijn de absolute mogelijkheden? Want we willen gewoon, we staan voor wat we hebben besloten als raad. We hebben niet voor niets het amendement ingediend. We hebben niet voor niets dit nieuwe bestemmingsplan buitengebied aangenomen. Er komt niet voor niets een integrale visie. Dat is allemaal gebaseerd op wat er in de afgelopen jaren hier is gezegd en wat er is gebeurd. En dat willen wij gewoon gestand doen. Dus we willen ook hier het maximale uithalen, voorzitter. Dat was het. En de vraag aan de wethouder is eigenlijk wel of hij dat kan aanleveren voor de raadsvergadering. Dank u wel. Ik kijk even de andere raadsleden rond of de heer Elsega namens u allen heeft gesproken. Wacht even, meneer Veldmeijer. We hebben in ieder geval namens de fracties ChristenUnie, VVD en de PvdA GroenLinks en CDA heeft hij gesproken. En de heer Veldmeijer en de heer Esquela. Nee, daarom. Dus ik wou even weten, want in tweede termijn kan iedereen het woord voeren. Hè? Ook degene die ze niet aangemeld hebben. Dus kijk even naar de heer Jonker en dan de heer Veldmeijer. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben de reactie ook van de wethouder gehoord. Hij kan eigenlijk geen kant meer op. Hij heeft geen poot om op te staan, zoals hij zelf aangaf. Dus ik bespaar hem dat onderzoek wat hij zou moeten doen. En ook zeker de jaarrekening hebben we net gesproken. We gaan dus een financiële uitdaging aan. Dus ik ben ook graag, ik weet of de wethouder daar nog op in kan gaan, de inschatting van de kosten zoals de GPT ook al aanvroeg. Maar ik hoop dat het college bij haar standpunt blijft. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer. Heer Reusken heeft een vraag aan u, meneer Jonker. Heer Reusken heeft een vraag aan u. Heeft u... Oei, oei, oei. Ja, kijk, net werd er gezegd van ik hou hem wel zo bij me. Maar aan het eind van de raadsdebatten zal ik vragen of u allemaal uw kaartpasje op tafel wil leggen. Want anders dan... Zie ik dat allemaal thuis liggen en zo weer vergeten, dan krijgt u gewoon volgende keer het woord niet. Dat kun je ook niet doen. Het zou eromheen, ja. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij ben ik aan vakantie toe. Ik vind het heel mooi wat de SGP hier zegt van laat de wethouder gewoon verder gaan met zijn werk en gewoon het voorstel uitvoeren. Maar ik neem aan dat als een meerderheid van deze raad iets vraagt aan de wethouder, dat u dan ook die meerderheid respecteert en daarmee ook de wethouder de ruimte geven om die antwoorden te geven waarmee wij wellicht misschien wel richting uw kant opsluiten. Maar dat waag ik te betwijfelen. Maar ik neem aan dat u niet de wethouder adviseert om de meerderheid van de raad niet de vragen uit te zoeken. Heer Jonker, aan u het woord. Ik moet u uw microfoon aanzetten.
Ik zou niet durven om het, dat recht te ontzeggen, want dat is gewoon een vraag. Dus dan is niet aan de orde om te zeggen van als de raad dat vraagt, moet het gewoon uitgevoerd worden. Zo simpel is het. Dat is gewoon de meerderheid bepaald. Dank u wel. U heeft antwoord gekregen op uw vraag, de heer Reusken. U was klaar met uw betoog. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp heel goed het dilemma van de partijen. Maar aan de andere kant denk ik dat je kunt hoog of laag springen. Maar ik denk dat je het gaat verliezen. En ik denk ook niet dat de gemeente Twente Rand, gezien zijn financiële positie, het zich kan veroorloven om een rechtszaak te gaan voeren. Als je niet eens de kosten in de hand kan houden van het Sgraffito kunstwerk, dan zal dit helemaal lastig worden. En om met de woorden van wethouder van Amma te spreken, hier hebben we ook geen ervaring mee met rechtszaken, denk ik, met dit soort rechtszaken. Dus laten we dat maar niet doen. En het is spijtig, het is heel jammer. Wij zijn ook tegen megastallen, maar soms moet je op een gegeven moment je verlies pakken. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Harmsen. Even te reageren op het verzoek van de heer Elzega namens een aantal fracties. Aan u het woord. Ja, de GBT die wil dan, of eigenlijk namens meerdere partijen, wil dan overtuigd worden. Terechtpunt, denk ik. Het is ook mooi om te zien dat u nogmaals zegt van we willen echt het maximale eruit halen. Dat ook het college zich maximaal heeft ingezet. Ik zit even te denken dat we als college met een goede vorm naar u toe komen. Dat u kan zeggen van nou inderdaad daar zien wij genoeg in terug van wat ongeveer de risico-inschatting zou kunnen zijn. Dus dat wij niet met een gespecificeerd overzicht komen van nou dit zou de kosten kunnen zijn. Maar wel met een soort globaal verhaal van traject. En wat de consequenties ook voor ons als gemeente zouden kunnen zijn. Dus dan hoop ik dat u daarmee tevreden zou kunnen zijn. Maar die toezegging doe ik u. En dan, ja. Dank u wel. De toezegging is gedaan. En zoals ik net al veronderstelde, is het geen hamerstuk. Maar is het gewoon een besprekingsstuk over 2 weken op 17 juli in de raad. Dan ga ik verder. En dan wil ik een ordevoorstel aan u doen. Ik ga zometeen eerst agendapunt 2, zeg maar, de verordening tot wijziging van de algemene subsidieverordening gemeente Twente Rand 2017 behandelen, omdat het ook een raadstuk is. Dan stel ik u voor, omdat daar ook mensen op de tribune zitten, voor de stand van zaken herpositionering jongerenwerk, om dat gewoon dan te pakken. En aan het eind het koersdocument agenda duurzaam Twente Rand. Ik wil proberen om in elk geval 2 en 4, die ik naar voren haal, om die vanavond nog op te pakken, af te ronden. Het zou mooi zijn als ook de agenda voor Duurzaam Twente Rand nog meegenomen zou kunnen worden. Lukt dat niet, wil ik graag met de fractievoorzitters even overleggen of wij dat dan morgenavond gaan doen. Nou, dat wil ik heel transparant met de fractievoorzitters even kort overleggen en dan komt daar iets bij. Goed, we gaan eerst naar agendapunt 2, de verordening tot wijziging van de algemene subsidieverordening gemeente Twente Rand 2017. En ik wil u erop wijzen, een omissie vanuit het collegekant, dat bij de inleiding op het raadsvoorstel, daar wordt gesproken over artikel 16 lid 4, dat moet artikel 17 lid 4 zijn. Terwijl in het raadsbesluit staat wel goed, maar in de inleiding is artikel 16 lid 4, moet artikel 17 lid 4 zijn. En de fractie van gemeentebelangen Twente Rand heeft aangegeven dat zij hier het woord, het debat over willen voeren. 3 minuten heeft u spreektijd. De heer Laarman, aan u het woord namens de fractie van gemeentebelangen Twente Rand. Dank u, voorzitter. Ja, de algemene subsidieverordening gemeente Twente Rand hebben we nu voorleggen. En u wilt de subsidieverordening aanpassen voor instellingen die werken in meerdere gemeenten. Dus niet alleen in Twente Rand, maar ook in andere gemeenten. En het komt er dan op neer dat de reservevorming meer mag zijn dan 10% van het verleende subsidiebedrag. Omdat het niet goed te herleiden is van welke gemeenten de reservegelden zijn. Omdat men werkt met een integrale begroting en kostprijs. En u gaat het dan maatwerk noemen. Op zichzelf kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Maar hoe gaan we dan om met instellingen welke binnen onze eigen gemeentegrenzen werken? En die ook een subsidie aanvragen en ook wel aan de regel van 10% reserve zijn gehouden.
Op zichzelf snappen we deze regel wel, want een instelling die nog voldoende middelen in kas heeft, hoeft niet extra gesubsidieerd te worden. Maar ons dilemma is, wanneer die dergelijke instellingen naast een subsidie zelf ook een sponsorwerving doen of acties gaan ondernemen, om toch ook zelf inkomsten te verwerven. Hoe worden die dan in een begroting? Hoe worden die dan in een begroting verwerkt? En hoe ga je dan, hoe zeg je van, nou, dat is via sponsoring binnengekomen en dat is via subsidie binnengekomen? Want uiteindelijk mag er niet meer dan 10% meer in de reserve staan. Hoe ga je dat dan splitsen? We vinden eigenlijk de dergelijke initiatieven van instellingen eigenlijk fantastisch. Want we willen toch dat de instellingen zelf redzaam zijn. En dan moet je niet met deze initiatieven niet door deze regel de kop indrukken. We vragen ons dus af, gaat het maatwerk niet met twee maten werken? Een andere jaad in deze algemene subsidieverordening is, je kunt met deze ASV niet acuut inspelen op ontwikkelingen of op evenementen, welke zich plotsklaps voordoen. Dat wil ik als voorbeeld noemen het NK Curling, een evenement wat nog niet uit de lucht is komen vallen. En dan is er geen neerslag geweest, maar wel een aantal dagen behoorlijke vorst. En toen hebben wij het NK Curlingen in Twenterand gehouden. Wij kunnen een dergelijke initiatief dan niet eigenlijk steunen, omdat termijn veel te kort is geweest. Kunnen we geen extra potje reserveren in onze subsidieverordening om toch hier een bijdrage aan te kunnen verlenen? Hoe kijkt het college hier tegenaan en kunnen we daar steun aan verlenen? Voorzitter, ik ben het. Wat was het? Ik ben er bijna, ja. Daarom leeft bij de GUT-fractie eigenlijk de vraag van, kunnen we nu niet in één keer de ASV wijzigen, zoals voorgesteld om, wat doen we met onze reserves van eigen instellingen en een extra potje voor ontwikkelingen die zich spontaan voordoen en waar we eigenlijk geen geld voor hebben. Dat was het in eerste instantie. Dank u wel, meneer Laarman. Dan kijk ik naar wethouder Harmsen. Ja. Wethouder, aan u het woord. Misschien even de microfoon uit en vervolgens uw kaartje pakken en ja, alles dan. Nee, eerst de microfoon. Ja. Nu gaat het goed. Dus dat klopt, hè? Ja, precies. Ik dacht al, ik denk mooi grote computer werkt altijd makkelijk, maar het is toch wat lastig hier. Een wijziging op de algemene subsidieverordening. Dus het gaat niet over de gehele subsidieverordening, het is alleen een kleine wijziging. En dat was ook even het punt wat u aanhaalt, meneer Laarman. Zegt van ja, hoe gaan wij om eigenlijk met die instellingen? Worden die nu niet extra gekort? Of doordat ze zelf actief zijn, worden ze dan niet eigenlijk beboet voor de activiteiten die ze extra inzetten om extra geld binnen te halen? Nou, de oude subsidieverordening, nou oud, wij gaan alleen een artikel aanpassen, de subsidieverordening, die was wat krap daarin. Die bood ons te weinig ruimte om maatwerk toe te passen. En juist door aanpassing van dit artikel 17.4 kunnen wij meer maatwerk toepassen. En biedt het juist ons meer ruimte om te zeggen van hoe gaan wij met die 10% om. En kunnen wij dus die instellingen ook de ruimte te bieden om met ons ook in gesprek daarover te gaan. Dus het was zeer smal. Dus dat is ook gebleken, staat ook in het raadsvoorstel, dat het eigenlijk lastig was om deze op die manier toe te passen. En nu geven wij juist meer ruimte, of worden meer ruimte gegeven in deze subsidieverordening om daar beter mee om te gaan. En dat is eigenlijk het hele doel van deze aanpassing. Dus wij willen meer op basis van die ruimte en maatwerk willen wij dingen gaan doen. En dat niet inderdaad instellingen worden gekort door hun eigen actieve instelling, hun eigen actieve houding met het binnenhalen van geld. Wat kan er nog via, even kijken, evenementen die plotsklaps eigenlijk ontstaan. Nou, we hebben dit jaar hebben er eentje van gehad. Ja, dat is iets waar we dit jaar ook mee werden geconfronteerd. En we hebben ook elkaar over gehad, van kunnen we daar wat mee? Nou, ik kan u wel de toezegging doen dat we die inderdaad mee gaan nemen. Die zit hier nog niet in, dit is alleen die technische wijziging van het artikel. Maar wij gaan wel kijken van wat voor mogelijkheden kunnen wij als gemeente daarop inzetten om te kijken van dit soort evenementen die een gigantisch mooi effect hebben voor de gemeente Twenterand. En eigenlijk een mooi reclamestuk zijn voor onze gemeente. Heel veel energie daarin steken. Kijken van hoe kunnen we die toch ondersteunen door een bepaalde, inderdaad, een subsidiepot daarvoor te reserveren door dit soort evenementen.
Want jij kan niet een jaar van tevoren aangeven dat er op die datum ijs is en daar je activiteit wil gaan plannen. Dus daar werden wij inderdaad mee geconfronteerd. Dus die toezegging krijgt u van mij dat we daarmee aan de slag gaan. Dank u wel. Dan heeft de heer Laarman nog een vraag aan u, misschien voorkomen van de tweede termijn. Weet ik niet. Meneer Laarman, aan u het woord. Nou, ik doe het nu maar even. Dus het gaat net zo makkelijk en net zo snel. Even een vraag van u geeft aan van ja, eigenlijk is het maatwerk, maar het is ook eigenlijk breder en ook voor de instellingen voor binnen de gemeente Twenterand. Niet alleen die ook buiten de gemeente Twenterand werken. Maar dat staat niet expliciet in het stuk nu. Hoe gaan we er dan mee om? Want nu in het stuk, de wijziging in de verordening, gaat eigenlijk expliciet om de instellingen die dus in meerdere gemeenten werken. En u geeft aan, ja, eigenlijk geeft het wel meer mogelijkheden, maar dat staat er niet in. Wethouder, dan u het woord. Nou, hier liepen wij ook tegen problemen aan, met deze 10%, met die instellingen die dus vanuit meerdere gemeenten geld kregen. Want elke gemeente heeft zo zijn eigen afspraken met de reservevoorziening, dus daar liepen we wat in spaak. En die binnen de gemeente eigenlijk leverde er nog geen problemen op. En wat wil ik daar net over zeggen? Ik had een hele mooie volzin, alleen ik ben hem even kwijt. U had het over van hoe kunnen wij dat bestemmen. Nou, je kan ook zeggen van ik zorg gewoon dat ik een reservebestemming heb. Dus ik krijg vanuit de gemeente krijg ik geld. Dat bestem ik voor een bepaalde activiteit of een bepaald doel. Dan is dat al afgedekt, want dan kun je met een goed verhaal ook richting de gemeente aangeven. Van, nou, wij zijn nu aan het oppotten, aan het sparen voor een bepaald doel. En dat is ons doel van dit geld. Het gaat alleen om dat instellingen die mogelijk, noem het even misbruik of daar wat lastig mee omgaan als gemeente zijnde. Of vanuit de subsidie vanuit de gemeente, dat zij te veel gaan oppotten en dat we geen stok achter de deur hebben om te kunnen zeggen van nou, u krijgt geld van ons, dat is van onze inwoners. Maakt u dat ook op aan de activiteiten die u heeft ingediend. Daar moet dat voor zijn. Ja, dan kijkt er even een andere raadslid rond of iemand anders nog het woord wil. Dat kan altijd. Dan kijk even rond of dit op de akkoordagenda kan. Kijk weer naar de heer Laarman. Kan dit op de akkoordagenda? Kijk naar de andere fracties. Dan concludeer ik dat de verordening tot wijziging van de algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 op de akkoordagenda geplaatst worden van de raadsvergadering van 17 juli. En ga ik nu over tot de stand van zaken, herpositionering, jongerenwerk. En ik geef het woord aan de heer Veldmeijer. Dan de PVV aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ja, zo nu en dan komen de onderwerpen op de agenda, komen de onderwerpen voorbij waar ik echt verstand van heb. Ik werk zelf alweer 16 jaar in het speciaal onderwijs met jongeren die extra ondersteuning behoeven. Ontzettend leuk, iedere dag is anders. En als ik één ding wel geleerd heb, is het wel dat je dit werk alleen goed kunt doen wanneer je oprechte belangstelling hebt in jongeren. Wanneer je passie hebt. En doe je dit werk enkel alleen voor het geld, dan voelen jongeren dit. En dan bereik je helemaal niets en dan vinden ze je nep. Het is dus mensenwerk. En hiervoor heb je mensen nodig die interesse hebben in mensen. Oprechte interesse. En dus geen rol spelen. Want dit, zoals gezegd, voelen jongeren. En als je nep bent, ik zei het zo al, dan krijg je heel weinig voor elkaar. En we weten allemaal nog, vroeger, toen we op de middelbare school zaten, er waren docenten bij. Daar had je iets speciaals mee. Dan deed je ook beter je best. Of die voetbaltrainer voor wie je wat harder ging lopen. En dat is met jongerenwerk ook zo. En het domste wat je dan kunt doen, en die passie waar ik het zojuist over heb, voorzitter, die heb ik ook ervaren bij Stichting Jongerenwerk Den Ham, waar ik ben geweest. Een stichting die eigenlijk bijna volledig op vrijwilligers draait. En die mensen hoeven het helemaal niet te doen. Die kunnen ook bij, ja, mijn moeder is de vrouw op de bank zitten, voetballen kijken. En dit vergeten we wel eens, dat ze dit voor nop doen. En ze doen het vaak al tientallen jaren, iedere dag weer. En dit soort mensen werken denk ik ook bij Reflection enzovoorts. En het domste wat je dan kunt doen is morrelen aan hun autonomie. Aan hun cultuur en hun soevereiniteit. Dit is vragen om problemen. Laat deze mensen nu gewoon hun werk doen zoals zij vinden dat zij dit het beste kunnen doen. En ze doen het, zoals gezegd, voor nop. En zonder deze vrijwilligers houdt het jongerenwerk op te bestaan en kost het de gemeente nog veel meer. Dus ga dan niet als een soort Brussel hierboven hangen en ga niet bepalen hoe zij het moeten doen, zoals de EU.
Want zoals Brussel bestaat uit mensen zonder wortels in Nederland, dus zonder gevoel voor Nederland, zo staat de gemeente hier ook in. Laat het bij een faciliterende rol. En ja, uiteindelijk moeten ze zich verantwoorden voor de subsidie die ze krijgen. Maar ga naast ze staan en ga niet boven ze staan. Voed ze, maar trek hun intenties niet in twijfel. Want ze doen het vanuit hun roeping, uit passie. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Voorzitter, wij zitten nog maar kort in de raad. Maar op basis van het boerenverstand komen wij tot de conclusie dat de gemeente wel betrokken was in het begin. Maar niet vanuit bezieling, maar vanuit regelzucht. En hebben wij de indruk dat zorgzaam wel openheid eiste van anderen, maar zelf niet transparant was. Kortom, wij zien niets in een systeem van werken waarbij de verschillende bedrijfsculturen moeten samensmelten. Iedereen heeft zo zijn sterke punten en laat hen die verder uitwerken. En het vreemde is dat we trots zijn op onze authentieke kernen, maar dat we wel een eenheidsworst willen maken van jongerenwerk hier. Wat ons betreft, laten bijvoorbeeld SJDH, maar ook Reflection, laat ze gewoon een plan schrijven waarin ze aangeven wat hun doelstellingen zijn, wat voor activiteiten ze ondernemen om deze doelen te bereiken, wat hun doelgroepen zijn, hoeveel jongeren ze hebben ontvangen, waar ze tegenaan lopen en vooral wat ze concreet hebben bereikt. En hou per jaar als gemeente een tevredenheidsonderzoek als waarborg dat de subsidiegelden goed zijn besteed. Rond u af. Bijna klaar, voorzitter. Dit is de rol van de gemeente, monitoren of de resultaten zijn geboekt of dat een SJDH of een Reflection een belangrijke rol in onze maatschappij vervult. Voldoen ze niet, trek dan een subsidie in. En tegen het college zeggen wij dan ook, voorzitter, en dan rond ik af, ga voor deze insteek. Bent u bereid om op die manier met het jongerenwerk in de gemeente Twenterand op te gaan? Wilt u dat niet, dan gaan we een motie voorbereiden waarin we vragen u dit wel te doen. Laat mensen doen waar ze goed in zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Reuspen, Partij van Arbeid GroenLinks. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Om maar met de deur in huis te vallen. We zijn geschrokken van de uitkomsten die het college ons heeft toegestuurd. En de rapportage die voor ligt. En daar spreekt duidelijk uit dat er geen vertrouwen is tussen de organisaties die op dit moment in Twenterand werken en met het jongerenwerk bezig zijn. Meer dan een jaar geleden zijn we hier in de raad mee aan de slag gegaan en hebben we hier in deze raad met elkaar een notitie vastgesteld waarbij we zeggen herpositioneer het jongerenwerk en ga met elkaar aan de slag. Vervolgens lag er in december een hoopvol en een goed verhaal. Waarin we hier ook gezegd hebben met elkaar, of althans dat wilden we gaan zeggen met elkaar, want destijds hebben we daar niet over kunnen spreken met elkaar, hebben we aangegeven van dat ziet er goed uit en daar gaan we ook verder mee. Vervolgens, binnen 3 maanden is alles geklapt. We hebben daarover gesproken enige tijd geleden en we vinden het jammer en teleurstellend. En als je dan ook nog kijkt wat er in de stukken staat die het college aan ons voorgelegd heeft, geeft het college letterlijk aan dat op basis van de gesprekken die zijn gevoerd er ernstige twijfels zijn bij het slagen van een vervolgproces om deze 4 partijen weer om tafel te krijgen. En waar gaat het nou om? In die zin moet ik de heer Veldmaier gelijk geven. Het gaat om de jongeren. Het gaat om het jongerenwerk. Wat betreft de Partij van Arbeid GroenLinks zou eigenlijk veel meer centraal moeten staan, niet die 4 organisaties, maar de jongeren zelf. Wat zijn de vraagstukken in Twenterand als het gaat om de jongeren? Wat zijn de grootste problemen? Want we hebben problemen in Twenterand. Als het gaat om aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Als het gaat over de jeugdzorg. Daar hebben we vanavond ook al eerder over gesproken. Als het gaat over drugsoverlast. Dat zijn de vraagstukken die we op moeten pakken. En wat ons betreft het jongerenwerk. Als het gaat om het outreachende jongerenwerk. Want ik maak dan een onderscheid tussen het outreachende jongerenwerk. En met de vraagstukken van jongeren aan de slag gaan. Enerzijds en anderzijds daar waar inloop georganiseerd worden of activiteiten georganiseerd worden lokaal in de kernen. Daar moet je ook proberen aan te sluiten bij wat er lokaal is. Maar haal die 2 dingen wat ons betreft uit elkaar en ga daarmee aan de slag. Ik ben ook heel erg benieuwd wat de visie van de wethouder en het college is op dit punt. En hoe ze met die vraagstuk aan de slag willen gaan. Enerzijds in het jongerenwerk wil vormgeven. En anderzijds toch ook wil kijken om dat wat er goed is, om dat wel te behouden, maar wellicht een onderscheid daarin te maken. Ik ben in die zin benieuwd naar de reactie van de
wethouder op de huidige situatie en wat de plannen zijn om dit heel snel en voortvarend op te pakken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar gemeente Belangen Twente Rand. Heer Papen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals de brief beschrijft, is het toch al een moeizaam proces geweest. In mijn opinie is het nogal een botsing geweest tussen professioneel jongerenwerk en vrijwilligerswerk die activiteiten voor jongeren organiseren. Een wezenlijk verschil. GBT staat voor een einde aan de versnippering en een sterke organisatie toch wel. En volgens mij kunnen we daar heel lang en breed over discussiëren, vooral over die brieven die hier nu ligt. Volgens mij hebben we nu een andere werkelijkheid en dat is het college wat hier naast mij zit. Ik zie het denk ik iets rooskleuriger dan de mensen aan de linkerkant van mij. Vandaar ook deze kleding denk ik. Ik verwacht eigenlijk van dit college binnen een afzienbare tijd een voorstel waarin de woorden uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in een helder, uitvoerbaar en vooral werkbaar plan. Het gaat hier om de toekomst van onze jongeren en die jongeren vinden wij belangrijker dan de organisaties die het jongerenwerk uitvoeren. Ik wil graag van een college wanneer we een dergelijk voorstel kunnen verwachten. Dank u wel. Ik wacht even tot... de heer Kerkdijk heeft een vraag. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Paap triggerde mij even met zijn opmerking over professioneel en vrijwilligers. En inderdaad, in alle vier de organisaties lopen professioneel volgens ons professioneels en vrijwilligers. Ziet u dat ook zo of ziet u een wat andere verdeling? De heer Paap, aan u het woord. Er lopen bij alle organisaties professionals rond. Ik denk dat de organisatie die is opgetuigd bij Zorgzaam een andere organisatie is dan bijvoorbeeld bij Reflection of bij SJDA. Een vervolgvraag, de heer Kerkdijk, aan u het woord. U zegt anders. Welk verschil ziet u verder? Zij hebben weinig aansluiting bijvoorbeeld bij de netwerken. En ik denk dat dat beter kan. Ik denk ook dat Reflection en SJDA heel veel goede activiteiten organiseren. Goede dingen doen voor onze jongeren. Ik denk dat bijvoorbeeld de aansluiting bij de netwerken veel beter kan. Even, we moeten heel erg uitkijken dat we niet te diep in gaan. Maar nog een laatste vraag. De heer Kerkdijk aan de heer Papen. En dan ronden we dit deel af. En dan gaat de heer Papen verder. Nee? Oké. Okay. De heer Papen. Was u klaar? Ik was klaar. Oké, u was klaar. Dan moet ik even kijken op mijn papiertje dan. CDA, heer Kerkdijk. Als u de woordvoerder bent namens CDA, dan mag u weer teruglopen. Naar die microfoon, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, de raadsbrief herpositionering jongerenwerk, die vandaag op de agenda staat. Ik denk dat het goed is vooraf vast te stellen dat wat ons betreft belangrijk is, vooral die gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit, die ook de grondbeginselen van het CDA zijn, die treffen we ook aan bij alle vier de organisaties. Wat we ook zien is professionals en vrijwilligers die gepassioneerd zijn, volledig eens met ook de inbreng van de heer Veldmeijer, maar ook inwoners, dus jongeren en ouders, die mede verantwoordelijkheid nemen en eigenlijk een stukje medezeggenschap hebben in te nemen stappen. En ja, uiteindelijk gaat het er ons ook om dat wat je inzet als gemeenschapsgeld, dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. En dat er op een transparante wijze ook verantwoording wordt afgelegd. Als we dan kijken naar de raadsbrief, dan geeft die denk ik een helder beeld van de stand van zaken als het gaat om het organiseren van het integrale jongerenwerk in onze gemeente. Uitgangspunten zijn daarbij werken in één team en vanuit één visie, een inloop in alle kernen. En uiteindelijk het hoofddoel, kwaliteit verhogend werken en verminderen van kwetsbaarheid. En dat kun je doen door op een slimme manier samen te werken. Niet samenvoegen, maar samenwerken. Ik kom daar zo verder op. Ja, het is een raadsbesluit wat er aan ten grondslag ligt uit de vorige periode. En het besluit is gedeeltelijk uitgevoerd, maar heeft voor eerst niet de te verwachte resultaten opgeleverd. Wat wel goed is dat alle partijen nog steeds hebben aangegeven inhoudelijk achter het besluit te staan. Ze zijn ook gestapt met dat proces om op zoek te gaan naar elkaars kracht en waar ze elkaar kunnen vinden. Constructief overleg totdat begin januari bleek dat Reflection en SJDH en in mindere mate Radar eigenlijk geen vertrouwen meer hadden in de stichting Zorgzaam. Overigens in het stuk in de raadsbrief wordt gezegd dat de brief die daarna verschenen is van Reflection en SJDH, dat die niet bij Zorgzaam bekend is. Die is wel gedeeld in een heel vroeg stadium met Zorgzaam, maar is inderdaad eerst naar het college gegaan. En ik kan me dat voorstellen. Er zijn verschillen in beleid, in vrijwilligersbeleid en het opschalen en hulpverlening en de omgang met jongeren tussen de organisaties. Maar met name op het gebied van financiën gaf, dat kun je ook lezen in de brief, Stichting Zorgzaam geen openheid van zaken.
En dat is wel de verstoring geweest die Reflection en SJDH in mindere mate Radar de aanleiding gaf om op deze manier te acteren. Ja, dan zeg je, hoe kun je mee verder? Nou, ik moet zeggen dat wij als CDA de twijfel die de gemeente uitspreekt in de brief begrijpen. Maar ik zou het eigenlijk om willen keren. Wij zouden het om willen keren eigenlijk willen gaan denken in kansen. Want het zijn vier stichtingen met professionals en vrijwilligers. Ik zie geen verschil in die professionals. Ik zie ook geen verschil in die vrijwilligers. Ik zie wel verschil, het is zo even ook al aangegeven door de heer Reusgen, in de vier kernen waar men voor staat. En die vier kernen hebben ieder hun eigen benadering, misschien wel cultuur. En daar kunnen die vier stichtingen een perfecte rol in spelen. Als je kijkt naar de stichtingen, dan kun je zeggen dat er wel degelijk sprake is van een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Ze werken vanuit de jongerenwerker, hebben alle vier jongerenwerkers waarvan de expertise van de jongerenwerker centraal staat. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat Zorgzaam, ook blijkend uit de brief, eigenlijk toch geen koploper is op het gebied van die samenwerking. Want als er dan gepraat wordt met deskundigen van de gemeente, dan zit het bestuur en de directie aan tafel en niet de jongerenwerker. En ik vind dan wel iets van de professionaliteit. En als iemand wat van die inhoud weet, is het de jongerenwerker. En we hebben dat gemist. Ja, uit die raadsbrief blijkt ook dat de houding van Zorgzaam niet al te verbindend is. Ze herkennen zich niet in de kritiek. En ook over die transparantie van financiën nemen een passieve houding aan. En gaan, als het gaat om gesprekken te voeren om het vertrouwen te herstellen, niet over tot actie. Vinden we dat professioneel? Ik vind er wel wat van. Al met al, de kansen. Wat zou je dan kunnen doen? Ik denk dat het niet de kunst is een samensmelting van één organisatie te maken. Wij zien kansen in het aanstellen van een onafhankelijk kwartiermaker die vanuit een heldere visie de partijen met elkaar verbindt. De kwartiermaker kan obstakels uit de weg ruimen en kan in een termijn van 3 tot 4 maanden, naar onze mening, een stevig kader neerzetten voor de integrale samenwerking. En dat is wat ons betreft een netwerkorganisatie en geen samenvoeging. De kwartiermaker brengt zijn advies uit aan de gemeente en kan de regierol vervullen. Die kwartiermaker kost geld, maar levert ook geld op. Daarbij zou overwogen kunnen worden de kosten voor die kwartiermaker te delen door de vier stichtingen, onder voorwaarde dat de opbrengst die het oplevert op termijn ook bij de stichting blijft. Wij horen graag van de overige fracties hoe ze hier tegenaan kijken en afhankelijk van de opvattingen overwegen wij tijdens de komende raadsvergadering een motie vreemd op dit onderwerp aan uw raad aan te bieden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan ik laat ook iedereen wel even het woord helemaal uitvoeren, want ik zit over uw tijd, maar er waren er meer. Dan als laatste de ChristenUnie, de heer Smelt. Dus dan weet u dat ik iets flexibeler ben geweest met de spreektijd, vanwege ook het belang van het onderwerp. De heer Smelt, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Laten wij beginnen door te zeggen dat wij grote zorg hebben, en ook zorg, ook in die volgorde, voor de kinderen en de jongeren van onze gemeente en dan wel allemaal. Wij vinden het ontzettend spijtig en jammer te hebben moeten constateren dat het ingezette project niet gelukt is en dat er helaas, zoals wij uit de brief lezen, geen mogelijkheid tot samenwerking kan worden opgebouwd. En sterker nog, staat er een volzin. Dit lijkt effect te hebben en door te werken op de jongeren zelf. De gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat er nauwelijks sprake is geweest van samenwerking, maar dat de weerstand op samenwerking groter was dan de wil om het waar te maken. In deze, de slogan van wijlen burgemeester Koetje, samen werkt het, zou je moeten constateren dat op dit onderwerp en de brief gelezen hebbende, dat helaas niet opgaat. In dat geval zou je als bestuurder de bakens inderdaad moeten verzetten en het over een andere boeg moeten gooien. We waarderen de inzet van de jongerenwerkers en haar stichtingen in het algemeen zeer. We zullen het dus dusdanig moeten organiseren dat het jongerenwerk en de zorg om de jongeren goed wordt geborgd. Wat is ons primaire doel? Dat er aan het kind, de jeugd, een goede, veilige haven geboren wordt. In welke omstandigheid dan ook. Of het nu gaat om activiteiten, om vertier en vermaak of om de daadwerkelijke zorg. Met het aanbieden van het coalitieakkoord, waar duidelijk is omschreven waar wij ons voor willen inzetten de komende periode als het gaat om dit onderdeel, zijn de nieuwe contouren geschetst. En is de opdracht
reeds aan het college gegeven. Het is voor de nieuwe wethouder een absolute must en opdracht om van kiet af aan dit dossier te werken. En we hebben dat met het aanbieden van het coalitieakkoord ook als zodanig aan het nieuwe college medegedeeld. Wij willen dus nu graag weten van de nieuwe wethouder wat hij, gegeven het coalitieakkoord en deze brief, nu al gedaan heeft. En kunt u, wethouder, aangeven waar uw concrete contouren uit bestaan? College, even als reactie op de PVV, doe vooral een klantontevredenheidsonderzoek en geen tevredenheidsonderzoek. De meeste winst is te halen bij degenen die ontevreden zijn en juist niet bij degenen die tevreden zijn. Die hebben hier doorgaans niets nieuws te melden. Ik zou willen oproepen om te kijken waar de schoen wringt. Want daar kunt u succes boeken. Dat is zover, voorzitter, mijn termijn. Meneer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik zou willen zeggen, nu begrijp ik waarom u door GWT in de hoek bent gezet tijdens coalitieonderhandelingen. Want op het moment dat je... Meneer Veldmeijer, ik heb... Ja, hij dacht met, uit. Ik heb, dus, wat moeite met, nee, ik heb wat moeite met de wijze waarop u begint. Dus stel u de vraag gewoon sec aan de heer Smelt. Nee, want een, ja, goed, als ik het u uit moet leggen, dan moet ik u heel veel uitleggen. Maar een klanttevredenheidsonderzoek is natuurlijk ook bedoeld om te kijken wat er niet goed is gegaan. Maar dat begrijpt u zelf ook wel. U smelt aan u het woord. Ja, maar u begrijpt ook wel wat de essentie is van mijn oproep. En als u daar zo op wil reageren, dan ben ik daar blij om. Want dat betekent dat we wat dat betreft zorg hebben om indicatoren te kunnen meten. En vanuit die indicatoren verbeteringen te willen inzetten. En toevallig heb ik daar een beetje verstand van. Net zoals u over jeugdwerk verstand heeft. Goed, dank u wel. Dan ga ik nu naar de wethouder, wethouder Paters. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik ben gehoord, de inbreng van de verschillende fracties, blij dat wij met elkaar in elk geval de zorg delen over de huidige situatie. Daarover zijn we het denk ik heel snel eens. Toen ik 13 juni begonnen ben, heb ik als eerste gevraagd, laat me nou ook eens de individuele verslagen zien van de gesprekken die gevoerd zijn. Die heb ik tot mij genomen en ik heb ook het eindverslag. En er is een bijeenkomst geweest zoals u gezien heeft in de tijdlijn met alle vier de stichtingen. En ook het verslag daarvan heb ik tot mij genomen. En met u werd ik daar nou niet heel erg vrolijk van, om het maar eens zachtjes uit te drukken. Tegelijkertijd heb ik te maken met twee kaders. En het ene kader is de uitspraak van de Raad om te komen tot de herpositionering van het jongerenwerk. En het andere kader is het coalitieakkoord. Dat zijn de twee kaders waarbinnen ik aan de slag moet. Dan kun je, zeker als je de brief leest en als je ook de verschillende verslagen leest, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je als een olifant door de porseleinkast gaan en zeggen van nou oké, jullie willen allemaal niet met elkaar. En ik heb de opdracht zoals die er ligt, dus ik streep de drie weg en ik ga met één verder. Welke dat dan ook mogen zijn. Hè? Want dat is dan de optie die je hebt. En die optie is om meerdere redenen bijzonder onaantrekkelijk. Ten eerste omdat het niets doet voor de jongeren. Zeker niet op korte termijn. Zeker niet kijken naar het doel wat we willen bereiken. En we zijn het over één ding eens, en daarover zijn ook de stichting het eens, dat het gaat om de jongeren in de gemeente Twenterand. En die jongeren moeten we bereiken en die moeten we op een goede manier de hulp bieden die ze wellicht nodig hebben. Dus die optie die is daarom niet goed. Die is ook niet goed omdat je heel plat ook met financiën te maken hebt. Je kan wel zeggen, want ik zet er een streep door. Maar dan krijg je toch te maken met termijnen van afbouw en dergelijke. Dus om meerdere redenen is dat geen goede optie. Dan hoor ik wat uw raad zegt. En dan denk ik van ja, maar de opdracht ligt er nog steeds. En daarover zijn wij het eens. Dus hoe kun je nou komen binnen de situatie zoals die er nu is? En het lastige, voorzitter, is dat lezend, maar ik heb ook gesproken met de ambtenaar die bij al die gesprekken geweest is. Daar zit voor een deel, en misschien wel voor een belangrijk deel, ook gevoel. Sommige dingen kun je herleiden, van gebeurt iets, nou, wil zorgzaam nou werkelijk niet de boeken openen, ja of nee. Dat is iets wat te toetsen is en wat ook heel makkelijk te controleren is. Maar er zit ook gevoel. En er zit ook gevoel over het verleden en dingen die gebeurd zijn. En met gevoel kun je moeilijk praten.
Het is wel belangrijk dat je gevoel hebt, maar om tot iets te komen is dat een stuk lastiger. Dus wat ik gedaan heb, ik heb gevraagd om een nieuwe ronde gesprekken met de vier instellingen. Omdat ik vooralsnog, en dat zeg ik ook richting de verschillende fracties, niet bereid ben om spreekwoordelijk de handdoek te gooien. Ik vind dat dit te veel waard is, dat dit te belangrijk is om te zeggen van we gaan er dan maar mee stoppen. En in die nieuwe ronde gesprekken die al gepland staat en we komen in de vakantieperiode, maar het laatste gesprek staat uit mijn hoofd nu gepland voor 23 augustus en dat heeft ook te maken met vakanties van mensen van de stichting. En ik wil daarna kijken en mijn vraag aan de stichting zal vooral zijn, niet over wat allemaal gebeurd is. Dat hebben we allemaal kunnen lezen. Daar wordt niemand vrolijk van. Mijn vraag aan de stichtingen zal zijn, wat is uw oplossing? Wat ziet u voor zich om te komen tot een uitweg uit de impasse? En ik hoop en ik reken erop dat daar een rode draad in te ontdekken is op basis van waarvan we verder kunnen. En dat zou, en ik dank de heer Kerkdijk voor de suggestie, dat zou best een onafhankelijk kwartiermaker kunnen zijn. Dat zou kunnen. Maar alles valt of staat met de bereidheid van de verschillende instellingen om daadwerkelijk uit dit doolhof te komen. En dan moet je soms, en dat zeg ik tegen alle stichtingen, ook bereid zijn om echt een streep onder het verleden te zetten. En echt een streep onder het verleden betekent ook dat je dus niet op een latere moment, op het moment dat er even iets tegen zit en er komt een zuchtje tegenwind in dat proces, dat je dan weer terugvalt naar het verleden. Ik vind dat we van die stichtingen dat ook mogen verwachten, omdat het gaat om onze jongeren. Dat is de ronde die we nu gaan doen. Ik zeg u toe dat ik, nadat die serie gesprekken geweest is, dat we dan zo snel mogelijk bij u komen met een raadsbrief om u in elk geval te informeren van de uitkomst van die gesprekken. En ik zal daarin ook uiteenzetten hoe ik het vervolg van het jongerenwerk voor mij zie, binnen, zoals gezegd, de kaders zoals die er nu zijn. Enerzijds de herpositionering en anderzijds het coalitieakkoord. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paters. Ik kijk de commissie of de raad rond. Ik zie dat de heer Kerkdijk nog het woord wil voeren. Ik moet even kijken met mijn papiertje. Eerst de heer Veldmeijer, aan u het woord. Ik ga gewoon even een rijtje weer bij langs. En uiteraard krijgen ook de fractie die zich niet aangemeld hebben aan het eind de mogelijkheid om. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Even kijken hoor. Ik weet hoe u erin stond voorheen. Nu bent u wethouder. En voordat je een gesprek ingaat met mensen, zeker met vier partijen, moet je een plan hebben. En mij is nog niet, ons partij is nog niet helemaal duidelijk wat nu het plan is. Wat wordt nu uw insteek terwijl u die gesprekken gaat voeren? Want als je geen plan hebt, het kan ook een brainstorming sessie worden. Dat kan ook, maar dat zouden we graag willen weten. En ook kunnen we aan u vragen om, want u gaat nu tijd kopen. Er is een opdracht die neergelegd, dat heeft niet gewerkt de afgelopen tijd. En dat gaat ook niet werken, dat kan ik u verzekeren. U gaat nu tijd kopen. Wanneer kunnen wij op een gegeven moment een voorstel van u verwachten? Want dit moet geen maanden meer gaan duren. Op een gegeven moment moet je de knopen door gaan hakken. Wanneer gaat u de knopen doorhakken? Dat is voor. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder dat hij na de zomervakantie met een plan gaat komen als hij de gesprekken heeft gevoerd. Ik zou nadrukkelijk nog wel een keer zitten. Zit vooral de jongeren centraal en de vraagstukken van de gemeente Twenterand centraal, neem dat ook mee in de gesprekken. Want daar moeten we aan gaan werken. En de organisaties zijn slechts, zeg ik in dit geval, een middel om die doelen te bereiken. En ik zou ook de suggestie mee willen geven om toch ook vooral breed te willen kijken. En misschien ook wel onderscheid te maken tussen enerzijds daar waar activiteiten en inloop worden georganiseerd. En anderzijds daar waar het gaat om het outreachende jongerenwerk, want ik denk dat daar ook wellicht oplossingen liggen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Papen, wil u nog het woord? Nee? Dan de heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Ja, eigenlijk volledig eens met de inbreng van de heer Veldmeijer. Het gaat om het plan en de planning. Maar laten we er ook voor uitkijken dat het vooral geen herhaling wordt van hetgeen we nu al achter de rug hebben. Oftewel, wanneer weer dezelfde mensen aan tafel gaan en het plan en de planning is niet duidelijk, ja, dan schieten we eigenlijk niet zoveel op. Dus ik zou er toch voor willen pleiten om nog eens na te gaan denken over, kunt u niet in een andere setting gieten? Inderdaad, een onafhankelijk gespreksleider die niet belast is met het voortraject. En ja, ook heel graag een beeld wanneer u denkt bij deze raad terug te komen met een voorstel. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Smelt. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dank de heer Paters voor zijn duidelijke antwoord. Om de vroegen immers in onze termijn om helderheid te geven op een aantal vragen. En die heeft u beantwoord. We hebben aangegeven dat wij er vertrouwen in hebben dat u dat vanaf het begin af aan zult aanpakken. En u schetst ons wat u wilt gaan doen. Ik ben het eens met mijn collega's, en dat zult u ook begrijpen, dat dit op korte termijn toch wel tot een volleinding moet komen. Daarmee ondersteun ik de collega's die u daar net toe opriep. Waar mijn fractie met name zorg voor heeft, is daar waar wij in de voorkant, in de zorgkant, zeg maar, tegen problemen aanlopen, dat u die vroegtijdig zult signaleren. Of dat nou is in de organiserende kant, of dat nu financieel is, maar maak alstublieft geen ongelukken. Als u die tijd die u echt nodig heeft, waar ik vertrouwen in heb dat u dat goed zult doen, en de tijd die moet u gebruiken om tot een goed afgewogen proces te komen, dat u in die looproute, dat u niet in de valkuil van de tunnel valt. En dat u de stichtingen voldoende gemotiveerd hebt om haar werk te kunnen doen. Als u mij dat kunt toezeggen, mijn fractie dat kunt toezeggen, geef ik u het volste vertrouwen om dit traject op een goede manier tot een einde te brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Jonker. Aan u het woord. Ik sla niemand over en dan de heer Kobers als hij het wil. Oké. Heer Jonker, aan u het woord als laatste. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Dan zal ik proberen een conclusie te formuleren. Dank u wel, voorzitter. De SP-fractie kan zich volkomen vinden in de beantwoording van de wethouder. We zouden het jammer vinden dat, zeker ook gelet op de slogan van de coalitieakkoord vanuit de kern, kernachtig, dat we niet sociaal kapitaal gaan weggooien, die mensen die goed werk verlenen, om die maar direct aan de kant te zetten. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder Paters. Wethouder Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Laat ik vooropstellen dat ik volkomen begrijp de wens vanuit een aantal partijen dat u graag een vastomlijnd plan wil. En dat u graag wat concreter wil zien wanneer wij tot een afronding of tot een voorstel kunnen komen. En ik zou daar ook wel toe bereid zijn, ware het niet dat ik met een aantal dingen te maken heb. Dat is vooral eerst de gesprekken die gevoerd gaan worden. En ik wil, het laatste wat ik wil, is die gesprekken nu al met een hypotheek belasten door te zeggen, ik wil uiterlijk half september, eind september bij u terugkomen. Want als er ook maar blijkt uit die gesprekken dat er ruimte zit en dat er licht aan het eind van de tunnel is om te komen tot die samenwerking, dan zou ik wel gek zijn als ik nu al de boel onder druk zet. En ik wil dat de instellingen, en als ze luisteren en wellicht nu hier aanwezig zijn, dat die ook weten dat wij die gesprekken aangaan op basis van één gezamenlijke waarde. En dat is namelijk dat het gaat om de jongeren. En als we nu al gaan zeggen van als u niet dit, dan doe ik dat. Dat lijkt me bijzonder contraproductief. En dan schieten we het doel helemaal voorbij. Dus ik doe nogmaals de toezegging zoals ik die gedaan heb. Na afloop van de serie gesprekken krijgt u van mij een verslag en dan ook met een voorstel hoe verder te gaan met het vervolg. Maar het mag duidelijk zijn dat deze wethouder er alles aan gelegen is om dit geen dag langer te laten duren dan nodig is. Ik hoop dat ik u heel snel kan berichten dat we op weg zijn naar een uitkomst waarbij inderdaad, meneer Reusken, de jongeren centraal staan. Dank u wel. Dank u wel. Dan concludeer ik, geef ik aan net wat de wethouder ook heeft toegezegd. De gesprekken gaat hij voeren. Vervolgens komt hij met een raadsbrief. Maar precies een datum geeft hij niet om vervolgens niet onder druk te komen staan. Maar wel geeft hij de wethouder heel duidelijk aan dat hij met u
de zorg deelt om het zo goed mogelijk te doen voor de jongeren van Twenterand. Zo wil ik dit raadsdebat afronden. Dan ga ik kijken naar de fractievoorzitters. En de ene zegt doorgaan volgens mij en de ander zegt nee. En ik kijk even verder, want ik heb meerdere fractievoorzitters. Doorgaan. Ja, ik... Oh, nou, dat is altijd mooi. De heer Kobus. Hè? Doorgaan aan de linkerkant. Ook... Nou, dan stel ik gewoon voor, we gaan door. Dan ga ik verder met het agendapunt. Koersdocument Agenda Duurzaam Twenterand. En ik geef de heer Reusken, Partij van de Arbeid GroenLinks, als eerste het woord. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een niet onbelangrijk thema, wat al een aantal malen op de agenda heeft gestaan in deze raad. En graag gaan wij ook in op die duurzaamheidsagenda. Wij vinden het goed dat er een agenda ligt en goed om ook te zien dat die middels dialoog tot stand is gekomen. Want er hebben vele bijeenkomsten plaatsgevonden waarop mensen en ook maatschappelijke organisaties hun inbreng hebben gehad. En we zijn ook benieuwd hoe dat nu straks verder zijn uitwerking gaat krijgen. Het is ook goed om te zien dat we in Twenterand al heel erg veel doen als het bijvoorbeeld gaat om gescheiden afvalinzameling. En dat daar ook al heel veel inwoners en andere maatschappelijke organisaties mee bezig zijn. Maar we mogen in Twenterand niet achterover gaan leunen van het komt verder wel goed. We zullen een aantal punten noemen waar we aandacht voor vragen. Het draagvlak is van groot belang. Dat zie je elke keer weer terugkomen, ook in deze agenda. En willen we daadwerkelijk werk maken van duurzaamheid, dan hebben we inwoners nodig en moeten we die daar ook bij betrekken. In de agenda wordt regelmatig gesproken over begrippen als activeren en betrekken van inwoners. Maar wordt verder niet altijd concreet gemaakt. Hoe ga je dat dan doen? We zijn erg benieuwd hoe de wethouder daar invulling aan wil geven. Want je kunt wel steeds zeggen, we gaan mensen activeren en we gaan mensen betrekken. Maar vervolgens is de vraag, hoe gaat dat in zijn werking en hoe ga je dat vormgeven? En die betrokkenheid gaat verder wat ons betreft dan alleen maar mensen informeren. En gaat ook verder dan alleen maar stimuleren. Maar geeft ze ook ruimte tot het ondernemen van eigen initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan die duurzaamheid. Hoe klein ze ook zijn. En dan gaat het niet alleen maar om die inwoners, maar ook om maatschappelijke organisaties. Want innovatie moeten we niet alleen maar verwachten van de overheid. Innovatie komt vaak ook vanuit het bedrijfsleven. Ik denk dat een aantal van ons dat heel erg goed weten. Maar die komen ook vanuit inwoners. En die moeten we de ruimte geven. Ik verwijs daarbij ook nog maar even naar het coalitieakkoord, waar dat een aantal malen genoemd is. Wat ons betreft moet er ook nadrukkelijk een koppeling worden gemaakt met een aantal andere beleidsterreinen. Duurzaamheid staat namelijk niet alleen maar op zichzelf. En heeft ook te maken met bijvoorbeeld gezonde levensstijl, toerisme en economie. En we willen het college nadrukkelijk vragen om die agenda ook die verbinding te gaan leggen. En regionale aanpak is daarbij van belang. Als het gaat over energie neutraal, hoe reëel zijn die 430 woningen per jaar in Twenterand om deze van het aardgas af te laten sluiten? Want dat is een fors aantal. Dat aantal wordt ook genoemd. Hoe gaat u zorgen dat die wooncoaches die we hebben, die in andere gemeentes heel actief zijn, ook in Twenterand actief gaan worden en wat hoger op die lijst komen als het gaat om de inzet van die wooncoaches? En ook de Twentse energiestrategie speelt een belangrijke rol. We zijn benieuwd hoe de wethouder daar mee omgaat en ook wilt kijken naar andere mogelijkheden van zon en wind. Circulaire economie. Zo slecht doen we het hier nog niet in Twenterand als het gaat om scheiden van afval. Ik heb begrepen dat op dit moment al 83% gescheiden wordt hergebruikt. Dat is hartstikke mooi. Hoe gaan we met elkaar werken dat dat nog verder omhoog gaat? Misschien zelf wel richting die 100%, zodat we geen restafval meer met elkaar hebben. Ook wordt er gesproken over bewustwording en gedragsverandering. Ik noemde dat net al eerder. Maar gedrag van mensen laten zich niet altijd sturen. Ik noem maar even het voorbeeld. Op het moment dat we met z'n allen LED-lampen in ons huis draaien, zie je vervolgens heel vaak dat die lampen langer branden. Dus daarmee ben je bijna het effect van het gebruik van die LED-lampen kwijt. Dus daar moeten we ook op letten. En dat duurt ook een tijd voor we dat voor elkaar gaan krijgen. Klimaatbestendig,
Ik vind dat in het stuk, wij vinden dat in het stuk, karig naar voren komt. Als het gaat om verduurzaming van de landbouw en wat er staat over veranderende natuur, staan maar twee zinnen op opgenomen. Wij vinden dat wel wat meer, zelfs als steviger kan. Denk aan het ontwikkelen van biologische landbouw. Denk aan ecologisch bermbeheer en combinaties met het toerisme, waar we het op dit moment ook heel nadrukkelijk over hebben, als het gaat over de Eemsdijkse Venen, als het gaat over de koppelkansen. Ik vind, vanuit de Partij van de Arbeid GroenLinks, dat we daar een veel actievere rol in kunnen hebben. En ik roep ook het college en de wethouder daar mee aan de slag te gaan en daar misschien zelfs al een reactie op te geven. Tot slot, voorzitter, hoe gaat het tijdspad er vervolgens uitzien? En ik zou ook nadrukkelijk vragen, geef ook deze raad een actieve rol in deze agenda en om dat uit te dragen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan gemeente Belangen Twenterand, de heer Laarman. Aan u het woord. Dank u. Ja, ik steek hier iets anders in dit document. We hebben bij dit document zijn twee bijlagen bijgevoegd. En deze twee bijlagen die worden talloze mogelijkheden genoemd en benoemd om duurzaam te doen, te ontwikkelen en te stimuleren. Volgens mij is haast alles wat maar mogelijk is benoemd in deze bijlagen. En we zullen er eigenlijk niets nieuws aan kunnen toevoegen. Ik vraag me eigenlijk af, op welke manier zijn deze bijlagen eigenlijk tot stand gekomen? En hoe is dat eigenlijk gebeurd? Volgens mij was dat ook in uw vorige periode onder uw portefeuille. Dus waarschijnlijk kunt u daar nog iets over zeggen. Op dit moment willen we eigenlijk nog twee punten aanstippen. En dat zijn twee punten waar we als gemeente niet direct de regie op hebben, maar we als gemeente wel invloed op uit kunnen oefenen. En ten eerste is dat het afsluiten van het aardgas. Mensen het is een hot item, iedereen moet van het gas af. Maar om je gasmeter dus kwijt te raken, dan kost dat €600. Dat is niet echt een stimulans voor de mensen om dus die gasmeter te laten afsluiten, als het zoveel gaat kosten. Hoe gaan we daar nu in de toekomst mee om? Zijn lid van de Koolgas. Zijn we een aandeelhouder van. En kunnen we met Koolgas in gesprek gaan om te kijken of die kosten lager kunnen. Wie gasvrij gaat wonen, mag niet opdraaien voor de hoge afsluitkosten. Dat heeft de Landelijke Geschillencommissie Energie bepaald in een bindende uitspraak. En eigenlijk zou het dichtdraaien en verzegelen van de gaskraan gratis moeten worden. Maar misschien is het nog beter om het tijdelijk te schorsen. Want ontwikkelingen en innovaties gaan op dit moment wel heel snel. En het kan zomaar zijn dat we in plaats van aardgas nu straks een ander soort gas krijgen. Of je wilt juist verkopen. En dan is het herstel van de gasaansluiting snel weer gefixt. Wanneer je een schorsing aanbiedt. In plaats van totaal verwijderen van je gasmeter. Maar goed, ik ben benieuwd of we als aandeelhouder van Koolgas hier iets mee kunnen doen. De tweede, en dat staat ook in het coalitieakkoord, is om een lobby op gang te brengen om de spoorlijn Almelo-Hardenberg duurzaam te ontwikkelen. Dat wil zeggen de elektrificatie. Maar de vorige keer toen we dit zouden behandelen, is er niet doorgegaan, maar inmiddels heeft de provincie Overijssel heeft dus hier al iets over gezegd. En de provincie Staten die heeft dus onder aanvoering van de ChristenUnie heeft een motie aangenomen om de elektrificatie van het traject Almelo-Marienberg te elektrificeren. En we zijn er bijzonder content mee en willen dan ook de provinciale staten bedanken. En ook de heer Veldmeijer bedankt voor uw steun daarin, want het is in uw naam. Volgens mij. Dus dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar het CDA, de heer Kouder. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Duurzaamheid. En de heer Reusjes refereerde naar. Het is inderdaad al een aantal keren op de agenda gezet en doorgeschoven. Daarom was de reden dat ik zei van, om juist de volledige aandacht te geven, vond ik dat we daar misschien meer tijd voor zouden moeten nemen. Maar ik, met alle respect. Meneer Ruskens heeft al uitvoerig een aantal dingen genoemd. Als je kijkt naar, en de heer Laarman wijst er al naar, er worden ontzettend veel voorbeelden genoemd waar je wat aan kan doen. Het is best een moeilijke materie. Het is iets wat speelt, iets wat
best veel impact kan hebben. Een aantal dingen samen doen, samenwerken, is een onderwerp. Voorbeeld geven, concreet maken. Het is geen doel op zich, maar het moet onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Ja, bewustwording van de noodzaak. Simpele begrippen, maar dat zijn wel dingen waar we moeten werken. Het is niet iets wat je naast je normale dingen doet, het is iets wat je een onderdeel moet zijn van je normale denken en doen. Daar zullen we als gemeente ook handen en voeten moeten geven. Een van de dingen waar je aan zou kunnen denken, is we doen nu bij het raadsvoorstel, kijken wij ook naar de financiële impact van een aantal dingen. Je zou daar ook heel simpel de duurzaamheidsfactor aan kunnen pakken. Dan verplichten we ons bij ieder raadsvoorstel om te kijken of dat iets te maken met duurzaamheid. Ja? Dan bid je het in de normale cyclus van denken en doen. En wat voor onze fractie het belangrijkste is, je moet een actieplan maken. Je moet want al die dingen, als je in de bijlage kijkt, dan worden ik denk wel bijna duizend dingen genoemd waar je zou kunnen werken. Maar daar kom je natuurlijk niet uit. Dus je zult dus een stappenplan moeten maken waarin je komt tot het einde van het traject. En een van de belangrijkste dingen is onze jeugd erbij te betrekken. Ja? Ik hoop nog heel oud te worden, maar ik ga ervan uit over een jaar of 20, 30, in ieder geval sta ik hier niet meer in deze raad. Want er zullen een aantal andere mensen moeten zijn die we nu al moeten voeden. Richting scholen, maar ook richting jongerenraad. Voorbeelden over, we hebben net over de jongerendebat gehad. Daar zijn denk ik heel veel lijntjes waar we ons aan moeten richten. Dus een plan zullen we met z'n allen af moeten spreken, waar we in ieder geval ons in verplichten. Tot zover eerst ons inbreng. Ja, dank u wel. Dan kijk naar de ChristenUnie, heer Huisjes, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Als ChristenUnie vinden wij duurzaamheid en goed zorgen voor de schepping ook belangrijk. Daarom is het goed dat dit voorstel er ligt. Wij hebben echter nog wel een aantal vragen aan de wethouder. De ambitie is om in 2020 20% en in 2050 100% van het totaal energieverbruik in Twenteland afkomstig is van hernieuwbare energie. Wij zouden graag zien dat u de raad meeneemt in de voortgang van de ambitie, omdat wij het belangrijk vinden dat er jaarlijks gemonitord wordt. Kan dat geregeld worden? Verder staat er, bedrijven krijgen hulp bij een zoektocht naar duurzame energie. Zon op bedrijfsdaken wordt gestimuleerd. Kan de gemeente hier nog een extra financiële impuls aan geven, misschien in combinatie met asbest, eraf en zonnepanelen erop? En krijgen alle vormen van duurzame energie wel genoeg kansen in Twenteland? Bijvoorbeeld initiatieven voor windenergie. Wij vinden dat alle vormen van duurzame energie ruimte moeten krijgen, omdat we vinden dat alles nodig is om deze ambitie te halen. En binnen de gemeente wordt gewerkt aan een nieuw gemeenschappelijk rioleringsplan om klimaatbestendig te zijn in 2050. Dit zal aansluiten bij de landelijke doelstellingen. In het voorwoord stelt u dat er ruimte moet zijn om te kunnen versnellen, anticiperen en bij te sturen. En gezien de gebeurtenissen van de vorige maand, de wateroverlast in Vriezenveen, lijkt me dit een goed punt om te versnellen. Tot zover. De heer Veldmeijer heeft de vraag. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn collega willen vragen, want u triggerde mij door te zeggen dat u heel erg voor windenergie bent en dat u vindt dat alle vormen moeten worden uitgeprobeerd of ik weet niet hoe het voor mij is te proberen, maar dat geeft een beetje het gevoel dat u zegt van plant overal maar windmolens neer, maakt niet uit wat het kost, maakt niet uit of ze energie produceren, zet ze maar neer. Zo komt het een beetje op ons over, klopt dat? De Huisjes, aan u het woord. Nou, het maakt niet uit of ze energie produceren, natuurlijk, daarvoor staan die dingen er. Daarvoor moet de windmolen geplaatst worden, om energie te produceren. Goed. Dat is het antwoord. Ik vind het heel interessant. Ik bedoel, ieder gaat over zijn eigen antwoord. Ik vind het heel interessant dat de ChristenUnie zegt, maakt niet uit of ze energie produceren. Goed. Maar een andere vraag was, heeft nog een antwoord gegeven, tot elke prijs. Want het wordt neergezet door commerciële bedrijven, en zelfs gemeente Twenteland gaat commercieel. Maar er zit wel een winstelement in. Dus ik kan me voorstellen dat u zegt, op het moment dat windenergie niet rendabel is, totaal geen bijdrage heeft aan die hernieuwbare energie, dan zegt u toch als ChristenUnie, dom maar niet. Heer Huisjes, aan u het woord.
Uiteindelijk moeten we wel, moet het zelfredzaam zijn. Maar in eerste instantie moet het gestimuleerd worden. Okay. Dat is het antwoord. De heer Huisjes, aan u het woord voor uw vervolg. Nee, u was klaar. Mijn excuus, dat had ik niet door. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, u blijft zo in beweging, maar... Ik had het niet zo scherp door. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De agenda Twenterand, mijn collega zei het net even, begint met samen duurzaam doen en begint met het formuleren van de ambities. Inderdaad, 20% in 2020 en in 2050, 100% hernieuwbare energie. En ambitie stellen is prima. Maar deze ambities zijn net zo realistisch als wanneer ik de ambitie zou hebben om op zaterdag 16 december... 2018 de marathon van Spijkenissen te lopen. Dit gaat hem niet worden. Atelier Overijssel, een onafhankelijke organisatie die werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel, komt tot diezelfde conclusie. Snoeihard. De plannen zijn onrealistisch, onhaalbaar en gooien het landschap op de schop. En ze zijn bovendien ook nog eens onbetaalbaar. En in de volksmond wordt de energietransitie omschreven met de woorden: ze klooien maar wat aan. En dit klopt wat ons betreft, voorzitter. Men doet maar wat. Men is een bepaalde weg ingeslagen. Men weet niet waar die weg eindigt, of die doodloopt, of de afgrond in. En men hoopt, men smeekt, dat iemand het ei van Columbus uit zijn broekzak tovert. Wij, de PVV, zijn de partij van de feiten. En het is een feit dat we in 2012 4,72% hernieuwbare energie hadden. En nu, 6 jaar later, is dit met maar liefst 1,88% gestegen. Hulde. We zitten nu op 6,6% landelijk. En het meeste is nog afkomstig van biomassa. U weet wel, als het hout op is, halen we het hout met dieselschepen uit Amerika of waar ook vandaan. En van de gereserveerde 37,7 miljard subsidie is reeds 6,6 miljard uitbetaald. En op windmolens zitten wij ook niet te wachten en ook niet op zonnepanelen vol met giftig cadmium en lood. Maar die droppen we hier met 40.000 panelen tegelijk op een plek waar bedrijven moeten zitten. Dan liever de PvdA tegemoetkomen. Gooi die 16 hectare op de Oosterweilanden vol met bloemenmengsels en hoog gras. Goed voor de insecten en vogels. En voorzitter, het feit dat we überhaupt over biomassa praten, windmolens en zonnepanelen, heeft enkel te maken met het feit dat er met miljarden subsidie gestrooid wordt. Want rendement levert het niet op. En de mensen die ons wel even gaan vertellen hoe we met moeder aarde omgaan, die zijn wat ons betreft ontzettend hypocriet. Want Etje Nijpels, zelf bezitter van een woning met het energielevel G, zal ons wel even vertellen hoe we, zoals gezegd, de aarde moeten redden. Of Marianne Thieme, onze klimaatkoningin, de meest vliegreislustige fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Zij vertellen ons allemaal dat de burger zuinig moet zijn op het klimaat, energie moet besparen en dat we moeder aarde moeten doorgeven aan onze kinderen. Maar deze boodschap geldt blijkbaar niet voor hen zelf. Voorzitter, en wij vinden energie besparen prima, maar doe het dan door de belastingen te verlagen, zodat mensen zelf gaan investeren in energie besparen. En het gevolg is, en dat is een logisch gevolg, een lagere energierekening. Zo zou het moeten gaan, maar zo gaat het niet. Want gas en elektriciteit maken maar een klein deel uit van de maandelijkse rekening. En de BTW gaat omhoog, de opslag duurzame energie gaat omhoog, volgend jaar de energiebelasting met 35% en zelfs de gasprijs is in 2018 weer omhoog gegaan, net als in 2017. Dus wat de burger aan de ene kant bespaart, pakt de overheid er weer net zo hard bij. En wie profiteert er wel van die energietransitie? Dat zijn de mensen die heel slim in economie of de groene economie handelbedrijven en de mensen die zo 35.000 euro kunnen ophoesten voor allerlei maatregelen. Wie zorgt er nu voor tweedeling? De meeste mensen kunnen dit niet en wat ons betreft is dit een grote schande. En wij vinden klimaatadaptie prima, want het klimaat verandert natuurlijk al sinds jaar en dag. Ook toen er nog geen auto's waren, geen grote industriële bedrijven en geen vliegtuigen. En ja, dan moet je als maatschappij soms maatregelen treffen om je te weren tegen periodes van meer zon, meer regen, meer wind enzovoort. Maar het idee dat je als mens, als klein landje, denkt het klimaat te kunnen beïnvloeden, is een pertinente leugen.
En iedere cent die hiervoor wordt uitgegeven is wat ons betreft een bloody shame. En dit is wel wat er nu gebeurt. En er komt straks asbest er nog eens aan, weer komt de rekening bij de burger te liggen. Alles wordt maar op het bordje van de burger gesmeten. Betalen, betalen, betalen. En nu moet er opeens ook weer aardgasvrij gebouwd worden. Terwijl wij, Nederland, bekend staan als een van de landen met de beste aardgasstructuur. Het is de minst vervuilende brandstof. En nu deugt er opeens niets meer van. En Engeland gaat over op gas. Duitsland gaat over op gas als alternatief voor de steenkolen. En het kost maar een paar tientjes per jaar om buitenlands gas geschikt te maken voor onze huizen. Maar nee, de deugdmensen moeten de burgers weer op enorme kosten jagen om zichzelf een goed gevoel te geven. Kijk eens hoe goed we zijn voor de aarde, voor het klimaat. Maar mensen moeten straks, als ze een huis kopen, kunnen ze geen nieuwe keuken meer uitzoeken, maar moeten ze 15.000, 20.000 euro uitgeven aan een waterpomp of een warmtepomp. Wil je afronden, meneer Veldmeij, want uw tijd zit erop. En sociale huurwoningen gaan qua huur dadelijk enorm omhoog, want het kost 50.000 euro om woningen gasvrij te maken. En wat te denken van mensen die koophuizen hebben en al die voorzieningen niet kunnen betalen. Die zitten dadelijk met onverkoopbare huizen. Mijn laatste zin en dan geef ik de heer Reusken het woord. Al 40 jaar is het besteedbare inkomen van huishoudens niet gestegen. En waarom niet? Omdat wereldvreemde politici de euro bedacht hebben, wat ons niets heeft gebracht behalve ellende. De miljarden kostende massa-immigratie ons in de maag heeft gesplitst. En nu weer de bevolking voorliegt met dat we in Nederland invloed hebben op de temperatuur in Nederland. Voorzitter, we worden bestuurd door onnozelen. Ja, ik geef de heer Reusken het woord. Heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, als u mij 10 minuten, kwartier zou willen geven, dan zou ik heel erg graag willen reageren op de heer Veldmeij. Nee, dat gaat dus niet doen, hè? Dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel erg goed. Dit zou een tirade kunnen zijn. Een tirade die eigenlijk thuis hoort in de Tweede Kamer. We zitten hier in de gemeenteraad van Twenterand. En er ligt een duurzaamheidsagenda voor, waar volgens mij initiatieven liggen, waar we het met elkaar over moeten hebben, waarvan wij met elkaar vinden, waarmee we het klimaat of de bijdrage die we kunnen leveren in het leefbaar maken van Twenterand. En ik denk daarbij aan ecologisch zwembeheer als voorbeeld. Of ik denk daaraan aan zorgen dat we straks geen restafval meer hebben, dat we daar met elkaar aan werken. En daar zou ik graag de PVV ook over willen horen. En ik zou dus graag een reactie willen hebben op de agenda die hiervoor ligt van de PVV. Want die heb ik niet gehoord, want ik hoor alleen maar de tirade waarvan ik al zeg, die gaat over landelijk beleid en niet lokaal beleid. En dat vind ik jammer dat u daar niet op ingaat, want ik heb u geen enkele keer horen ingaan op de agenda die nu voor ligt. Dan geef ik de heer, want ik zit natuurlijk eventjes te kijken, want ik kan natuurlijk nog 10 minuten kan de heer Veldmeijer op deze vraag antwoorden. Dat wil ik niet toestaan. U krijgt van mij 3 zinnen en daar moeten niet heel veel commas zijn, zodat het wel 10 minuten wordt om hier even heel kort op in te gaan. En dan sluit ik ook deze reactie af. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Ja, meneer Reusken, vergeet dat alles wat we doen, heel veel op energiegebied, dat wordt bepaald in Den Haag. Dus we moeten gewoon volgen. En u kunt niet zeggen, het is een lokaal iets. Nee, het wordt bepaald in Den Haag en wij moeten volgen. Zo is het. Oké, dank u wel. Dan ga ik kijken naar wethouder Van Appema. Aan u het woord. Ik wil natuurlijk iedereen in tweede termijn vragen om daar goed over na te denken. Om het kort te houden, want dit is een onderwerp wat zeker vaker aan de orde zal komen, maar we wachten eerst de antwoorden van de wethouder af en misschien kan ze ook iets zeggen over het betrokken houden van de raad bij dit proces. Wethouder Van Appema, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. U kunt zich misschien wel voorstellen dat ik wel een beetje uitgekeken heb naar een debat met de raad over dit onderwerp. Dus dank ook voor alles wat u aan hebt gegeven. Ik zal er zo uiteraard ook even op ingaan. Maar eerst ook even het proces schetsen. In de vorige coalitieperiode hadden we een rekenkamerrapport die
ons dienstig is geweest om het milieubeleid, het milieubeleidsplan wat wij hadden, hebben zij vergeleken met de ambities die wij hadden op het gebied van duurzaamheid. En daar bleek nog wel wat ruimte tussenin te zitten. En dat is ook de reden voor de Rekenkamer om met een aantal aanbevelingen richting de gemeente te komen om die leemtes in uitspraken tussen het milieubeleidsplan en de klimaatambities, om die als raad daar ook een aantal uitspraken over te doen. Nou, dat is voor de vorige raad ook aanleiding geweest om het toenmalige college opdracht te geven om met een agenda duurzaamheid te komen. Het college was daar toen ook wel heel content mee. Dat betekent dus wel dat je ook met planvorming bezig kunt gaan. En de opdracht voor het toenmalige college was ook om dat vooral ook met de samenleving te doen. Nou, als er één ding is wat we met de agenda duurzaamheid gedaan hebben, dat is dat we heel veel informatie uit de samenleving ook hebben opgehaald. De heer Laman die wijst ook al even op de bijlagen die erbij zitten, waar die dan vandaan komen. Nou, dat is nu precies ook de opbrengst van alle sessies die er geweest is, alle input die door onze inwoners en onze bedrijven ook gegeven is. Dat is eigenlijk in die bijlagen gezet en op grond daarvan is de agenda ook geschreven. Maar we vonden ook dat de bijlagen erbij moesten zijn, omdat dat namelijk precies ook aangeeft van waar onze inwoners en onze bedrijven mee gekomen zijn. En dat is best heel veel. Dus dat betekent ook dat er in de vorige periode al een heel proces geweest is waar we nu ook verder op mogen bouwen. Het lastige was alleen even dat de agenda duurzaamheid slechts ter kennisname aan de raad aangeboden kon worden. En dus dat betekent ook dat u ook aangeeft van hoe het college daar ook mee verder kan. He, dus ik ga er ook vanuit, zeg maar, de dingen die u ook hebt aangegeven, dat ook aangeeft van dat u vindt dat daar het college mee verder kan. Zo heb ik dat wel opgevat. En als het anders is, dan hoor ik dat graag in de tweede termijn van u terug. Uiteraard heeft ook de huidige coalitie, waar mijn partij ook deel van uit mag maken, heeft hier ook het een en het ander over opgeschreven. En dat maakt ook dat wij heel concreet met een aantal plannen ook aan de gang kunnen. Dus ik heb hem er ook even bij gepakt, het coalitieprogramma. We hebben in ieder geval de ambitie uitgesproken om in de kopgroep te komen van de duurzaamste gemeente van Nederland. Nou is dat een ambitie die nog wel heel mooi ingevuld zou moeten worden, maar het is toch ook wel een dingetje om dat zo op te schrijven. We hebben ook opgeschreven, en dat is een stuk concreter, om heel veel in te willen zetten op energiebesparing in de bebouwde omgeving. Zowel voor woningen als bedrijven. En dat willen we eerst doen door een warmteplan te gaan maken. We zijn het overigens ook verplicht als gemeente om dat binnen 3 jaar te doen. Maar met een warmteplan kun je dus ook in beeld brengen van wat zijn voor de verschillende wijken en de kernen de juiste manieren om de huizen te verwarmen als je geen aardgas meer hebt. En zoals u weet wordt het gros van onze huizen in Nederland wordt verwarmd met aardgas. En of we het nou leuk vinden of niet, het aardgas waar Nederland zijn woningen mee verbouwt, daarvan hebben we in dit land ook afgesproken dat we daar versneld afscheid van gaan nemen, omdat we met elkaar niet meer willen dat de provincie Groningen nog verder naar beneden zakt. En dat betekent dus ook dat je 2 dingen kunt doen. Je kunt of ontzettend veel aardgas gaan importeren vanuit landen die nog heel veel uit de bodem kunnen halen. Of, en dat betekent dat je je aardgas ook daarop moet aanpassen om dat te kunnen doen. Of je kunt zorgen dat je die energietransitie versneld in gang zet. En het kabinet wil op dat laatste vooral inzetten. En uiteraard passen we ons als gemeente daar ook graag op aan. We gaan ook met bedrijven in gesprek over energiebesparing en het opwekken van duurzaam energie. Bedrijven zijn ook verplicht om daarmee aan de gang te gaan, maar wij gaan er zeker ook actief met onze bedrijven over in gesprek. En het coalitieakkoord spreekt ook over asbestsanering. Daar is ook een hele concrete ambitie voor opgenomen en uiteraard willen we die ook graag combineren met een verduurzaming. Dus asbest eraf, zon erop. En wij hebben ook opgeschreven dat we daar graag het duurzaamheidsfonds wat wij hopen op te zetten met ons zonnepark, dat we dat daar ook voor in willen zetten.
En waar ik ook nog even de vinger bij wil leggen, dat is dat wij ook in het coalitieakkoord hebben aangegeven dat er een kloof dreigt te ontstaan tussen mensen die duurzaamheidsmaatregelen zelf kunnen betalen en mensen die dat niet kunnen. De heer Veldmeijer die wijst daar ook al op, daar is ook een mooi woord voor, energiearmoede. Het is inderdaad waar dat de energiebelasting steeds meer toeneemt. Dat is van de regering ook een prikkel om ervoor te zorgen dat mensen dus energiebesparing gaan toepassen. Maar tegelijkertijd zien wij ook, en dat weten we ook, en u wijst daar ook terecht op, heer Veldmeijer, dat niet al onze inwoners dat ook automatisch zelf gaan doen. En wij denken dat we onze burgers daar ook bij moeten helpen. Dit college is dat zeker van plan, om daar wel een plan voor te maken. En wij denken ook dat we daar dat duurzaamheidsfonds ook voor kunnen inzetten. De lobby voor de trein. Nou, ik ga ervan uit dat mijn collega Bart-Jan Harmsen daar voortvarend mee aan de gang gaat. We hebben dat heel mooi opgeschreven. En onlangs is ook in de Provinciale Staten daar ook weer aandacht voor gevraagd. En volgens mij is ook een meerderheid van de staten is daar heel erg voor. Dus dat moet gewoon lukken de komende tijd. Voorzitter, ik zal even kijken of er nog vragen zijn blijven liggen. Draagvlak organiseren. Ik denk dat dat super belangrijk is. We hebben dat in de agenda duurzaamheid ook al laten zien. Dat we dat ook vooral samen met de samenleving gaan doen. En ook in de uitvoering willen we dat zeker blijven doen. En ja, daar nemen we u als raad ook heel graag in mee. En een van de dingen daarbij is ook zorgen voor een goede monitoring. De heer Huisjes die wijst daar ook al op. We zullen in onze planning- en controlcyclus dat zo concreet mogelijk proberen te doen. Dus daar zult u dat in terug kunnen vinden. Uiteraard kunnen wij niet alles wat in de particuliere sfeer aan energiebesparing plaatsvindt, kunnen wij in onze eigen monitoring opnemen. Maar we gaan ons best doen om dat zo goed mogelijk op te nemen. De PvdA, de heer Reusken, die heeft een heleboel dingen aangegeven wat u belangrijk vindt. Een heleboel dingen daarin passen ook uitstekend in het coalitieakkoord. Dus ik ga ervan uit dat we daar zeker ook mee terug zullen komen. De meekoppelkansen wil ik nog even speciaal noemen. U maakt er even een punt van. Dit jaar is met name rond het inrichtingsplan van Engbezijk-Venen, ons prachtige natuurgebied, is een cruciaal jaar. Daar zal veel moeten gebeuren. En met name de meekoppelkansen, prachtig woord is het, op het gebied van recreatie en toerisme, maken ook dat je de lastige ingrepen die er toch rond Engbezijk-Venen moeten gebeuren, dat je daarmee ook een hele positieve draai ook kunt maken met elkaar. Dus ja, dit college en ook deze wethouder is zeker van zins om daar heel actief te gaan oppakken. De heer Laman die wijst nog eventjes op de kosten die mensen moeten maken als ze geen gas meer in het huis hebben. Ik heb daarbij de Koolgas al vragen over gesteld op de aandeelhoudersvergadering die recent geweest is. En ik heb ook gevraagd om daar de volgende aandeelhoudersvergadering op terug te komen. Want ik ben het met u eens dat het een slecht signaal is dat mensen moeten betalen als ze de gasmeter in wezen kwijt kunnen. Dus daar gaat aan gewerkt worden. Dat is niet iets wat Koolgas alleen kan regelen. Daar zit ook landelijke regelgeving bij, vandaar dat er ook nog niet direct antwoord op gegeven kon worden, maar het heeft onze uiterste aandacht. Het CDA, de heer Kelder, die komt nog met een idee of wij onze raadsvoorstellen misschien nog een kopje duurzaamheid kunnen toevoegen. Ik wil u zeggen dat ik daar zeker ook al een keer naar gekeken heb, ook in een vorige periode. Er zijn ook gemeentes die dat inderdaad doen. Ik ben bang dat het een beetje windowdressing is, wat je daarmee aan het doen. Er zijn verschillende gemeentes die dat al gedaan hebben. De ervaringen zijn niet heel positief in de zin van dat het niet echt iets bijdraagt. Ik denk dat je gewoon moet zorgen dat je een goed duurzaamheidsbeleid hebt. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er niet om kopjes die je opschrijft in je collegevoorstellen.
En u geeft aan dat er een heel duidelijk plan moet komen. Dat ben ik helemaal met u eens. De heer Huisjes vraagt nog of er voldoende kansen zijn voor alle vormen van duurzame energie. Dat is nog even de vraag. Windenergie is gewoon een lastig onderwerp. Dat is niet alleen in onze gemeente is dat zo. Dat geldt voor heel veel gemeentes. Windenergie kan meestal op wat minder draagvlak rekenen. En deze gemeente heeft ook in eerdere periodes al opgeschreven dat lokaal draagvlak, met name ook met windenergie, ontzettend belangrijk is. Dus dat waar initiatieven van onderop komen, vanuit de bevolking, dat zijn in principe de meest kansrijke initiatieven. Maar dan nog is windenergie, blijft gewoon, zeker op land, een lastig item daarin. Dus ja, krijgen ze voldoende kansen? Ja, dat weet ik niet. Zonne-energie, de heer Veldmeijer wijst al even op een uitspraak van het Atelier Overijssel, die gewaarschuwd heeft voor verrommeling van het landschap. Dat is ook een signaal wat inmiddels ook in de Tweede Kamer is opgepakt, want we zien inderdaad dat er echt geld verdiend kan worden met zon op land. En deze gemeente heeft daar al op volg gesorteerd door een beleidskader neer te leggen, waarin wij dus eigenlijk zeggen, voor ons is de max is 25 hectare met zon op land, dat vinden wij genoeg voor onze gemeente. En dus dat betekent dat voor ons bijna eindig is. Als het zonnepark Oosterweilanden ingevuld gaat worden, dan heb je misschien nog ruimte voor twee initiatieven. Er loopt ook een initiatief op dit moment tussen Den Ham en Franschhoek. Dus dan zal er niet heel veel meer bij komen. En ik denk dat we daarin als gemeente redelijk voorop lopen, want heel veel andere gemeentes moeten dat beleid nog maken. Ik ben overigens wel blij, meneer Veldmeijer, dat u positief uitspreekt voor bloemenmengsels. Goed voor de biodiversiteit. Oh, toch voor de hele gemeente wel. Dus dat, dank daarvoor. Ik ben het helemaal met u eens. En ja, u legt ook al, en daar bent u niet alleen bij, ook terecht de vinger bij, dat de maatschappij ook maatregelen moet nemen in tijden dat er gewoon meer water valt. Er zijn meer partijen, ik dacht dat u daar ook een opmerking over had, of meneer Huisjes, dat weet ik even niet meer. Wij moeten daar als gemeente inderdaad mee aan de gang. We hebben onlangs in Frieseveen gezien, ik maak even mijn zin af, voorzitter, dat er veel wateroverlast geweest is. Dat betekent dat wij dus ook weer nieuwe informatie nodig hebben om onze stresstest, die wij ook als gemeente moeten doen, om aan te geven van hoe goed wij klimaatbestendig zijn. Daar moeten wij gewoon echt weer mee aan de gang. En dat zal ook met het nieuwe rioleringsplan waar wethouder Koster mee bezig is, zal dat ook vol aandacht krijgen. Meneer Veldmeijer wil een vraag aan u stellen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het over draagvlak, maar er is geen draagvlak voor windmolens. Ook in de provincie Overijssel niet. En daar waar, en zeker niet in Twente, en daar waar nu windmolens staan of komen te staan, heeft de provincie een provinciaal inpassingsplan uitgevoerd. Dus draagvlak is een heel mooi woord, maar mensen willen geen windmolen, dus er is geen draagvlak. Dus aan u vraag ik, wat bedoelt u precies met draagvlak? Mevrouw van Amma, aan u het woord. Voorzitter, ik hoef de heer Veldmeijer niet uit te leggen wat draagvlak betekent. Dat betekent dat daar waar je een ontwikkeling wilt realiseren, dat dan in ieder geval de aanwonenden, de omwonenden, de belanghebbenden zich daarin kunnen vinden. Dat is vrij algemeen gesproken. Er zijn zeker in Nederland verschillende plaatsen waar met lokaal draagvlak windmolens neergezet zijn. Dat is alles wat ik daar nu over zou willen zeggen. Vervolgens, heeft u een aanvullende vraag? Anders vervolgt de wethouder. Een andere vraag, een laatste vraag, en dan gaat de wethouder verder. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Nou, ik ben blij dat u zei dat wind eigenlijk bijna geen optie is. Dus voor de ChristenUnie ook een prettige mededeling. Maar aan de andere kant, hoe denkt u over zon? Want we hebben vandaag een zonovergrote dag gehad. Het was volgens mij tussen de 26 en 28 graden. De hele dag hebben we zon gehad.
En er is maar zon opgewekt door heel Nederland met alle zonnepanelen. Alles wat er nu op daken ligt en in weilanden voor een stad met 238.000 inwoners. Dus we kunnen Enschede nog niet eens van stroom voorzien, zeg maar. Dus hoe kijkt u tegen zonne-energie aan? Wethouder, nu het woord. Voorzitter, niet zo heel erg moeilijk. Zon is een energiebron. Het is ook een oneindige energiebron. Dat betekent dat wij ook de mogelijkheid hebben om met zon energie op te wekken. Vervolg uw betoog, wethouder van Anderen. Was ik klaar? Oké, dank u wel. Dan kijk ik de raad rond voor de tweede ronde. De heer Reusken niet. De heer Laarman, sorry, niet. Er zijn toezeggingen gedaan door de wethouder. De heer Kouder, niet. De heer Huisjes, niet. De heer Huisjes, tweede termijn, niet. De heer Veldmeijer, niet. Kijk even naar de heer Jonker. De heer Kobus ook niet. Dan zijn er een aantal toezeggingen gedaan door de wethouder. Dit zal zeker een onderwerp zijn wat vaker aan de orde zal komen. Of in raadsinfo, raadsdebatten of misschien wel in voorstellen. Ik sluit deze bespreking af en wens u allemaal een wel thuis toe.